Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Hey Tim, we zitten hier in de studio in Kaatsheuvel met twee grootheden, mag ik toch wel zeggen? Twee beroemdheden, ja. We hebben wel vaker bekende Nederlanders in de studio. Die vertellen over hun liefde voor de Efteling, zoals wel een keer een bekende Vlaming. Maar vandaag hebben we toch met recht wel twee beroemde Eftelingers. Laat het zo zeggen, Tim. Ik weet dat wij wel eens een rondje doen door de Efteling. Dan uh, vraagt iemand wel eens af en toe of ze een fotootje mogen maken. Of ze wel een praatje maken. Maar ja. als wij met een van deze twee heren door het park lopen. dan worden die nog tig keer meer aangesproken dan wij. Hè? Ja, en dat komt natuurlijk omdat zij uh, niet alleen te horen zijn als fanmedia. maar ze zijn ook te zien. En misschien zijn ze ook wel gewoon veel populairder dan wij. Dat, uh, dat ook sowieso. <laughs> ja, want ik, de, tegenover ons zitten denk ik toch wel de twee meest bekende en populaire Efteling-vloggers. Niemand minder dan Bart van Iersel en Niels Corgan. Goedenavond. Goedenavond. Heren, 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 wat een lofzang, zegt, Dat had toch helemaal niet groeven. <laughs> Weet je wat eigenlijk tof is? We zijn met jullie beiden al op visite geweest en in een aflevering hebben wij gezeten, maar jullie nog nooit bij ons. Nee, dit is een primeur. Ja. En ook wel een beetje een bucketlist dingetje, dus dankjewel wil ik alvast zeggen. Nou, jullie zijn beide van harte welkom. Ja, wij spreken elkaar ook regelmatig, dus het is een beetje bekend onder elkaar hè? Ja. ja, ik zeg trouwens Bart van Iersel. Ik denk dat de meeste luisteraars hem zullen kennen op dit moment als Bart Baan. En Bart, ja, wij werken ongeveer naast elkaar. Hè? Dus ja. zo, ik loop nog wel ja. eens bij jou binnen. Wij kunnen elkaar zien vanuit ons kantoor, toch? Absoluut, ja. ja. <laughs> ik kan bij jou binnenkijken. Dan denk ik: wat zit die Bart nou weer te doen? Deel dan nou? op zijn telefoon. Ja, precies. <laughs> nee, maar inderdaad, even zonder gekheid: jullie zijn allebei, ja, mag, moet ik dan zeggen, vloggers of YouTubers of filmmakers. Hangere naampje aan. Ja. Ik, ja, uh, ik, ik vind het altijd een beetje lastig. Heel veel mensen noemen me een vlogger. Nou ja, ik ga er maar gewoon in mee. Maar ik denk altijd, ja, ik maak video's op YouTube. Ben ik een doorsnee vlogger? Ja, vind ik niet. Maar als je het een naampje wil geven, dan ja, ik denk dat dat het makkelijkste is. Nou, ik denk dat, dat, dat ik op het baan echt vlogs maak. Dus dan ben je een vlogger. Jij bent geen vlogger, toch? Nee, Efteling. ik noem mezelf altijd een beetje het, het, het Efteling Journaal op zondagavond. Dat is een <laughs> ja. beetje uh, hoe dat ik het ja. zie. Ik zit het gewoon uh, ja, uh, als een uh, nieuwspresentator te vertellen. Dus <laughs> het is wel iets anders. Een echte videograaf eigenlijk. Ja, nou, ik, ik, het, is, het is nooit de intentie geweest om te gaan vloggen. Dat, uh, dat gebeurde eigenlijk. Daar gaan we het straks nog wel eventjes over hebben. Maar uh, ja, ik vind het ook heel leuk om gewoon met video's aan zich bezig te zijn. Dus ja. Maar ik denk dat we niet liegen als we zeggen dat jullie denken ik wel de twee meest populaire Efteling YouTube makers zijn, toch? Ja, we weten die ook nog natuurlijk, die ook veel abonnees heeft. Maar jullie zijn degene die ook nog op camera zijn erbij. Ja, ja, ja. Jij ja, hebt natuurlijk ook nog. Uh, Kijk, je, je hebt, er eigenlijk heel veel natuurlijk. Ja, je hebt ontzettend veel uh, Efteling YouTubers, Efteling vloggers. Uh, maar als ik even ga nadenken, uh, Eftel brunette die heeft ook een aardige fanbase ondertussen. Ja. Maar Daarnaast durf ik eindelijk even niemand te noemen die. Uh, ja. ja, natuurlijk nog de toppers van de Vijf centuigen, maar die maakt natuurlijk meer de documentaires. Die is op YouTube plaatsen. Ja, ja, ja. ja dat is toch, toch heel anders. Ja, ja, nee, eens. ja nou, in eens. In ieder geval, uh, jullie zijn twee, uh, absoluut twee bekende namen in de Efteling Fan Media. Ik denk dat heel veel van onze luisteraars jullie ook, uh, ook volgen op YouTube. En ja, waarom zitten jullie vandaag hier aan tafel? Omdat we eindelijk eens de verhalen achter Bart en achter Niels willen horen. Ja, mooi. Hopelijk zijn jullie er ook klaar voor. Ik uh, ga mijn best doen. <laughs> ja. Er is ook al materiaal tevoorschijn gekomen hè, van, van vroeger. <laughs> we hebben ook kinderfoto's gezien. <laughs> ja, ja, ik heb even wat uh, dingen afgestoft. Uh, het gaat een leuke avond worden. Oké, okay, oké. Okay. En voordat we dadelijk uh, de diepte in gaan duiken en het heel veel over de Efteling gaan hebben. Kunnen we even kort iets vertellen over jullie zelf en ook wat, wat voor video's jullie op YouTube zetten? Nou ja, uh, mijn naam was dus Niels Kooijman. Ik uh, kom uit het uh, Hardingsveld Griesendam. Uh, de naam van het dorp is langer dan het dorp zelf. Uh, <laughs> ik ben geboren in 1991, ook in Hardingsveld Griesendam. En ja, in het dagelijks leven ben ik kok. Ik denk dat dat al iets is wat heel veel mensen niet van jou weten? Nee, dat klopt. Dat, ik heb het wel eens een keer laten vallen hier en daar, maar ik krijg die vraag heel vaak: wat doe je nou eigenlijk in doorgaans? Ja, nou, ik ben dus kok. En daarnaast maak ik dus video's over de Efteling en nog meer andere nog meer parken. Ik ben Bart Sniersel, 20 jaar oud, geboren 2003. Ben je al 20, Bart? 20, ja. Hoe oud zou je me inschatten dan? Nou, 16. Nou, laat ik zo zeggen: de eerste keer dat wij jou uh, ontmoeten... dat was bij de heropening van de Pieterman, als ik het goed heb. Toen stonden we aan de wachtrij en toen kwam zo'n stuitere manneke langs. En ik had echt geen idee hoe oud je was. Ik denk 14. <laughs> ja, 15, ja, 15, hebt, uh, 15, denk ik. Het mooie ook echt van de wat baanvideo's is dat je als je begint bij 1 en nu tot deze gaat, dat je echt mijn. zit opgroeien. Ja, mijn ja. zit opgroeien. Dus dat is best leuk dat mensen ook kunnen meekijken met jouw opgroeien, toch? Ik, ik kon het vooral niet inschatten, eigenlijk. Toen al niet in de universiteit. Dus nee, ik ben, ik dus, ben dus, gewoon heel jong. Ja, ik ben dus 20. <laughs> Uh, net afgestudeerd en uh, in dagelijks leven heb ik een uh, eigen bedrijfje met mijn ja, grote vriend uh, Bjorn. Uh, Bart baan doen we pretpakgids, onze nieuwe site. Ja, zeker. Moeten we daar even over hebben. En daarnaast uh, doen we vanuit ons uh, knusse stekje in uh, Kaatsheuvel nog wat andere media dingetjes uh, in de uh, leisure industrie. Nou, cool. Dan hebben we de baseline een beetje gelegd, hè? Ja, je hebt echt een fantastisch kantoor. Dank je. Ja, ja, dank, dank je. Dank je. Ja, dan, de heren, door naar ja, toch de Efteling. Want er moet een reden zijn geweest dat jullie ooit zijn begonnen met het maken van video's over de Efteling. Je had duizend alleen onderwerpen kunnen kiezen. Fatomegaan al was er specifiek ook één geweest. Maar de Efteling is uiteindelijk geworden. geworden. Nou, laten we dus beginnen met waar die liefde voor de Efteling dan überhaupt vandaan is gekomen. Ja, die liefde voor de Efteling die is eigenlijk al heel vroeg ontstaan. Uh, wij gingen vroeger uh, met de familie nooit op zomervakantie. Uh, we hadden het niet per se slecht thuis, maar we hadden gewoon andere prioriteiten. We waren met z'n vijven thuis. en... We hadden het niet slecht, maar er was niet echt financiën om op zomervakantie te gaan. Maar we gingen wel altijd één keer uh, in de zomer naar de Efteling. En dat was eigenlijk al vanaf zolang ik me kan herinneren. Uh, mijn eerste Efteling bezoek uh, was ik ook drie maanden oud. Daar weet ik overigens niks <laughs> meer van. Vanaf ja. dat moment ben ik altijd naar de Efteling blijven gaan. En daar is ook een beetje de liefde ontstaan, omdat dat een jaarlijks terugkerend iets was. En die Efteling heeft me altijd zo ontzettend gefascineerd. En ja, Bart, hoe, hoe ging dat voor jou? Een iets ander verhaal. Uh, ik woon dus in Drunen. kom ik uit de buurt uh, van de Efteling. Uh, bij mij is begonnen mijn oma, die heeft uh, 24 seizoenen, moet ik zeggen, in de Efteling gewerkt. En daar is die, die uh, liefde uh, uit voortgekomen. Het mooie is dat de rest van mijn familie helemaal, omdat ik helemaal niks met de Efteling heeft. <laughs> en uiteindelijk is, ja, door haar ben ik verliefd op die Efteling. En vond ik het vroeger op school, weet ik nog wel heel raar, dat er kinderen in mijn klas waren die niet diezelfde liefde hadden. En ik weet nog wel je hebt natuurlijk als je aan de BSO gaat, heb je die busjes, weet je wel? je wordt op school opgehaald en toen, toen ik net naar de BSO ging was net de Vlieg de Hollander geopend. En toen was er zo'n ontwerp van die liftheel van de Vlieg de Hollander, zo heel simpel technisch keer. En die had ik uitgeprint en in dat busje van die BSO ging ik dus mijn mede de scholieren ging ik dus laten zien hoe dat werkt en dan van overtuigen van hey jongens, kijk eens wat ze daar hebben in die Efteling. Ja, daar moet je naartoe. En eigenlijk met die gedachte ben ik ooit begonnen met bordbaan en zo denk ik nog steeds over gaaf van leuke verhalen man. Waar, waar werkte jou, jouw oma? Uh, mijn oma werkte bij toen nog restaurant Welkom, Panorama, cash, maar waar nee ze heeft daar achter de bar gestaan bij Panorama, altijd uh, drankjes ingeschonken en uh, bonnen opgehaald en uh, ja. Kijk, dus uh, op die manier bij jou de liefde voor de efteling met de paplepel ingegroeid. Uiteraard. Hoor. En mede dankzij haar heb jij ook je eigen stukje glas in het Huis van de Vijf Sintuigen. Ja, dat klopt. Ja, want oh. het, ja, uh, toen de Efteling 65 jaar bestond, mochten alle medewerkers die op dat moment werkzaam waren voor de Efteling, mochten hun naam opgeven, inclusief de familienamen. Uh, en dan kreeg je dus een stukje glas en lood uh, in het grote glas en loodwerk wat in het Huis van de Vijf Sintuigen staat, uh, kreeg je dan toegewezen. Uh, toe het mooie is, er is, de Efteling heeft een systeem. Uh, gemaakt digitaal, waar je dus een nummertje in kan toetsen, waar je dus precies kan zien waar je dus staat. En je kreeg dat, dat, dat dingetje kreeg je ook thuisgestuurd in zo'n mooi mapje en daar stond zo'n nummer op. En toevallig heb ik laatst van de Esslingen link gehad, waarmee ik dus even heb kunnen terugvinden waar ik dus met mijn oma sta. En uh, wij staan eigenlijk onder de kar van vliegende Hollander. Uh, dus dat is. Uh, ja. Prima plekje. Nou, dat is een beetje bovenin, eigenlijk. Ja, bovenin, ja. ja, ja, ja. Dan ga ik eens opletten. De volgende keer. Ja, precies. De volgende keer <laughs> na het even opletten. Ja. ja. Hey, de, de, zo is jullie liefde voor de Efteling ontstaan. Hoe heeft die zich in de loop der jaren verder ontwikkeld? Zeg maar tot waar je nu staat. Nog even voordat jullie begonnen met vloggen. Nou, uh, de liefde voor de Efteling is pas echt heel erg doorgezet. Op het moment dat ik mijn rijbewijs kreeg. Uh, toen was ik bijna 19. En op het moment dat ik mijn rijbewijs kreeg. En dus ook een eigen auto had. Toen heb ik gelijk een Efteling-aliment afgesloten. Daar, daar begon het een beetje mee. Vanaf dat moment ging ik eigenlijk elke week wel naar de Efteling. En dat is een aantal jaar zo geweest. En op een gegeven moment... En ik heb jou dat ook wel eens horen zeggen, Paul. Op een gegeven moment werd ik een soort Efteling-moe. Uh, heel vaak geweest. En dan op een gegeven moment denk je van... Ja, ik weet niet. Ik, ik weet niet precies meer op welk moment van mijn leven dat was. Maar ik ben een x-aantal jaar niet geweest. En ik heb ook een aantal jaar geen abonnement gehad. Ergens halverwege de coronaperiode... Uh, toen kreeg ik ineens uit het niks van mijn vriendin een abonnement. cadeau. Van hier. Efteling-abonnement. En... Uh, toen ben ik het weer gaan oppakken. En vanaf dat moment, eh, eigenlijk vrij kort daarna, is het ook begonnen met de video's. Maar ja, in eerste instantie eh, hebben we toch een, even een Efteling-pauze ingelast. Kijk, en, en wat betekent de Efteling tegenwoordig voor jou? Even los van het vloggen. Ja, de Efteling is en blijft gewoon een fantastisch park. En het is een plek waar je gewoon tot rust kan komen. Waar je even kan ontsnappen aan de, aan de dagelijkse druk en, en stress. En uh, nou, ik, ik kom in best veel parken tegenwoordig. Maar er is er eigenlijk geen één uh, zo, zo stylish als de Efteling. Dus dat, ja, dat heeft wel echt een speciaal plekje. Ja, je bent natuurlijk vaak in een Europa Park te vinden, ook de laatste tijd. Dan snap ik dat je zegt, geen enkel park is zo stylish als de Efteling. Ik ken je standpunt over Europa Park. <laughs> daar, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar ik snap inderdaad wel wat je bedoelt. Kijk, hey, Bart en bij jou, als we nog even het, uh, het, het video maken buiten beschouwing mm -hmm. uh, laten. Hoe is bij jou die liefde voor de Efteling uh, zich gaan ontwikkelen verder? Nou, met die gedachte die ik je dus net uh, vertelde, uh, ben ik toen ik in groep 8 zat... Uh, twee keer in de week om een fietsje aan de Efteling gegaan. Ik kreeg een abonnement van mijn ouders op iedere woensdag, zaterdag, als het ook kon, zondag op de fiets. Regen, storm maakt niet uit. Ik ging naar de Efteling. En nog steeds had ik die gedachte. Hey, maar ja, jongens, er zijn zoveel mensen om me heen die dit niet tof vinden. Toen ben ik letterlijk gewoon. Ik weet nog heel goed de week na de opening van bron 1898 met mijn telefoontje een videoetje gaan maken over de Efteling. Dat ben ik iedere week gaan doen. en ging ik meer en meer en meer doen. En zo met diezelfde gedachte, met diezelfde drive, ja. Zit ik hier nu vanavond? Uh, en wat betekent de Efteling voor jou? Ja, dat is mooi de... Toen je dat vraagt. Ik heb op mijn leeftijd denk, tussen de 11 en 15 zat ik daar. Tien keer in de week. Veel te veel eigenlijk achteraf. En die video's liepen maar door. En nu kijk ik er iets anders tegenaan. Ik maak dus de video's in de Efteling waar ik echt een dagje beleef. Zoals een bezoeker die ook zou kunnen doen. Want dat is de intentie van de buitenbaanvideo's. video's. Maar ik eh, vind het heel tof om nu te zien hoe de Efteling ja, heel stom zijn geld verdient. Dus ik vind het heel tof om in een restaurant te zitten en te kijken. Hé, hey, maar hoe hebben ze hierover nagedacht? Of, hoe doen ze dit? Hoe doen ze dat? Hoe doen ze zo? Hoe doen ze zo? Dus ik ben nu een beetje in een fase dat ik dat heel interessant vind om te ontdekken. Hoe de Efteling daarmee omgaat. Ja, ik vind dat zelfs ook een van de toffe dingen aan de Efteling, dat je, je kunt het park of de organisatie, om het daarvoor breder te trekken, op heel veel verschillende manieren gewoon bekijken, analyseren, dingen involgen, zeg maar. Ik kan me voorstellen, Niels, dat jij het ook heel erg herkent, dat je, je kwam er vroeger echt om vermaakt te worden, maar nu ben je natuurlijk heel erg bezig met al die ontwikkelingen die er plaatsvinden en zo, en alle bakstenen die worden omgedraaid, bij wijze van spreken. Dat is een hele andere manier om naar het park te kijken, maar zo hou je het voor jezelf ook nog extra interessant, zeg maar. Buiten alleen het gewoon het vrije tijd besteden daar. Ja, ja, absoluut. En daarnaast is het voor mij ook echt een soort sport om elke week weer zoveel mogelijk weetjes en feitjes en veranderingen te spotten in het park. Uh, dat is toch iets uh, ja, wat het interessant houdt en wat het, wat het leuk houdt. Dat, uh, wat heel veel mensen zeggen, natuurlijk, dat is voor elke Efteling fan hetzelfde. van ja, Elke week naar die Efteling, op een gegeven moment heb je het toch wel gezien. <laughs> nou ja, juist als het elke keer weer een beetje anders is, dan houdt het toch weer leuk en toch weer anders. Eigenlijk is het goed topsport wat je doet hè? Nou, dat weet ik niet. Ik ja, moet eh, altijd aanstaan. Ja, ja, je bent er wel altijd mee bezig. Ja. Dat sowieso. Ja, ja. Ja. Vind ik knap. Klinkt allemaal heel erg herkenbaar, <laughs> moet ik zeggen. <laughs> ja. Ja. Nou ja, het, is, het is voor mij ook uh, zeker wel uh, dat Kleine Boodschap een groot aandeel geleverd heeft in het ontstaan van, uh, van mijn kanaal. Uh, ik luister de Kleine Boodschap. En dat is wel. Echt een reden dat ik dacht van oké, okay, daar wil ik eigenlijk ook iets mee doen. Dat vind ik heel tof. En de opzet van mijn video's is ook een klein beetje afgekeken voor jullie onderhoudsblokje. He, dat is voor jullie maar een klein onderdeel, maar voor mij is dat heel mijn video. Maar uh, de doorslag kwam op dat moment echt toen jullie die aflevering met Steven maakten. En ik kende Steven toen nog niet en Steven die, die zei op een gegeven moment ook van als je met de Efteling iets wilt doen dan is het voor ons makkelijk uh, als jij je echt focust op Efteling want dan kunnen we het makkelijkst met je samenwerken en dat gaf een beetje voor mij de doorslag om, om te zeggen van oké okay, en nu ga ik ook iets doen ik weet niet ik, ik, het, het, het kriebelde al heel lang en mede daardoor ben ik dat dus gaan doen. Is dat de aanleiding? Ik, ik sowieso ben sowieso bij jullie beiden wel, wel heel erg benieuwd. Maar jij geeft eigenlijk al een beetje antwoord op de vraag van uh, Niels: van hoe is die liefde in de Efteling nou uiteindelijk overgevloeid in het, ja, het maken van video's zoals jullie dat, uh, dat nu doen? Maar bij jou leefde die gedachte dus al langer? Ja, nou, ik maak al heel lang video's. Alleen voorheen, uh, helemaal aan het begin, maakte ik vooral video's over skateboarden en snowboarden. In een ver verleden, toen ik nog een heel klein gruppje was, toen deed ik dat heel fanatiek. En uh, ik stond heel vaak achter de camera en ik maakte skateboardvideo's en dat soort dingetjes. En op een gegeven moment stopte dat ook. Want je gaat naar school, je hebt het druk, je gaat werken en dat soort dingen. Maar het begon pas echt weer een beetje op te pakken toen corona uh, uh, kwam. En uh, je kon eigenlijk niks meer. Hè? Wij, wij zitten natuurlijk heel vaak in dingen die toen niet meer konden. En ik ging me onwijs vervelen. En ik denk, oké, okay, wat ga ik doen? Wat ga ik doen? En toen heb ik een camera gekocht en toen gingen wij gewoon dingen doen die wel konden. Dus bijvoorbeeld een rondje rondom Oudhans Dierenpark. Dan kon je toch een glimp opvangen van de beren en dat kon dan nog net. En daar gingen we video's over maken. Nou ja, dat was op zich allemaal niet zo heel bijzonder. Maar toen ging de Efteling weer open. Na, na geloof ik een sluiting van zes maanden of zo. Dat was toen de allerlangste. En toen dacht ik, nou weet je, ik ga op die openingsdag ga ik naar de Efteling. En dan ga ik daar een filmpje maken. Uh, helemaal niet per se echt het idee van nou, uh, hier gaan we iets mee starten, maar ik ga gewoon filmen hoe die opening is. Misschien vinden mensen dat leuk en dat pakte eigenlijk gelijk best wel goed uit. Heel veel positieve reacties en mensen vonden dat tof. En ik denk, oké, okay, oké. Okay. En toen ging ik daarna, de week daarna ging ik weer en dat pakte weer best goed uit. En ja, nu ben ik 2,5 jaar verder en ben ik door meer gestopt, dus dat, dat ja, zo is dat voor mij een beetje ontstaan. Dus vanuit mijn jeugd al met video's. En ja, da dat is dus uh, in de coronatijd echt uh, verder gegaan. Een, een van de weinige mooie dingen die corona heeft voortgebracht. <laughs> ja. En bij jou Bart, want jij was al ruim voor corona bezig met filmen toch in Efteling? Zeker, ik ben, uh, nou ja, die filmpjes met mijn telefoon die maakte ik al sinds 2015 wat ik zeg. Maar ik ben echt een Bart Baan zoals Bart Baan nu is begonnen net voor de opening van Symbolica. Dus dat zal een paar in 2017 zijn geweest, in het voorjaar 2017. Toen heb ik echt een switch gemaakt naar vlogs in de Efteling. Ja. En wat was voor jou de aanleiding om daarmee te beginnen? Eigenlijk heel simpel. Uh, mooi verhaal. Ik zit hier nu alleen. Alleen Bart Baan uh, bestaat uit twee mensen. Uh, Bjorn, ja, jullie kennen Bjorn allemaal. Bjorn van de Heuvel. Bjorn van de Heuvel. He? Bjorn doet echt alles achter de schermen. Dus Bart Baan is echt 50-50. Toevallig is het mijn gezicht die op Bart Baan lijkt. En doe ik alles voor de camera. Maar Bart Baan is echt 50-50. En uh, ik filmde in mijn vrije tijd voor een lokaal dingetje in Drunen. Een klein JVC-cameraatje. En uh, ja, zo, gewoon uh, lekker uh, nou, voor de hobby. En Bjorn, die had dan een eigen videobedrijf. En die maakte dan mooie video's. En dan keek ik tegenop. En nou uh, ja, je weet hoe dat gaat. En, uh, en op een duur, toen waren wij bij een event. En toen sprak hij me aan. Ik denk, hé. Nu heb ik een gesprek met iemand die natuurlijk uh, een paar rangen hoger staat natuurlijk. Vond ik zelf. En die zegt, ja, zei, die, uh, ik vind het leuk wat je doet. En ik uh, dacht, dus, ja. En enthousiast en vrolijk, en uh, ja, weet je, maar misschien kan ik je technisch nog een beetje helpen, want dat, ja, dat, dat, dat kan nog wel beter. En hij heeft me eigenlijk toen één keer geholpen, en we zijn eigenlijk nooit meer uit elkaar gegaan. En sinds die waren we samen, en dat was het moment, dus dat ik dat hij zegt: okay, Je moet eigenlijk van die vlogs maken in de Efteling. En toen ben ik gestart, en we zijn eigenlijk, ja, nooit meer opgehouden leuk is. Ik had het uh, vanmiddag met mijn dochters over het feit dat uh, wij met uh, jullie een aflevering gingen opnemen. Mijn dochters kijken jullie allebei, dus ze, ze weten ook wie Niels Kooijman en Bart Baan uh, is. En mijn oudste dochter die, die wist het van, die, van Bjorn af en die zei net tegen mij van ja, die jongen is, uh, is een beetje de Bassie van, uh, van Bart Baan. <lacht> <lacht> en dan hebben we heb even voor de duidelijkheid voor onze luisteraars die niet helemaal in de Freek Fonk uh, wereld zitten, maar Bas, of Bassi, of Basje is natuurlijk de cameraman van Freek Vonk. En voor haar is uh, Bjorn dus als het ware, ja, jouw Basje. Ja, nou, mooi, mooi, mooi. Ja. Ik dacht iets anders bij Bassi, maar oké. Okay. Nee, nee, okay. Ik zat ook even bij een andere Basje. Ja, maar daarom ja, maar, voor duidelijk. Dat het is een leeftijdsschilletje, denk ik. Ja, maar de Freek Vonk-referentie snap ik ook van die tijd. Maar jij, jij, jij hebt eigenlijk ook een soort Basje of Bassi toch uh, Niels? Nou. Ja, dat, dat, ja dat, dat, dat is wel deels waar. Uh, maar ik moet zeggen dat uh, ik doe het 95% alleen uh, je hebt het over mijn vriendin. Ja, ja en die, uh, die doet af en toe wel mee, uh, maar dat is, dat is heel selectief. Uh, er zijn inderdaad bepaalde specials die opgenomen worden, waarin zij inderdaad uh, kamerwerk doet. En de, ze doet nu ook veel vaker mee met video's buiten de Efteling. We hebben net uh, het Halloween uh, hebben we voor het eerst dit jaar echt uh, flink doorgezet. Heeft ze in elke video meegedaan. En dat was vooral omdat ik ook een slachtoffer zocht die het leuk deed op camera. En die schrikt oh, en gilt. En... Oh, oh, oh. Ja, maar ik reageer gewoon niet echt op die huizen. Dus dat is gewoon <laughs> niet interessant. En zij reageert er wel heel leuk op. Dus... En ik weet niet, ik krijg er heel veel positieve reacties op. Alleen zij zit niet zo te wachten op uh, de spotlights. Dus voor haar hoeft het niet per se. Uh, het is meer van uh, help, mijn man heeft een hobby. En, uh, maar ja, ik moet wel zeggen, 95% van alles doe ik wel alleen. Uh, video's in de Efteling worden eigenlijk altijd alleen opgenomen. En uh, ja, maar ik ben ontzettend dankbaar voor wat ze doet. Want achter de schermen doet ze stiekem nog best veel. Want uh, stel, wij gaan interviews doen en zo. Dan uh, schrijft ze scripts, interviews schrijft ze. Uh, ze doet ook een klein beetje social media beheer. Bedenkt ook uh, concepten. En dat soort dingetjes. Dus wat dat betreft, uh, ja, zonder haar zou het kanaal ook niet kunnen, kunnen bestaan. Achter iedere succesvolle man staat een sterke vrouw, zeggen ze wel. Of absoluut, toch? absoluut. Jij hey, zegt net, Niels, je doet ook wat met Halloween. Hebben jullie allebei ook wat met, met pret- en themapark in algemene zin? Um, nou, um, ik sowieso. Het uh, Begon in eerste instantie met de Efteling. Maar zoals het voor heel veel uh, fans zo is, is op een gegeven moment uh, met de Efteling denk je van... Oké, okay, wat is er dan buiten de Efteling? Hey, je hebt iets met pretparken en uh, je gaat eens dus kijken van wat, wat is er verder te doen? En... Dat, toen ik mijn vriendin leerde kennen was zij, en dan zeg ik het even met alle respect, was ze een normale Nederlander die gewoon één keer in het jaar naar de Efteling ging. En een Efteling abonnement, toen ik haar leerde kennen, zei ze altijd, Efteling is altijd heel druk. Want zij ging altijd in de vakantie met haar, met haar familie naar de Efteling en dat was altijd heel druk. En toen ik vertelde dat ik een abonnement had en er elke week kwam, was dat best wel even schrikken voor haar. En toen ik vertelde dat het ook rustig kon, toen snapte ze het helemaal niet meer. En ik heb er eigenlijk een beetje meegetrokken in die gekte. En uh, ja, dat, dat ging heel geleidelijk. En uh, nu is ze uh, uh, eigenlijk wel net zo gek als ik. En haar liefde voor Europa Park is iets groter dan voor de Efteling. Maar uh, de, ja, de Efteling staat ook wel heel hoog uh, aangeschreven. Maar ze had ook meer van achtbanen. Dus is. misschien is, ligt daar ook een, een logische verklaring? Dat denk ik wel. Want ze is ook heel gek op Walibi Holland. Niet per se het park aan zich, maar gewoon de trail. Zij is echt een trail seeker, Dus uh, ze is ook gek op springen en dat soort zaken. Het kan er niet hard genoeg gaan, niet gek genoeg gaan. Uh, ik ben meer van de dark rides. Ik uh, geef mij maar gewoon lekker uh, kijken en uh, thematisering. En voor haar is gewoon... Uh, we zijn van de zomer naar Energylandia geweest. Nou, als een kind in een snoepwinkel. Echt... Uh, <laughs> Fantastisch. Ja, en jij kwam er bekijkt vanaf met die Dark Ride Dark. Het <coughs> was niet heel best, nee. Maar jij bent dus echt wel ook uh, pretparkliefhebber in de breedste zin van het woord. Ja, absoluut, absoluut. Ja, Ik wil graag zoveel mogelijk zien en zoveel mogelijk meemaken. En uh, ja, ook uh, als ik in andere parken ben. Ook, uh, ik ben altijd heel erg geïnteresseerd in, in de backstory van dingetjes. Uh, nou, jij zei het al. Ik kom best vaak in europa Park. Uh, Rulantica is een zwemparadijs. Ik heb niks met zwemmen. Ik vind Rulantica fantastisch. Maar dan wil ik graag ook heel het achtergrondverhaal weten. En dat geldt eigenlijk voor, voor elk park. Maar zit het dan alleen in het, echt het verhaal wat erbij is bedacht? Of zit het ook gewoon in uh, gewoon hoe het tot stand is gekomen? Zo, dat achtergrondverhaal. Ja, ook. Maar wat ik vooral heel belangrijk vind. Wat voor mij een geslaagde attractie is of een geslaagd park. Het moet voor de dagjesgast moet het fantastisch zijn. Uh, maar als je het verhaal kent. Dan moet het nog eens een keer nog een extra laag geven voor de fans. Waardoor het nog vetter wordt. En ik vind dat heel belangrijk. Het moet niet zo zijn dat je het alleen vet vindt als je het verhaal snapt. Maar het moet ook gewoon goed eruit zien als je het niet snapt. En dat vind ik heel belangrijk. Maar ja, ik vind het ook gewoon ontzettend interessant. Joh, uh, wie is de maker? Uh, wanneer is het gebouwd? Hoeveel heeft het gekost? Uh, wie, uh, allemaal dat soort zaken vind ik allemaal super interessant. Ja, want met die vlogs, uh, dan noem ik het onderbieden vlogs, maar met de reportages die jullie eigenlijk beide maken, doe je dat dus zelf ook een beetje. Je, je geeft meer diepgang aan die dingen die toch al zijn voor de mensen die. Ja, die het anders maar gewoon als een normale attractie hadden gezien. Maar door jullie weten ze ook veel meer wat erachter zit. Ja, er is één ding wat echt een must is bij uh, de video's die wij maken. En er, is, er moet altijd iets van informativiteit in zitten. Uh, ik wil geen video's maken waarin ik uh, lekker door een park loop en uh, kijk mij eens een leuke dag hebben. Nee, er moet echt uh, iets informatiefs in zitten waar mensen iets aan hebben, waardoor ze zelf een betere dag kunnen hebben, uh, waardoor ze zelf uh, weten hoe kom ik er, wat kost het, uh, waar kan ik wat lekker eten. Uh, dat soort dingen, er moet altijd zoiets in zitten. Maar even check, check, dubbel check. Efteling met stip op één bij jou? Efteling staat zeker wel op één. Ja. Hoe zit dat bij jou, Bart? iets anders. Uh, ik ben eigenlijk een een pretparkbezoeker zoals ieder ander dagjesbezoeker. Ik ga graag met vrienden en mijn vriendinnen bezoek ik Hello uh, Mike, nights, Fantasia uh, ja dat zeg maar. Maar ik heb een enorme grote voorliefde voor Disneyland Parijs. Eigenlijk al vanaf aan uh, naast de Efteling. Ik ben echt gewoon verliefd op Disneyland. Dus gewoon eerlijk te zeggen. En uh, sinds uh, twee jaar, uh, ik dus 18 ben, geen kind meer ben, uh, best gek om te zeggen, <laughs> uh, heb ik ook een, uh, een abonnement op Disneyland. En uh, ja, daar kom ik dus vaker en vaker. En daar word ik uh, dolgelukkig van. Nou, daar mag je zeker voor uitkomen. Hoor. Ik denk dat uh, in ieder geval als ik naar mezelf kijk, dat ik Disneyland Parijs ook wel eens het, het mooiste park van Europa heb genoemd, na de Efteling dus. Ja, ja, ja. Ik, eh, ik vind altijd de, de vergelijking tussen Disneyland en Efteling vind ik heel gevaarlijk, omdat ik gewoon vind: je kan het gewoon niet met elkaar vergelijken. Nee, het is wel een soort park. Ja. Ik vind vooral de verschillen heel mooi en ik vind het heel tof als je dus, toevallig ben ik vorige week vijf dagen in Disney geweest, wat pretpark is, En dan kom je een dag later terug in de Efteling. en dan zie je dus: hey dit, zijn dus, dit is de Efteling weet je wel, met de natuur en de rust. Als je dan in dat drukke grote Disney bent geweest, dan komt dat zo mooi tot z'n recht, die Efteling. Dus ik, ik, ik ga de vergelijking niet aan als je niet eens in dat, dat hoeft ook niet. Nee, want de, weet je, de parken kunnen, wat mij betreft, ook prima naast elkaar bestaan. Op zich, uh, Op zich zeg je daar ook wel iets, uh, iets moois. Want juist door in andere parken te kijken, dan kun je de Efteling weer een ander daglicht een keer zelf zien. Want je wordt gewoon iedere keer gereset als je naar een ander park gaat. Je moet ik zeggen, je verwachting wordt een beetje bijgesteld en dan kom je weer terug in de Eastling. Dan denk je, ah oh ja, zo zit het hier. En dan maakt de Efteling nou zo. Ja, bijzonder van zichzelf. Ja, ik ben zelf nog nooit een park tegengekomen, waar ik ook maar een beetje had het, het gevoel dat wij hey, dit lijkt dus op de Efteling. Uh, ja, je kan zeggen, je hebt natuurlijk attractieparken die in thema mooie themagebieden hebben en mooie gethematiseerde attracties. Maar voor mij blijft de Efteling het Natuurpark. Uh, met de prachtige natuur, waar super mooie attracties en belevingen in staan. En dat heb ik nog nergens anders ja, gezien. Ja, ik denk als je een park wil bezoeken wat het meest richting de Efteling neigt. Oh jee. We gaan naar Scandinavië. Ja, ja. ja oké, okay, ja. daar ben ik niet geweest. Ja, Aardig je dan? Ja, dan twijfel ik tussen Liesenberg en, en Tivoli gaan. Dus ik denk oh, okay, dat die ja. allebei wel redelijk richting Efteling gaan. Oh, als een Nee, joh. Dat is echt heel anders. Allebei nog een bucketlist-dingetje, dus ik kan er niet over meepraten. Maar bij jou, Bart Efteling ook gewoon nog met stip op één. Oh, oh. zo hoor ik hem niet zeggen. <laughs> Daarom stel ik de controlevraag. <laughs> Ik heb een gedeelde liefde, maar ik zal een politiek antwoord geven. Efteling, heel weinig wel. Ik vind het trouwens ook een mooi. Ik heb een keer een, volgens mij stond ik een avondshow te kijken of zo. Volgens mij waren we rondom een avondshow. Ja, dat klopt, ja. Ja, goed. En in een keer loop ik wacht tegen het lijf, gewoon random vijf uur van huis. Ja, dat was mooi. Dat was, ja, dat was bij Platen Carlins was het daar? Ja, klopt. Ja. Toen was je met die camper toch? Ja, dat klopt. Ja toen was ja, ja, ik ja, ja. een avondje het park in zonder kinderen en uh, de dag daarna met, maar me. die avond ervoor uh, kwam ik uit tegen. Ja, dus en je te weet nog zo goed, ik was toen met mijn moeder was ik daar en uh, mijn moeder die had al de show of de eindshow, ik weet niet eens meer wat, het was maar me ik niet uit. Ja, ik weet het niet meer. Um, die had hem al gezien en die dacht prima, weet je, ik ga naar het hotel. Dus ik denk, hé, hey, mooie avond, uh, Space Mountain Club, uh, Big Thunder Mountain, weet je, al lekker gas geven. En toen dacht ik, ja, het is vijf voor tien of zo, ik, moet, ik wil die show nog zien. ik, dacht, Ja, de klote plek is een beetje chagrijn, want je zag niks. Toen ineens kwamen wij, wij, wij ja, ons kostelijk vermaakt toch? <laughs> ja. Toen was de avond gelijk Ja, goed. prima. Ja, het was een heel avond verder of zo, maar zo ja, het was wel gezellig om even te kletsen. Ja, was prima. Ja, ja. Ja, ja, ja. Het ging vast niet over pretparken. Hmm. Nee, het ging over Disney al. Hè? Ja, beperkt ja, ja, wel Disney volgens mij. Ja, 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 cool ja, ja prima. Efteling kwam weinig voor volgens mij. Want even een gewetensvraag. Wat was eigenlijk bij jullie eerder? De liefde voor de Efteling of de liefde voor het, uh, het vloggen of het video maken? Ja, Efteling dan. Nou ja, uh, ja Efteling, Efteling zonder meer. Ik bedoel, de, de video's die ik maakte toen ik een kind was... die zijn niet vergelijkbaar met wat ik nu doe. En uh, de liefde voor de Efteling is, is er altijd geweest. Ik kwam hier ook, ook binnen met een heel plakboek vol met allemaal dingen. Want ik, ik wist natuurlijk dat ik hier naartoe zou gaan. En ik heb eventjes zitten graven. Want mijn liefde voor de Efteling is al, is al heel vroeg ontstaan. Waar ik het net over had en, dat, dat was dus zo gek dat als wij naar de Efteling geweest waren. als kind zijnde. en er was dan iets gekocht. een souvenirtje of weet ik veel wat. dat zat dan in een zakje. En op dat zakje stonden Efteling-logo's eh, en dat soort dingen. Ja, thuis ging dan al die logo's uit zitten knippen. En die dingen heb ik nu gewoon nog steeds in een plakboek. Eh, waar, waar, ik heb zelfs de kassenbonnetjes er nog in zitten. Alles waar, waar het woord Efteling op stond, moest gewoon bewaard blijven. En dat zat ik als kind. Zat ik dat allemaal in een plakboek te plakken. Ik heb ook gewoon wonders. Die, die werden vroeger, kwamen die op de mat. Die heb ik helemaal aan gord geknipt om gewoon een soort paspoes van te maken. En uh, ja, uiteindelijk heb ik die voor heel duur weer teruggekocht. Want uh, ja, je wilde ze toch in je verzameling hebben. Want ook dat heb ik heel lang gedaan. Ik ben heel lang Efteling verzamelaar geweest. Dus uh, heb, jij, heb jij eigenlijk dingen verzameld? Bart? Nee, ik heb uh, helemaal niks aan het verzamelen. Ik heb een tijdje een, uh, een uh, pins gehad van de Efteling. Maar ik heb helemaal niet de feeling om dingetjes te verzamelen van de Efteling. Moet ik ook wel heel eerlijk bij bekennen, dat ik vind dat. Uh, de type merchandise die de Efteling uitbrengt, dat zijn vaak ook geen verzamelitems op dit moment. Uh, misschien was het vroeger was dat anders. Dat, dat weet ik niet, omdat ik toen nog, uh, nog wat jonger was, zeg maar. Uh, dus ik heb weinig Efteling-items. We doe je dan ook? Een beetje volwassen-items of zo? De, ja, minder ja, de kreeg, ja want van Disney. heb je je beelden en dat soort dingen, weet je wel. Maar dit is heel, het is heel, de Efteling heeft heel erg een merchandise-aanbod voor de dagjesbezoeker, wat prima is. Niks mis mee. Maar uh, ik, als ik nou door, door de Eftel dingen loop, heb ik niet van hey, dit moet ik hebben, dit moet ik hebben. Ja, bijvoorbeeld de skyline. Uh, of zo'n houten uh, shape van het huis van de Vijf Centen. Dat vind ik tof. Maar voor nee, ik koop geen koekblik van, uh, van Bakkerij Krumel in. Echt. Ik heb het idee dat je dat vroeger ook meer had. Kijk even naar Tim. Want die heeft natuurlijk een uh, zolder vol uh, spullen. Ja, maar... maar als ik kijk naar mijn verzameling met spullen uit begin jaren 90, dan zijn het vooral uh, foldertjes, entreekaartjes, servetjes, plattegronden, fotoboekjes. Maar ook niet heel veel ja, bijzondere ik, souvenirs of zo, hoor. Ik zoek het dan meer een beetje jaren 60, jaren 70. Uh, glazen, beeldjes, uh, uh, hoe, heet, hoe heet die dingen nou? Uh, die van... laven? Ja, dat was natuurlijk al wat later, maar inderdaad. Ja, uh, okay, ja, ja. Daar was mijn vader een groot verzamelaar van. Die vond de Efteling allemaal niet zo, maar die laven vond hij helemaal fantastisch. Maar ik had het wel het idee dat je vroeger wel meer wat volwassen merch had dan dat je dat nu hebt. Nou, ik denk dat het ook wel tegenviel, hoor. Maar ik moet ook zeggen, als ik dan bijvoorbeeld, uh, ik, laatst keek een video terug die ik had gemaakt met Black Friday in 2018. En dan zie je allemaal merchandise die in die winkels hangen. En denk je, ja, die had ik moeten hebben. En die wilde ik hebben. Al jam, dat ik die niet heb gekocht. Maar toen ik door die winkels liep, dacht ik ook van ja, ja, een beetje kort op de bocht, wat moet ik hiermee? Weet je? Dus vaak als je terugkijkt op een periode daarvoor, als het er niet meer is, word je het ineens heel graag hebben. Dan nee, dat heb ik altijd. Klassieke dat, dat gebeurt vaker. <laughs> het enige wat jij verzamelt, Bart, zijn uh, abonnees en views. Oh, en je hebt een heel vet Sparta-shirtje aan. Ja, ja. Nee, dat klopt. Ik, dat Sparta-shirtje heb ik inderdaad. En uh, dat is echt bij Farmen... Ik heb hem niet mee kunnen nemen, want hij hangt in de lijst. Ik heb het uh, Velodrome-shirt van Tienje Bovisma in samenwerking met de Efteling... wat afgelopen jaar werd gedragen in de Tour de France. Genitieerd door uh, de winnaar van de Tour de France... Jonas Vienegaard. En daar ben ik wel heel trots op, ja. Eigenlijk alles wat jij hebt, hangt bij jou in kantoor. Ja, ja, letterlijk. We hebben heel mijn, ik heb helemaal zolder lege ruimte ja. en richting oh. de kaatshevel uh, gepropt. En hey, jullie hebben net al een beetje, een beetje verteld hoe, hoe het bij jullie begonnen het, uh, het video maken of het vloggen. Uh, ik ben wel benieuwd, als je dan bedenkt van dit ga ik doen, dit lijkt me leuk. Hoe, hoe pak je dat dan aan en hoe bouw je dat dan uit tot wat het nu is? Uh, nou, toen ik begon met video's maken, toen was het eigenlijk een beetje alla la Eftel Wesley. Dus gewoon filmen en uh, ja, de beelden laten zien, maar eigenlijk weinig context. En daar starten we toen mee, maar dat vonden mijn vriendin en ik een beetje saai ogen. Niks ten nadele van Eftel Wesley hoor, maar wij hadden zoiets van, ja ik weet niet, het ontbreekt iets. En toen zei ik van nou, misschien moet ik dan af en toe een klein beetje erbij vertellen. Om het een beetje te breken. Nou, dat deed ik en dat, dat gebeurde. En dat, dat vertellen werd steeds meer. En dat werd nog een beetje meer. En dat werd nog een beetje meer. En nu zitten we dus op een punt dat ik eigenlijk gewoon bijna een half uur. gewoon uh, de boel bij elkaar zit te kletsen. met uh, af en toe dus wat losse beelden tussendoor. om dat dan op te breken. Uh, maar het begon dus eigenlijk echt uh, als een soort van. ja, um, ja hoe zeg ik dat? Uh, gewoon alleen beeld zonder spraak. Dus niet vloggend. En hoe pak je zoiets nou, nou aan? Je hebt gewoon gedacht van ik ga dit doen. Ik, uh, ik zet mijn YouTube kanaal op, ik koop een camera en uh, gas geven. Nou, Het begon natuurlijk in de coronatijd, zoals ik net zei. Maar grappig genoeg is, is mijn kanaal een beetje, net zoals de Efteling, heel organisch gegroeid. Het was nooit de intentie om te gaan vloggen. Het was gewoon het idee om filmpjes te maken, zoals ik altijd deed. En nooit echt nagedacht over uh, hoe ga ik dit aanvliegen. En toen ik ook startte, ik had geen flauw idee hoe dat. Uh, tussen aanleidingstekens de markt eruit zag. Ik wist helemaal niet wie er nog meer video's maakte. En met alle respect, Bart, ik had nog nooit van jou gehoord op dat moment. Zo <laughs> erg was het dus al. Maar ik was, ben ook een paar jaar eruit geweest. En ik denk dat dat ook wel scheelde, want 2015 was ook echt zo'n periode dat ik dus met de Efteling gewoon niet zo heel veel aan het doen was. Dus ik denk dat dat ook wel meespeelde. En ik ben gewoon maar wat gaan doen, waarvan ik dacht, dit vind ik leuk. En toevallig genoeg deed eigenlijk niemand dat op die manier. Uh, het was een beetje uh, ja, een combinatie van allerlei zaken. En ja, dat pakte gewoon ineens heel goed uit. En ja, het is echt een soort van geluk geweest dat niemand anders dat op die manier deed. Want het, had, ja, het is nooit de bedoeling geweest iemand na te apen. Maar ik wist oprecht niet wat voor content er gemaakt werd. Want ik keek ook nooit op YouTube naar dat soort dingen. Nou, dat is een hele mooie inhaker. Want, uh, leuk dat trouwens me niet kende. Want voor de, voor de corona richtte ik me heel erg op nieuwtjes. Ook maar begonnen, en dat is heel makkelijk. hè, nieuwtjes, dan heb je iedere week een filmpje, weet je wel. Prima. Alleen wat ik al heel snel merkte was dat mijn efting liefde ging niet zo diep. Of gaan nog steeds niet zo diep dat ik heel de dag op Twitter zit. Heel de dag geïnteresseerd ben in de kleinste updates, weet je wel. En dan denk je, ja, dan kan je dat wel gaan doen. Maar uiteindelijk moet het leuk blijven. En toen had ik in de covid tijdelijk een beetje. Hey, weet je, die nieuwtjes. Dat is toch niet helemaal mijn ding. Ik word daar niet gelukkig van. Ik vind dat niet leuk om te doen. Ik wil meer mooie dingen maken. En toen, sinds die COVID-tijd, ben ik me meer gaan richten op dagjesbezoekers. Want ik kreeg veel meer reacties van Maar ja, wat je laatst steeds, die nieuwtjes, maar ja, de Efteling, wat is dat eigenlijk? Want wij de, vinden de Efteling heel tof en kennen alles. Maar heel veel mensen, nou, die weten helemaal niet waar Symbolica ligt. En ze weten ta, ta, kan een festival Maar Daar houdt de kennis al bij op, weet je wel. En met die gedachte ben ik een beetje doorgegaan. En toen vrij snel kwam het idee van pret, een pretpak zijn, een soort Efteling zijn. En met die gedachte ben ik eigenlijk nu voortaan aan die video's aan het maken. Van hé, weet je wel, hè, ik laat die Efteling zien, ik bereid je voor op je dagje weg. En die nieuwtjes laat ik eigenlijk steeds meer vallen. Soms is het natuurlijk wel zo dat een nieuwtje of iets nieuws in de Efteling kan invloed hebben op iemands dagje Efteling. Dus een update van Dance Efteling Grand Hotel, veel attracties sloten. Die kan dus invloed hebben op je dagje weg. Maar de diepte als Niels die ben ik nooit ingegaan. En ik vind het echt zo respect voor nieuws dat hij daar kan. Want ik zou het ook nooit kunnen. Maar hoe is dat bij jou gegroeid dan? Want uh, Bjorn heeft op een gegeven moment gezegd van uh, Bart, het is echt gewoon een vet goed idee als jij de Efteling uh, wekelijks of x, x, x keer naar zoveel tijd ingaat en een filmpje online zet. Ik denk voor wat continuïteit of zo. Om die dat deed ik al hoor. Dus ik deed al die dat had ik al voor Bjorn. Alleen met Bjorn erbij ging, dus echt naar één keer in de week. Vaste upload -up -up moment inderdaad. Continuïteit opbouwen. Organisch groeien, inderdaad. Was het op dat moment ook al, die nieuwtjes delen? Want ja, ik weet dat we jou ja. ook nog zien bij die opening ja. van de Piet Dus dat was echt een reportage op ja. die dag. Ja, wat ik toen heel erg deed was... Uh, ja, toen was ik nog steeds uh, 14, 15 inderdaad, in die tijd. Nieuwtjes, maar ook gewoon, hey, je gaat op zaterdag naar de Efteling. Zet de camera aan en we zien wel waar terecht kwam, weet je wel. En toen zagen we best wel een patroon. Tot iedere video was eigenlijk hetzelfde. Want iedere zaterdag verliep hetzelfde. We gingen naar de Villa Volta, Symbolica, Vogelrok. En toen, ja, toen was de dag klaar. Maar wat krijg je dan? Dan krijg je per jaar 25 keer precies dezelfde video's, weet je wel. op een duur dachten van, ja, dit moet wel een beetje, beetje anders gaan doen. Want anders wordt het wel een, uh, ja, een heel een, eenzijdig geheel. Ja, wat je dus eigenlijk deed, was eigenlijk het echte klassieke vloggen. Ja, ja, ja. En dat doe ik nu nog steeds wel, alleen wel met een gedachte erachter. Dat is het wat, wat er is veranderd. Ik weet bij jou Bart, dat jij uh, sowieso een aantal andere concepten ook nog hebt geprobeerd. Of andere... Ja, laat het noemen, andere series ernaast hebt gemaakt, naast je reguliere vlogs. Ja, het toffe eigenlijk is van, van, van het team, als ik het zo mag noemen. We doen het met een aantal mensen. Bjorn en ik doen het meestal. Alleen we hebben ook een aantal mensen achter zitten. En we hebben allemaal drie dingen hebben gemeen. Eén, we vinden de media tof. Uh, we vinden de Efteling tof. En we kunnen allemaal iets heel erg goed. Ze dus hebben bijvoorbeeld Daan van Genechten. Zeer gewaardeerd ontwerpen Ja, iedereen kent hem hier natuurlijk. Ja, goede die, ont, ja die ontwerpt uh, ons pins, uh, de huistel, alles. We hebben uh, nou, nog een paar andere mensen die allemaal iets kunnen en allemaal vinden we het de Efteling tof. En we vinden het leuk om mooie dingen te maken. En toen hadden we, in 2018, dachten ja, we ja, we liepen een beetje met de naam Bartbaan Weet je wel, uh, stress, Bartbaan Dan gaan we een attractie met elkaar vergelijken. We pakken gewoon een dikke camera van Bjorn. Want Bjorn die had zijn videobedrijf. Dus we hadden de beschikking over die middelen. Uh, en toen hebben we gewoon die serie gedraaid en daarmee Bartbaan En toen was ik klaar en dacht ik van ja. Dit is wel heel erg tof en gewoon mooi om mooie dingen te maken. Want dat, dat werd toen nog niet gedaan buiten de vijf zintuigen die hoogwaardige producties had. En toen, en misschien ook dan een beetje op de zaken vooruit, kwamen we aan bij het verhoor. Ja, en dat was wel voor een, ja, een mannetje van vijftien best wel een grote stap, zeg maar. Om gewoon een eigen pretpakdag zo te hebben in de studio. Ja, dat was wel een heel tof avontuur om dat toen te mogen... Mogen maken. Ja, wij zijn natuurlijk ook te gast geweest bij Het Verhoor, maar voor onze luisteraars die dat niet gekeken hebben, kan je een beetje toelichten wat het was, Het Verhoor? Het Verhoor was letterlijk een talkshow. We hebben zes afleveringen gedraaid, waar we dus in iedere aflevering ja, gasten uit de pretpakwereld te gas hadden. Zo dus hadden we gedaan, we hadden in de Voorste Venne in Drune, ja een locatietje, die kregen we van de Voorste Venne. Als ze maar een beetje een logotje in beeld lieten zien, dan weet je wel, je weet hoe dat gaat. En we hadden we, we banken van de ene zaal, uh, planten van de andere theaterzaal. Uh, nou, in ieder geval een uh, mooi bij elkaar gehaald zooitje. En toen hebben we gewoon ja pretpak gasten uitgenodigd en dat begon te lopen. En jullie zijn ik eens samen geweest, Paul, je bent nog een keer bij de laatste aflevering los geweest. En dat was gewoon heel tof dat je gewoon een uur anderhalf uur lang gewoon ja mensen kon ja, met mensen kon kletsen over wat stof vonden. Ze hebben bijvoorbeeld Chris van der Zander gehad, pretpak fotograaf, uh, Wessel van Loopings hebben we gehad. We hebben ja, van alles hè, is er voorbij gekomen. En wat wel een mooie uh, anekdote is... We hadden de eerste aflevering met... Bram van de Vijf Sintuigen... En volgens mij Danny van Team Park Science uit mijn hoofd. Mm, yeah. En we hadden het geschat op een kwartiertje. <laughs> en we hadden uh, gewoon een goede vriend van mij. Die was er en die zat, uh, die zat daar. En die moest mij zeg maar, aangeven als ik door moest. Want ja, ik had met die kaartje. Maar ik wist natuurlijk helemaal niet hoe dat werkt. Of zo, weet je wel. En... Ik zag ze tijdens die opnames naar nou elkaar kijken: van dit, dit gaat niet goed. En op een duur zag ik een soort verandering bij hun van ja jongens, we laten het ook maar gaan. En toen kwam, daar kwam anderhalf uur materiaal uit. En toen waar ik heel de serie gewoon: gezegd, jongens, we gaan gewoon ja. lekker praten, komt goed, tijd zat. En uh, ja, mooi. Ik weet nog van toen wij te gast waren: dat ik, ik ging naar, naar de Volste Wennen toe met de, de gedachte van: daar zit Bart op een stoel. En uh, Bjorn staat achter de camera, en dat is dan dat. Oh ja. Maar ik weet niet dat ik diep onder de indruk was van wat voor een productie dat het was. Volgens mij was jij met een team van tien of zo. Ja, en voor ons was het gewoon een beetje. Ja, ja hobby wil ik niet zeggen, maar we vond het gewoon super tof. Weer van diezelfde gedachten willen mooie dingen maken. Vind die techniek, techniek erachter vinden we tof. Weet je, waarom gaan we niet gewoon een eigen taxi maken? En uh, maar die gedachten hebben we dat toen gedaan. Ja, dat was heel gaaf. Ik moet zeggen dat ik echt wel. Ik vond het ook echt wel een uh, tof concept, hoor. Sowieso. Uh, uh, de set was tof, de beelden zagen er echt goed uit. Ja. Uh, ik, wat ik ook heel vet vond, was de coaching van Bjorn op jou. Want uh, jij deed dan vaak het introotje werd werd even los van tevoren opgenomen. En zei van, Bjorn, zeg het als ik te snel ga. Want als er één ding is waar jou bekend staat, dan is het wel dat je enorm rap kan praten. Gaat in en... nog wel beter, hè? Het is uh, een <laughs> ja. mooi, mooi tempo, mooi tempo. En met de podcast kunnen ze de snelheid ook zelf wel makkelijker aanpassen. Kan trouwens op YouTube ook tegenwoordig, maar dat terzijde. In ieder geval, uh, die coachte die jou mooi uh, van uh, rustiger, rustiger. En, uh, en de vragen waren gewoon tof. Want het liep gewoon allemaal lekker. Maar ik vind, ik heb al die afleveringen namelijk echt met heel veel plezier gekeken. Want ik vind het concept ja. ook gewoon heel vet. En ik mis eigenlijk zoiets wel in de, ja, in de, in de YouTube wereld de ja, binnen ik een zou, Nederland in ieder geval. Ik zou het heel graag nog een keer terug willen brengen. Alleen uh, binnen de, de, ja, de weg die we nu met Bart Baan zijn ingeslagen, vind ik het heel lastig om te denken, hey, hoe kunnen we dat nu ja, passend maken op Bart Baan? Want als we het precies zelf zouden doen als dat we toen zouden doen, dat zou nu niet meer passen. We hebben ook al een keer gedacht. Ja, moeten we er een podcast even maken? Maar ja, juist de kracht van het verhaal was het beeld erbij. En ja, ze zijn wel als podcast uitgekomen. Ze toch? zijn als podcast ja. uitgekomen. Maar ik ben geen voorstander van om het een vervolg te geven als podcast, dus het, het zweeft wel een beetje heel erg in mijn hoofd en ik ben er ook al mee bezig, maar hoe ik dat precies die invulling wil, ja, aangeven weet ik nog niet, maar ik wil het wel nog graag een keer terug laten komen, want het was een gaaf avontuur. T het is in potentie ook wel een gouden concept, hè? Gewoon één keer per week een, uh, een pretpark talkshow. show, ja, weet je, wereld draait door achtig. Is wel een hoop werk, denk ik, maar het is wel heel vet. Ja, ja, ja. En wat wat toen op een duur ook was. Ga de gasten maar eens vinden, hmm. iedere week. Die ja. dus steeds elkaar overklassen. En niet alleen dat, je hebt, je hebt de gasten die je op die plek moeten zijn, je moet zelf ook kunnen. En de rest van het team moet ook nog kunnen, ja. natuurlijk. Ja. En je moet ja. eigenlijk die locatie ook nog hebben. Ja. Dus je moet best wel veel dingen uitlijnen om het dan voor elkaar ja. te krijgen. Ja. ja. En als je dan nog een beetje een leuk salarisje mee zou kunnen verdienen, dan is dat nog wel te regelen. Maar ja, geld is natuurlijk ook altijd een, een kwestie. Ja, projectmatig is op, als je het een serietje van zo'n maken, zo maak zou tof zijn, maar één keer in de week, dan, dan zou dat jouw ding moeten zijn. En ja. dat uh, gaat nu gewoon niet gebeuren bij ons. Wat ja, heb je verder nog allemaal voor avonturen beleefd in de jaren, Bart? Ja, eigenlijk is voor mij Bart Baan één groot avontuur geweest de afgelopen jaren en nu nog steeds. We hebben uh, uh, het verhaal gemaakt. Uh, Bart Bijbaan, zeer recentelijk uh, uh, ja, uh, online gegaan. Wat ja, heel ook, vet. Ja, wat ook uh, heel tof was, was... Het park was dicht in de COVID en uh, de tweede COVID-sluiting was dat. Toen dachten we, ja, jongens, maar ja, wat gaan we nou weer doen? Gaan we weer iedere keer rondje lopen de Efteling? Maar wij wilden, we wilden niet stilzitten, we wilden door. En toen zei Bjorn van ja, maar, maar waarom gaan we niet gewoon iedere dag uploaden? Dus we gaan gewoon een paar van die studiolampjes kopen. We gaan je, je slaapkamer ombouwen, want je hebt toch niks te doen. Je zit, ja, je zit een beetje thuis lesjes te volgen Maar voor de rest. Ja, je kan toch niks. We gaan gewoon iedere dag, zeven dagen in de week, gaan we gewoon een video uploaden. dat hebben we toen een paar maanden gedaan. Keek geen hond naar, maakt ook niet uit. Alleen dat was wel heel leerzaam, want je gaat elkaar echt leren kennen. Je bent zeven dagen per week op elkaar. Uh, uh, ja, je, je moet, ja, je moet, op elkaar kunnen vertrouwen. En dat was heel gaaf. Heeft niemand naar gekeken. Alleen, ja, dat vond ik gewoon een mooie periode, een mooi avontuur. En Bart Bijbaan noemde je uh, al. Dat was ook denk ik een, een hele bijzondere, toch? Ja, dat was ook heel goud. Ik, Bjorn en ik hadden al een paar jaar die naam Bart Bijbaan in ons hoofd. Dat, dat, dat zweeft ja. al een beetje. Maar het kwam steeds niet goed tot, tot onze recht, zeg maar. We hadden toen, voor de COVID, toen was er een plan met een, met een ander park om, te doen, om het te doen. Maar toen kwam COVID, zeg maar. En je hebt wel eens van die momentjes, weet je, wel, met eh, Steven is net genoemd en een andere mensen van de Efteling. Je gaat af en toe een beetje koffie drinken en dan, dan spreek je een beetje de plantje door. Wat wil je? Hè? Uh, wat is het plan? En toen kwam op een duur kwam dan een keer een keer kwam dan gewoon te spraak. Want ik had het al een keer met ze over gehad een uh, paar jaar geleden. Ja, Bart bij, maar weet je al uh, personeelsrecord Dit, dat ze zo, zo. Prima, leuk, uh, lijkt me tof. En toen kreeg ik een week later kreeg echt een belletje. van ja, maar Bart. we zouden echt gewoon een keer graag willen afspreken, want we willen het echt doorzetten. Toen dacht ik, ja. Eigenlijk is het natuurlijk gewoon heel gaaf dat dat nu zeg maar gewoon uh, ja, in werkelijkheid wordt. En toen hebben we eigenlijk gesproken met de Efteling. En eigenlijk is het natuurlijk ook zo. Ja, Bart Baan was natuurlijk uh, een serie waar we het hadden over personeel in de Efteling. Hè. De Efteling heeft een groot personeelstekort. Um, en daar was het natuurlijk op gericht en nog steeds. En toen zei ik eigenlijk al bij het eerste gesprek van hey jongens, ik vind het super tof om te doen. Alleen Bart Baan is geen HR plek. Ik ben geen plek waar je personeel gaat vinden. Dat, dat, gaat, dat is Bart Baan niet. gaat Bart Baan er niet voor worden ingezet. En ze eigenlijk zei de Efteling toevallig ook al van, De Efteling zei toen ook eigenlijk al van... Ja, maar Bart, dat moeten we niet doen. We moeten juist het Bart sausje... moeten we over die video's gaan doen. Want dat is Bart Baan. En we moeten niet de gelijk leggen op personeel zoeken. Dit, dat, soort zo, zo. zei ja, dat is goed. Ik zeg maar, misschien kunnen we dan juist... Ook locaties pakken die je niet altijd ziet. Dus geen polls keuken, geen poffertje, maar echt het witte paard, de suikerbuik. Ook de spoelkeuken hoort erbij. En zo heb ik eigenlijk samen met Effling een aantal afleveringen uitgeschreven. En toen zijn we maar gewoon met een groepje van, denk ik, man, mannetje of vijf zijn we gewoon begonnen. En ja, dat was, er waren natuurlijk fantastische draaidagen. Dat was echt super. En een paar hele vette plekken geweest, ja. Zo. Ja, nee, dat was echt een geweldige tijd. <laughs> ja Het concept was dat jij eigenlijk aan de slag ging in de Efteling. Hè, als ja, een soort van vakantie- en weekendkracht. Klopt. En iedere af, aflevering was eigenlijk een andere afdeling. En, en iedere aflevering bezocht jij dan of werkte jij op drie plekken? Ja, we hebben, de, we hebben horeca gehad, we hebben resorts gehad, we hebben intra gehad. Dat is een hele andere soort tak van werkzaamheden dan de restaurantpark. Retail uh, en afgesloten met attracties. En dan per aflevering drie soorten uh, werkzaamheden, zeg maar. Het is wel een droom die in vervulling ging. Ja, toch? dat was echt geweldig. Dat je dan op een duur gewoon, ja, dat idee wat je al een paar jaar in je, in je hoofd hebt, want eigenlijk ben je ook gewoon maar een fan. En dan, dan staat die serie daar. Ja, dat is echt, ja, dat is eigenlijk geen woorden om te beschrijven. Heel gaaf. Even checken nu jij er bent. Wat was er eerder? Het idee voor zo'n serie of gewoon die naam? Die naam. Die naam, is die echt naam. goed, hè? Ja, die ja, was die echt, echt al goed. jaren. <laughs> ja. je, spookte die ons hoofd rond. Ja. Daar moet je dan iets mee doen. Eigenlijk. Ja, Ik snap ja, het ja. ja. Wat waren voor jou de, de hoogtepuntjes in die serie? Ik kan er wel een paar bedenken, maar ik wil ze graag vanuit jou horen. Ik vond aantal dingen heel tof. Ik vond uh, de ice challenge heel tof met Maura in de suikerbuik, omdat dat een setting was wat je eigenlijk nooit ziet dat je dus een, een challenge gaat doen. Waar ja, dat was vond ik gewoon een heel tof idee zeg maar. Um, ja, de attractieaflevering was natuurlijk echt fantastisch. Dan mm -hmm, nou is het natuurlijk met uh, flinke jaloezie te kijken. Ja, dat was echt <laughs> natuurlijk wel een hoogtepuntje. Um, maar ik vond zelf de Rito-aflevering heel tof. Omdat ik daar echt dacht van, hé, hey, dit zou ik zelf ook wel willen doen. Als ik in de Efteling zou werken. Dus uh, bij de fotopuntjes, foto's maken, bij die Game Gallery. Dus dat vond ik persoonlijk een hele toffe aflevering om te maken. Is ja. dat een open sollicitatie van jou? Euh, <laughs> <laughs> Zal ik er dicht bij het kantoor wachten voor de Ja, 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 ja. Ja, dat is denk ik een, een volgende nieuwe avontuur. Want je bent zowaar gewoon als, als Bart Baan je eigen kantoor begonnen in Hartje Kaatsheuvel. Ja, dat is, een, dat is een mooi verhaal. We maken samen Bart Baan, Björn en ik, omdat we Bart Baan heel tof vinden. Alleen buiten onze uurtje die we aan Bart Baan besteden, zijn we ja, twee ondernemers. Ik vind het een heel eng woord, maar zo is het wel. En we hadden eigenlijk, ik zat op school, mijn laatste jaar school of studie. En we wisten alle twee van, hey we willen samen verder. We willen ja, samen ons ding gaan doen. We zaten een beetje te kijken van, ja, dan moeten we eigenlijk een kantoortje hebben. Ze waren een beetje aan het kijken, maar nog niet echt prioriteit. Want het was maart, april en ik studeerde pas al van juli. Dus ik zou eigenlijk pas in september aan de slag gaan. En toen, um, toen kreeg ik iets doorgestuurd. Uh, in hartje kaatshevel op het Antwerpiekplein. Een gloednieuw kantoortje, alles op en eraan. En toen zaten we te kijken dachten van, ja, maar ja, dit... Dit is veel te groot. Dit, dit, dit kan niet, weet je wel. We hebben deze ruimte niet nodig. En uh, nou ja, je weet hoe dat gaat. Toen nou, zeiden we, ja, maar ja, het is, het is toch wel leuk. Lange termijn, weet je wel. Dan ga je, ga je het zelf verkopen. En we hebben uiteindelijk heel brutaal handtekeningen ondergezet. En uh, ja, super gaaf dat we daar nu, uh, nu, we daar, nu we daar zitten met heel de bubs. Ja, wat met uh, wie zitten jullie daar? Uh, nou, Bjorn en ik zitten er sowieso. Uh, en we werken met stagiairs. Dus we hebben een aantal stagiairs. We hebben een stagiair van Buitbaan. Uh, jonge uh, pretpark liefhebbers die dus ook het, het film heel tof vinden, die daar zeg maar een stage lopen. Voor pretparkgids hebben we iemand die uh, ja, ons heel erg helpt. En dan nog voor onder, onze andere uh, ondernemingen buiten, uh, buiten baan onder, zeg maar. Ja. ja, dan moet ik echt denken aan gewoon videoproductie. Videoproductie, marketing gerelateerde dingetjes in de Lesje branche, ja klopt. Ja, dan denk ik je meest uh, recente avontuur is toch wel uh, pretparkgids. Uh, op de dag dat wij deze aflevering uh, opnemen is, uh, is ook de dag dat... Uh... Dat die released is, hè? Ja, pretpakgrids.nl. Ja, dat is ook echt een, een verhaal apart. Björn en ik hadden eigenlijk al heel lang, we vonden YouTube een heel tof platform. Maar we merkten ook heel erg snel de zwaktes van YouTube. Want je bent heel erg afhankelijk van één partij. Uh, zowel ja, uh, financieel, want uh, we verdienen uh, alle twee natuurlijk. Je hebt bepaalde inkomsten genereren op uh, op de video's. Als Google een dag zegt van hey, we gaan de inkomsten halveren. Ja, dan heb ze maar mee te doen. Heb ze maar mee ja. te doen. Maar dat was toen nog niet de grootste reden. Want toen pretpakjes per dag werd, toen verdienden we nog niet eens uh, tien tientje per maand op, uh, op het baan. Maar we vonden gewoon dat we op YouTube te weinig konden vertellen. Uh, we hadden maar die twee keer een half uurtje. Alleen, weet je, je wilt sommige dingen wil je gewoon bij elkaar hebben. En we dachten, hoe gaaf is, is het om een platform te hebben waar je dus echt optimaal wordt voorbereid voor jouw dagje weg. Dus we dachten, ja, maar dan gaan we gewoon heel de Efteling uitwerken. Dus alle attracties, alle restaurants, alle toiletten, alle hotelkamers, alle vakantiehuizen, alles wat de Efteling heeft, gaan we fotograferen, filmen en uitschrijven. Want Bart Baan heeft natuurlijk een hoop video's al, als soort pretpakgids. Maar we dachten, hé, hey, Bart, die moet weg. Dat gezicht zat af en toe gewoon in de weg, weet je wel? Dat is een vervelende stemmetje. Dus we zijn een tweede kanaal gestart, Predpakkets. En daar hebben we juist het tegenovergestelde gemaakt. We zijn walkthroughs gemaakt, dus de sfeer laten zien. Hoe is het nou echt als je in dat park loopt? Nou, en al die data en al die content hebben we gebundeld tot pretpakkets. Waar we nu alleen een Efteling hebben. Um, ook wachttijden hebben we, uh, uh, tickets, uh, verblijven, ja, alles op en eraan. Alleen pretpakkitsen voor de lange termijn, dat er wel meerdere parken bij komen. Dus het is, het is nu een soort beetje Estling gids op dit moment. Makkelijk. Hè? Je hebt veel content, bent er, hè? je woont er in de buurt. Alleen de, de moet, uiteindelijk moeten er wel meerdere parken gaan komen op pretpakkits. En de eerstvolgende is dan jouw grote liefde: Disneyland Parijs. Jep. <laughs> <laughs> ja, nee, dat wordt wel een hels kawaii. Alleen als we Disney hebben bestaan, dan ja, is het gewoon een soort droom die uitkomt. En het hoofddoel van die website, of eigenlijk de hoofddoelen zijn dan enerzijds, denk ik, informeren en anderzijds ook al een stukje sales? Uh, ja en nee. Uh, we, tuurlijk, uh, we, we, we hebben tickets, verblijven. Uh, uh, ja, uh, makkelijk om alles bij elkaar te hebben. Maar ik merk gewoon heel erg dat veel mensen, en dan had ik vooral eigenlijk in Disney, die een dure trip boeken naar Disney. Ja, die gaan dan s'avonds wel eten bij Videopolis en een hamburger voor 30 euro naar binnen werken. En twee attracties op een dag. En dat is zo zonde, want je kan zoveel meer uit je dag halen. En ik denk dat we nu gewoon één platform hebben waar we dat op een mooie manier laten zien. Een mooie overzichtelijke manier de informatie kunnen delen. Waardoor de mensen echt het optimale uit hun dag halen. En daar horen dan tickets en verblijf horen daar dan bij. Dat is gewoon een heel klein onderdeeltje, omdat ik vind dat dat er gewoon bij hoort. Ja, heel mooi initiatief. En wat wij tot nu toe hebben gezien van de website, ziet er ook allemaal... ...super gelikt en super professioneel uit. Ja, thanks. Hey Niels, hoe, hoe zit dat bij jou? Want jij bent tussen in de coronaperiode begonnen. Um, zeg maar, jouw basisconcept is heel helder. Hè? De, de nieuwsvideo's met natuurlijk de gevleugelde spreuk. Daar moet even naar gekeken worden. <laughs> Hij moest toch even in de podcast. Lekker hey, man. Maar jij hebt ook al een aantal mooie avontuurtjes beleefd in de tussentijd, toch? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Dat is echt, uh, het, het is natuurlijk, uh, met de Efteling is het begonnen. En uh, daar zijn we heel lang geweest... En in eerste instantie toen het kanaal begon, toen zeiden we ook van... oké, okay, we gaan uh, alle niet-Efteling-gerelateerde dingen gaan we eraf halen. Daar hebben we toen ook uh, een ander kanaal voor gemaakt, het Buitenleven. Um, dat is op zich, daar kunnen we straks nog heel even over hebben. Maar uh, toen zijn we echt puur en alleen met de Efteling gefocust. Op een gegeven moment is dat een klein beetje losgelaten en hadden we zoiets dus van... oké, okay, um, alleen maar Efteling, het klinkt misschien heel stom, maar alleen maar Efteling is ook zo Efteling. En we vonden het, aangezien wij ook uh, attractieparkfan in algemene zin zijn, vonden we het ook heel leuk voor onszelf om gewoon naar andere parken toe te gaan. Dus we hebben nu gezegd tegen elkaar van nou oké, okay, zondagavond uh, nieuwsvideo's over de Efteling, dat is heilig. Daar komen we echt niet aan, daar, daar zijn we mee begonnen, daar kennen mensen ons van. Maar op de woensdagen, uh, daar uploaden we dus andere content van andere parken. En dat, dat kan variëren van, van Toverland of van, uh, van Halloween-events. Of uh, uh, nou ja, op het moment van opnemen staan we. Uh, uh, gaan, gaan we beginnen met, met, met de winterdingen. Dus we gaan uh, naar Toverland, we gaan naar Walibi-Holland, Walibi-Belgium. We zitten eigenlijk gewoon weer de komende maanden. zitten we weer helemaal vol. En dat, dat is iets wat nu uh, aan het opbouwen is. En we merken ook dat dat steeds uh, meer gaat lopen. En dat is ook gewoon heel erg leuk. En uh, ja, we maken ook gewoon content verder over de grens. Uh, Europapark uh, vind ik persoonlijk heel leuk. Uh, merk ik in Nederland dat dat niet zo bekend is. Hè? Het, het is geen Disney. En, uh, pst, pst, die discussie uh, hebben we vaak gehad samen, maar absoluut, die zullen we vanavond maar niet gaan voeren. Hè? Nee, maar <laughs> ik bedoel maar, uh, uh, mensen kennen het minder. En uh, het voelt een beetje als mijn morele plicht om te zeggen van jongens, hè? kijk, dit is hier ook, en dit is ook leuk, en hier kun je ook naartoe. En, maar ik wil niet uh, aan uh, ja, uh, de Efteling zelf komen. Dus dat blijft altijd wel met stip op één staan. Uh, extra content van de Efteling op woensdag. Ja, als er iets, iets extra's gebeurt, dan uh, komt het ook gewoon op woensdag. Ja, want je hebt ook al een aantal specials gemaakt, toch? Ja, we hebben al een aantal openingen gedaan. Uh, we hebben sluitingen ook gedaan ondertussen. Uh, en uh, ja, specials van zowel de Efteling als buiten de Efteling. Maar uh, ja, wat heb ik allemaal gedaan? Je hoeft even te denken. We hebben natuurlijk ook in het Efteling Hotel geslapen. Dat was heel leuk. Dat was ooit een keer als verjaardagscadeau. Waarvan ik oprecht niet wist dat we dat gingen doen. Dat, uh, dat was heel tof. Ja, en, en uh, eigenlijk ook een beetje wat, wat jij zegt Bart, uh, naast het nieuws probeer ik ook uh, mensen uh, uh, te kunnen helpen met hun dag Efteling door bepaalde tips en tricks te geven. En ja, op die manier uh, blijven we gewoon lekker bezig. Maar de video's waar de Efteling niet het onderwerp is, die, die verbinden zich niet dan in de... Nieuwsfeer, dat is vaak meer een, een tripreport of een uh, verslag van een dag. Meer, iets meer klassiek vloggen, wel met vaak heel veel informatie nog erin. Ja, klopt. Uh, als ik in de Efteling ben, dan uh, zet ik de camera altijd op een statief. En dan is het allemaal gewoon uh, uh, als een soort nieuwsartikel uh, wordt het gefilmd. Um, dat kost heel veel tijd. En um, als we naar andere parken gaan, dan gaat mijn vriendin ook altijd mee. Maar de nieuwsvideo's blijven ze meestal thuis, want... Want ik zeg, kost heel veel tijd. En voor haar is dat best wel saai. Want ze staat eigenlijk alleen op mij te wachten. En uh, als ik in een ander park ben, willen we ook natuurlijk nog wel dingen doen. En dat gaat lopende weg, gaat het dus makkelijker en sneller. Uh, maar dan blijft nog steeds het punt, we willen graag informatief zijn. Dus het is niet alleen ook, oh, kijk, mij eens een leuke dag hebben. Maar ook van joh, we zijn het hierin geweest. Je kunt het beste zo laat, zo laat hier naartoe. Want dan is het rustig. Hè? Op die manier om toch weer uh, mensen van informatie te kunnen voorzien. Ik heb er bij Energie heel veel gebruik van gemaakt van jouw tips. Dat is dus wel grappig, want Energylandia is dus compleet geschreven door mijn vriendin. Want ja, die is gek op de achtbanen. En wij waren dus op vakantie. Uh, en, nou, ja, laat ik het zo zeggen, wij gingen op vakantie. Maar dit en... is een legendarisch verhaal. Ja, maar je. dit is echt <laughs> bizar wij gingen op vakantie en we hadden het helemaal uitgestippeld. We hebben een eigen caravan en we hadden we helemaal bedacht hoe we het gingen doen. En we zouden starten in Europa Park en daarna naar Slovenië rijden en zo naar Prater in Oostenrijk en dan langzaam maar zeker richting Engelandia. Maar toen we in Europa Park waren, helemaal aan het begin van de vakantie, was het ontzettend slecht weer in Slovenië. Overstromingen en heel de mikmak. Het is afgelopen zomer niet best geweest daar. Dus we hadden zoiets van, ja, maar daar kunnen we nu niet heen. Dus dan hebben we gewoon Twee dagen gewoon gereden om even naar Energylandia toe te gaan met caravan. En daar hebben we dus twee dagen rond de, ja, in Energylandia doorgebracht... Maar we hebben dus gewoon twee dagen er naartoe gereden, omdat we helemaal onder in Duitsland zaten en helemaal naar Polen toe moesten. Dus dat was al een hele onderneming. Maar mijn vriendin wilde daar zo dolgraag heen en die wilde ook echt per se in de video en alle informatie die, uit, die in die video zit, is ook allemaal door haar uitgeschreven, bedacht. En uh, ik, ik was erbij, maar zij heeft het helemaal geleid. Grappig. Hoor. Volgens mij zijn jullie vanuit daar meteen ook weer terug naar Slovenië, Slovenië gereden. Nou, we hebben dus eigenlijk de route omgekeerd, want we zijn toen dus inderdaad uh, via Praten zijn we naar Slovenië gegaan. Maar we hebben wel wat dingen laten vallen. Want uiteindelijk, we zouden ook nog naar Tropical Island gaan. We zouden nog naar uh, Heidepark gaan. En dat is allemaal niet doorgegaan. En uh, helaas zijn de opnames in Prater mislukt. Dus ja, dat soort dingen gebeuren ook wel eens. En dan heb ik nog een prangende vraag. Heb je in Prater de Olympia looping gedaan? Die heb ik zeker gedaan. Ja. Classic, classic, classic. En hij was lang zo slecht niet als dat ik verwacht had. Nee hè? Ik dacht, oh een kermisbaantje. Hij is heel oud. Dat moet heel pijnlijk zijn. En toen ik erin ging zitten met van die beugels die op je schouders gedrukt worden. Dacht ik, wat is dit? Maar dat viel echt alles mee Heerlijk baantje. En de Dark Ride opties daar in het park? In praten bedoel je. Ja, er ja, was van alles. Maar ik moet zeggen, uh, we hebben er eigenlijk te weinig tijd voor genomen. Want we hebben echt maar een avondje gehad. En uh, ja, opnames liepen niet zoals het moest. Dus daar zijn we wat tijd aan verloren. Dus eindelijk hebben we maar één Dark ride gedaan daar. En dat was een of andere. Het had een piratenthema, dacht ik. Maar uiteindelijk was het gewoon een soort horrorhuis. En het was op zich niet slecht, maar het was niet helemaal wat ik ervan verwacht had. Wij, wij hebben er inderdaad een hele dag nodig gehad in praten om alles een beetje te kunnen doen. Dus ik euh... heb me daar vreselijk in vergist. Ja. Ja. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat je bij die andere parken. Daar kun je ook geen nieuwsafleveringen van maken. Want je ja, hebt denk ik al een dagtaak om al het nieuws binnen de Efteling bij te houden. Nou, een dagtaak. ja. Nou, ik ben ongeveer een uur per dag kwijt uh, aan het vergaren van het nieuws. En heel veel mensen vragen altijd aan mij: hoe kom je aan al die weetjes? Want het gaat, het gaat van mij tot de kapotte lamp, tot de nieuw hotel en alles wat ertussen zit. En, en hoe kom je aan al die weetjes? Nou ja, uh, mijn nummer één resource is gewoon social media. Elke dag hashtag Efteling en alles van de laatste 24 uur terugscrollen. En ja, daar zit echt wel een uur per dag aan werk in. Uh, en dat alles wat ik tegenkom, van ik denk dat is potentieel interessant. Of interessant genoeg voor mijn video. Uh, mm -hmm. Dat gaat in het draaiboek. En dat uh, ga ik dan checken, verifiëren. En uh, ja, uiteindelijk komt het er dan in. Maar ja, die ben dus al. Nou, minstens zeven uur kwijt uh, aan een draaiboek samenstellen per week. Dus, en dan hebben we het nog niet eens gehad over opnames en, uh, en montage. En dan kan je toch er zeker niet bij doen voor nog een ander park. Nee, 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 dat gaat niet. Maar ik moet wel zeggen, als wij naar een ander park gaan, dan schrijven we ook altijd een script. Want ik kan niet uit mijn hoofd vertellen wie de, de, de maker geweest is van, van, uh, van Fly of weet ik of wat. Want dat, dat, ik kan dat allemaal niet onthouden van alle parken. Dus we maken wel altijd een script. Dus dat doen we er ook gewoon nog tussendoor uh, bij. Nou, ja, een script, dan neem ik aan dat uh, het zijn vooral de individuele weetjes die je dan erbij kunt pakken wanneer ze nodig zijn. Ja, klopt. Uh, ik zeg ook draaiboek, maar mijn draaiboek bestaat eigenlijk vooral uit steekwoorden. Uh, stel, uh, sneeuwwitje heeft een nieuwe pruik, dan staat er gewoon sneeuwwitje pruik. En dan is het dus aan mij om gewoon uh, een, een verhaal te vertellen, maar ik wil het niet helemaal uitschrijven, omdat het dan heel erg voorgelezen voelt. Ja, het moet heel spontaan zijn. En dat heb ik alleen als ik het gewoon steekwoordsgewijs opschrijf. Het nadeel is wel weer dat ik dan heel vaak dingen vergeet. Dat ik dan thuis kom en ik denk, oh, dit heb ik niet gezegd, dit heb ik niet gezegd. Of dat ik ook weer hele stomme dingen zeg. Dat gebeurt ook wel eens. Ik heb het ook wel eens gehad over de, 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 dat Repelsteeltje een vlecht zou hebben. Ik bedoel de rapontje. Zulke dingen, die komen wel eens voor. Het gebeurt ons ook nog steeds uh, na 360 afleveringen. Ik ja, knip het dan gewoon uit altijd. Ja, precies. Dan zit het nieuws uit om er misschien maar niet in. Dat gebeurt hetzelfde gelukkig. Nou, die draaiboeken van jou, die kennen wij. Ja, inderdaad, want die uh, zo nu en dan, dan delen wij nog wel eens wat nieuwtjes met elkaar. Ja, dat klopt. Nou, helemaal aan het begin, uh, toen, uh, toen ik video's ging maken, toen stuurde ik eigenlijk elke week heel mijn draaiboek naar jullie door. Want uh, ja, jullie waren toch wel een beetje de aanstichter uh, van de video's. En uh, ik wilde toch graag iets terug doen. En op een gegeven moment ben ik het een aantal keer vergeten op rij. En toen is het eigenlijk nooit meer gebeurd. Het was niet dat ik dacht van, oh, uh, ik ga het niet meer doen. Het is meer gewoon... Ja, op een gegeven moment gewoon vergeten en gestopt. En dat, uh, maar aan het begin deed ik inderdaad wel heel braaf elke week uh, alles doorsturen. En 95% van alles hadden jullie al lang. Want uh, jullie zijn een beetje de godvaders van het Efteling nieuws. Dus, uh, nou, dat wil ik niet zeggen. Maar het was wel heel duidelijk inderdaad dat wij allebei heel erg in dezelfde vijver vissen. Ja, nou op dat, op dat vlak sowieso wel. Ja, ja. Jullie gaan veel meer de diepte in en jullie, jullie zijn veel breder ook qua dingen eromheen. En dat is natuurlijk het, het lekker van het medium, podcast. Dat kan natuurlijk lang duren. Het staat natuurlijk ook wel een beetje onbekend bij kleine boodschap. Maar uh, dat gaat in een vlog niet, omdat het heel snel saai wordt. Ja, bij podcast heb je daar echt geen last van. <laughs> Hopen wij. Ja, nou, je, je hebt je zelfs uh, al een keer gewaagd aan een heusse documentaire. Zo Ja, dat was maar wat. Ja, dat was me wat. Ja, nou op een gegeven moment. Uh, ja, ik ben gewoon fan van Kleine Boodschap. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. En op een gegeven moment gingen jullie een live show doen. Dat hadden jullie al eens eerder gedaan, maar toen tijd luisterde ik nog niet. Ondertussen alles teruggeluisterd en helemaal bij. Maar jullie gingen een live show doen. En daar, daar wilde ik wel naartoe. Dus ik heb kaartjes aangeschaft. En die werd toen. Eén of twee keer uitgesteld. Dat weet ik even niet meer. Ja, twee, twee keer uitgesteld. Of misschien nog wel meer. Maar in eerste instantie spookte het door mijn hoofd. Van oh het lijkt me leuk om daar een video over te maken. Maar ja het was een heel kort dag. En het ging allemaal niet. En uh, ik denk, ja dat ga ik nooit meer voor elkaar krijgen. En toen op een gegeven moment werd het weer uitgesteld. En toen dacht ik nou weet je. Ik ga, ik ga het toch gewoon een keertje opgooien. Dus ik heb het eerst bij mij thuis uh, met mijn vriendin erover gehad. En ik heb een vriend van mij. Uh, die heeft een uh, multimedia bedrijfje. Een uh, soort uh, wat jij ook hebt Bart. En, uh, de Bassie. De, de Bassie. En uh, hij was eigenlijk de tweede aanstichter voor het starten van mijn kanaal. En ik heb dat toen gepitcht bij hun. Van nou, ik wil graag een uh, soort reportage maken over dit en dat. En uh, dan ga ik dat presenteren. En toen zeiden ze eigenlijk allebei bij de, bij de eerste de beste moment van... Ja, is een leuk idee, maar jij gaat eruit. Dus dat is eigenlijk de enige video op mijn kanaal waar ik niet in voorkom... Want eh, ik ben eigenlijk op de eerste de beste redactievergadering er gelijk uitgeschreven. <laughs> maar eh, het begon eigenlijk heel simpel met jullie liveshow filmen. En toen dachten we, nou misschien moeten we een beetje backstory erbij doen. En dan eh, even wat, wat, gewoon, eh, wat, wat interviews doen en eh, leuk. En dat begon heel klein. En toen dachten we, nou misschien is het leuk als de Efteling ook wat vertelt. Dus wij, wij, de efteling benaden. Nou, die wilden meedoen. En de Efteling die noemde op een gegeven moment uh, Marvin van de Hoeven. van de Vijf Zintuigen. En dan dachten we, oké, okay, nou, dan gaan we die ook eens even bellen. Nou, die hadden we toen gebeld en uh, oké, okay, leuk. En Marvin noemde ook weer iemand die, uh, en nou, kwamen kwam, oké, okay, dan gaan we die ook even bellen. En zo kwamen we van het een in het ander. En dat bleef maar doorgaan. En op een gegeven moment zaten we echt in een, in een project dat ik dacht, van... hoe kom ik hier ooit nog uit? Dit was echt, Dat was hartstikke groot. <laughs> en het, het idee was om een video'tje te maken van 10 minuten kwartiertje. En uiteindelijk. Volgens mij, ik weet het even niet meer precies, maar volgens mij duurt hij echt 45 minuten. Ja, 45, hij is echt heel ja. erg lang. Maar het, 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 het ging van het ene in het ander. En uiteindelijk heeft het ook super lang geduurd voordat die video online stond. Want ik had hem op een gegeven moment gemaakt. En ik wist helemaal niet hoe ik documentaires moest maken. Het was compleet uit mijn comfortzone. En toen had ik hem laten zien aan mijn vriendin. Was hij klaar. Echt uren en uren geëdit. En mijn vriendin die zei op een gegeven moment na vijf minuten, ja zet hem maar uit. Want het is echt heel saai. En toen dacht ik echt oh nee. En nu? En toen heb ik uh, Sander Roening gebeld van de Vijf Zintuigen. Van Sander help. Ik zit hier met een project op mijn handen en ik weet gewoon niet hoe ik verder moet. En die heeft me toen uitgenodigd. En toen ben ik bij hem thuis geweest. Toen hebben we echt tot vijf uur s'nachts gezeten. Klinkt als echt iets wat ik jullie allebei zie doen. Ja. ja. Hij heeft hem helemaal gekeken. Hij heeft constant aantekeningen gemaakt. En toen was hij klaar. En toen zegt hij: Oké. Okay. En nu gaan we aan de gang. En hij trok heel die documentaire uit elkaar. Hij zegt: Dit eruit, dit eruit. Dit is niet relevant. Dit weg, dit weg, dit weg. En. Ja, toen heeft hij een opzetje gemaakt. En dat heb ik toen verder uit, uitgebouwd. En zo is de documentaire uiteindelijk afgekomen. Maar ja, zonder Sander had het nooit gelukt. Maar ik heb zo ontzettend veel geleerd eh, van, van het maken van die documentaire. En ik heb het zo ontzettend ja, tof gevonden. Maar wat ik nog wel weet, want wij kwamen, ook komen we nog steeds elkaar regelmatig tegen in het park. En toen hadden we best veel contact met elkaar. Jij hebt... Echt heel jouw ziel zaligheid in die documentaire gestopt. Ja, hè? echt. Ik heb er dus zoveel tijd in. Echt, de manier hoe gepassioneerd hij daarmee bezig was en hoe de drive die hij daarin had. Ik heb dat van dichtbij meegemaakt. Het was echt krankzinnig, vond ik dat. Ja, ik vond het vooral heel erg tof dat ik de twee uh, grondleggers van mijn kanaal, dus jullie kleine boodschap en uh, Joren Dekker, die mij geholpen heeft hiermee. Uh, die kwamen allemaal samen in één project. En ik. Ja, ik had toch echt zoiets van... ik wil graag heel graag een keer iets met jullie samen doen. Omdat, uh, ja, ik zag jullie als, als uh, de aanstichter van mijn kanaal. En ja, dat probeer je te veel veren nu. Ja, dat nee, maar ze ja, zitten erbij, hè? Ja, 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 ja. Nee, maar zo ging dat wel. En ja, ik weet niet. Op een gegeven moment escaleerde dat gewoon volledig tot, tot gewoon een complete documentaire. En ja, steeds meer mensen die geïnterviewd werden. En ja, dat was gewoon fantastisch om te doen. Jij ja, bent verdorie nog een keer stiekem bij mij thuis geweest. om te <laughs> dat, ja. Ja. Jij zat toen hier in de kleine boodschapstudio. Ja. En ik ben stiekem bij jou thuis geweest. Om jouw vrouw nog even te interviewen. Ja, ja, ja. Voor de zal, dan je zeker dat hij minimaal vier uur van huis is. Ja, nou dat klopt. Ja. ja, dat was wel heel erg leuk. Ik kende er ook helemaal niet. Dus ik heb het via, nee, via, via Twitter heb ik haar toen een berichtje gestuurd. Ja, dat was heel grappig hoe dat, dat liep. Dat is wel bij interviewen gebleven, toch? Mag ik hopen? Ja, absoluut. absoluut. Ja, ik heb de oude beelden nog, dus je kan het, je kan, je kan het checken. Ja. Nou, er zitten sowieso heel veel verrassingen in voor ons. Ja. van mensen die, die we gevraagd waren voor een interview. Hoe ook. was dat voor jullie toen jullie dus uh, dat voor het eerst te zien kregen? Van hé, hey, hier zitten meer beelden in verwerkt dan dat wij eigenlijk vanaf wisten. Ja, we hebben het dus zo lang mogelijk geheim gehouden voor jullie... dat er zoveel mensen aan mee zouden doen? Misschien moeten we een paar stappen terug doen nog. Want uh, wij zijn regelmatig gevraagd om mee te doen aan... een initiatief van iemand die een filmpje wilde maken... met ons als leidend voorwerp. Een mm -hmm. uh, paar keer in een studieverband wel gebeurd. Er zijn al één of twee YouTube mini-docus geweest. Toevallig kwam Sven rond dezelfde tijd ook met die vraag aan zetten. en hebben wel gezegd... weet het, Niels is bezig met iets, die pakt het pakte heel serieus aan. We willen niet zijn spotlight uh, stelen, dus... Ja, we willen graag meewerken, maar we wachten, je moet wel wachten. Minstens een paar maanden met het release, totdat Niels zijn project heeft live gezet. Anders dat heeft hij ook prima. gedaan. Ja, nou, zeker, even, zeker even gewacht, ja. Ik stelde me in die video voor als 38, Tim. Ik ben inmiddels 40. Ja. <laughs> die is toevallig ook vandaag of gisteren uitgekomen, zo. Uh, dus Niels die kwam met die vraag. We denken, oh, dat is leuk, weet je wel. Niels is stof. die doet allemaal mooie dingen op YouTube. Daar werken wij wel graag aan mee. Maar toen uh, hadden we hier een dag gepland in de studio. Met jou was het toen al het park in geweest, trouwens, hè? Nee, ik ben uh, geïnterviewd ge in uh, Bosrijk. Ik weet nog dat ik oh. uh, op, een, uh, op een klapstoeltje zat aan de yeah. rand van het meer, met overal muggen. Ja. Yeah. En het was ik, van de hooikoorts. Heel goed. Ik, ik zweette me kapot en ik had verschrikkelijk veel last van de hooikoorts. Ja. 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 Jij, jij was volgens mij het allereerste. In, nee, Steven was het allereerste interview. Maar ja, ik heb zoveel geleerd daarvan. Ik heb zoveel vragen gesteld aan jullie. Ik denk dat ik nog wel een doken kan maken van nog twee uur. Omdat ik jullie <laughs> gewoon zo idioot veel vragen gesteld ja, heb. Het waren echt negen kantjes interview. Ja, ja, dus. ja het, het was bijna een kleine boodschapscript. Zo, uh... nou, ik weet dus dat Tim toen terugkwam. Of die, die sprak ik toen. Volgens mij diezelfde avond hadden we opnames ofzo. Nou, ik weet niet, In ieder geval, wij spraken elkaar erover. En uh, toen werd mij ook wel duidelijk van... Oh, hij pakt het wel uh, echt serieus ja. aan. Dit, dit gaat wel verder dan uh, de verzoekjes die we, hiervan, uh, die we hiervoor hebben gekregen. Ja, en volgens mij zijn wij daarna ook nog een keer de Efteling in geweest voor de bierrol. Ja, klopt. Ja, hmm. want ik, ik wilde ook... Weet je, wat ik echt wilde voorkomen was talking heads. Dus inderdaad, alleen maar twee mensen die, die constant praten. Het moet wel afwisselend zijn. Anders wordt het heel saai om naar te kijken. Ja, ja, je hebt het over de Efteling. Dus uh, wat is dan makkelijker dan gewoon bierrol schieten in de Efteling? Dus ik heb inderdaad... Um, van jullie allebei heb ik uh, een interviewdag ingepland. En voor jullie allebei, los ook nog een keer, een dag uh, bierol Schiet in het park. Dus, en daarnaast nog een keer los alle interviews. En ik heb dus toen nog stiekem, want ik heb een van jullie redactie toen gefilmd. Uh, dat was uh, Yves. Yves. En die heb ik dus de ochtend voor Kleine Boodschap in het theater. Heb ik die nog in het Loonse <laughs> Land staan filmen. En toen zijn we dus als een idioot naar het naar de, naar de theater gereden. En toen kwam ik daar dus. Zo, zogenaamd Yves voor de allereerste keer tegen. Terwijl ik hem net heb staan interviewen. Dus: Hallo, ik ben Yves. Hoi, ik ben Niels. Dat was heel, uh, heel grappig als dat. Ik moet zeggen dat ik die dag daar niet al op heb gelet. Nee, we zijn er met beide benen ingetuind. Nee, oprecht. Kijk, we, inderdaad, we hebben onze opwachting al in best veel uh, films, uh, video's mogen maken. Zeker voor twee podcasters. Want ja, we zijn ooit met podcasten begonnen. zodat we niet met ons uh, gezicht in beeld zouden komen. En voor de gesteldheid uh, van het uh, gehele Nederlandse volk ook. Ja, maar ik denk van alle video... of ik denk niet alleen. Ik ben er zeker van. van alle videoproducties over Kleine Boodschap. is jouw docu toch wel ver uit uh, de beste. en geeft ook het beste beeld van. Wie wij zijn, wat wij doen en, en, en natuurlijk de theatershow zelf ook en de weg daar naartoe. Maar eigenlijk ook alles eromheen. En als ik iemand uh, een beeld wil geven van wat is kleine boodschap nou en waarom doen we dit en wat is daar voor wereld omheen, Ja, dan link ik eigenlijk wel altijd naar deze docu. Ja, dat is ja, 100% mijns. Ja, jij zegt waar wij kwamen liever niet in beeld, maar ik zit het even op te zoeken, maar hij is gewoon 11.000 keer bekeken, hè, die, die documentaire. Serieus? Ja. Oei. Ja, dat is best wel wat. Ja. Ja, die gedachte om niet met je gezicht op beeld te komen, die is een beetje mislukt. Dat was bij het verhoren al mislukt. Sorry, om even top. op jouw vraag terecht te komen, Bart. Want uh, we hebben er ook een officiële première van gehad. Die was uh, hier thuis bij mij op de bank toen uh, jij een vriendin waard, Niels, ja, en vriendin waren, Niels. En onze beide gezinnen die waren erbij. En dat was de eerste keer dat wij al die uh, interviews ook zagen. Volgens mij, het opende al met. Volgens dus mij opende het niet eens met ons, maar met iemand anders die iets vertelde over ons of zo. Het openen met quotejes. Ja, 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 ja. Maar ik weet even niet wie de eerste was. Ja, maar... ik, dacht, ik dacht zelfs Marvin, maar dat weet ik niet. Zou heel kunnen. Maar hoe ging dat dan? Jullie zaten met z'n allen op de bank of bij elkaar. En je keek eraan: van ja, jongens, dit hadden we niet met elkaar afgesproken. Of hoe ging dat? dan ik ben benieuwd nu, nou, hoe was die situatie? Uh, pre Precies dat. Inderdaad, ze van, oh wow, dit is veel meer dan alleen een registratie <laughs> van. Uh, onze Theatershow, ja, je weet welke tijd je er zelf uh, aan bij hebt gedragen, want we hebben inderdaad die, uh, die vier losmomenten gehad. En dan nog samen hier, ik denk dat we een hele ochtend hier hebben gezeten of zo. Uh, nou, we hebben het toen opgenomen op, op het moment dat jullie een uh, nieuwsaflevering gingen opnemen, en uh, ja. dat is voor jullie heel laat geworden, want ik ja, moest even het interviewtje <laughs> doen voor jullie gingen opnemen en dat duurde iets langer dan gepland. Dus, dus die tijd die wisten we dat die erin uh, tenminste, die fragmenten daar wisten we van dat ze bestonden. Alleen ja, toen kwam natuurlijk, toen kwamen al de interviews met die mensen. En ik vond het wel echt heel vet. Het was echt een verrassing van wie er iedere keer weer tevoorschijn kwam. En uh, we hebben een paar keer wel naar elkaar gekeken van hebben ze die ook kunnen vinden. Of hebben ze die ook ja, dat kunnen bereiken? Zeg maar, want we ontstaan ze natuurlijk allemaal in een telefoon. Dat is voor jou niet zo heel erg voor de hand ligt. Maar. Uh... Als ik net hoor jij die reis hebt gemaakt langs alle mensen, dan snap ik ook ja, dat wel dat je er terecht bent. Ik heb heel veel nieuwe contacten opgedaan <laughs> ja. door, die, door die documentaire. Ja, ik moet zeggen, hij was ook geniaal gemonteerd. En ik schoot zelfs een paar keer toch wel een klein beetje vol. Dus uh, dat heb je goed gedaan, Niels. Er werden gewoon hele mooie dingen verteld over jullie. Dat was, mensen hadden gewoon heel veel mooie anekdotes. En dat was gewoon echt uh, heel tof. Nou, genoeg uh, zelf ja. ja. <laughs> toch? Dank Hebben... jullie wel trouwens, heel leuk. En jij bedankt. Over die docu gesproken heb je ambitie om nog vaker dit soort docu's te, te draaien? Nou, het was een hele toffe ervaring, maar het heeft heel veel slapeloze nachten gekost en een eh, heel lang. Eh, even een kort antwoord: nee. <laughs> nee, ik vond het heel leuk om te doen, maar er zit zo enorm veel werk in dat het echt dat ik moet zeggen dat dat tijdtechnisch nu ook niet meer gaat. Nu met het kanaal ook, want het is ook eh, een stuk meer dan dat het vroeger was. En ja, ik vond het ontzettend gaaf om te doen. Heel tof om, om, uh, om dat allemaal te leren. Maar uh, nee, uh, ik, uh, ik hou het gewoon bij de video's uh, die we nu maken. Maar als ik dan zo hoor van, van zowel jou als, als jullie. Het was wel een fantastisch avontuur. Absoluut. Dat ja, is mooi ja. toch? Ja, zeker. Dat zo'n ja. video, zo'n mooi avontuur. Ja, kan, uh, en we hebben er zelfs nog een boek van gemaakt. Oh, ja, ook, ja, ook nog? Ja, ja, nou, dat was dus leuk. Want mijn vriendin heeft alle interviews geschreven toen. Maar mijn vriendin is dus ook fotograaf. Oké. Okay. En uh, die heeft dus onwijs veel behind the scenes foto's gemaakt. En toen, toen we ze hadden, dachten we, ja, maar wat moeten we hier nou eigenlijk mee? En toen hebben we dus inderdaad op de, op de première hier op de bank. Hebben we, dus, <laughs> uh, hebben we die foto's in een fotoboek uh, laten afdrukken. Cool, en uh, ja, jullie zijn de enige twee uh, die, die ja. erin hebben. Dus, ja. uh, heel vet. Ja, Heel erg limited. Ja, ik moet zeggen Kleine Boodschap in het Theater was voor ons al best wel een, een heftig en groot project. Maar de docu van Niels erbij, dat was het minstens net zo'n uh, zo indrukwekkend project. Ja, die ja. twee bij elkaar, dat was wel echt uh, ja, een, heel heel uh, vers, een rollercoaster. Ja. Mooi verhaal. Ja. Zeg maar even uh, naar het hier en nu. Uh, als jullie in een paar zinnen zouden moeten moeten samenvatten van wat wat nu op dit moment een beetje het, het concept is van uh, de video's die jullie maken over de efteling en, en de doelgroep, hoe zou je dat dan beschrijven? Ik geef bij mij altijd een mooi voorbeeld. Um, ik heb het vorig jaar een keer gehad. Uh, toen was ik in de efteling aan het filmen, logisch. En toen kwam er een hele grote familie naar me toe. En die gaf me eigenlijk een mooi beeld van: hey, dit zijn de kijkers van Bortba. Je had de kinderen van de familie die keken naar alle attracties op één dag challenge. Eh, dat soort video's, echt entertainment. wat je de ouders. De ouders keken naar de video's van uh, waar kan ik gezond eten en drinken in de Efteling. Uh, uh, waar is op dit moment de juiste ticket deal. En dan had je ook opa en oma. En opa en oma die maken de boeking bij Bosrijk. Dus die keken naar de video van uh, de accommodatie in Bosrijk. Het badhuis, uh, uh, het eethuis zeg maar. Dus ik zou willen zeggen families. Bijna een beetje dezelfde toegepaste de Eskilling, ja. dus de Extended Families. Ja, misschien wel een beetje. Is misschien is zo vreemd als je pretparkjes maakt. Ja, toch? Ja. ja. En zouden we Bart Baan dan tegenwoordig ook vooral edutainment kunnen noemen? Of infotainment? Ja, ja, waarvan ik wel denk dat pretparkjes het, verl het verlengstuk gaat zijn van de informatie. en Bart Baan nog steeds een stukje entertainment is, maar wel de informatie in verwerkt is, maar wel tot een bepaalde hoogte. En jij richt je dan niet meer per se op echt de Diehard Efteling-liefhebber, maar meer op de, uh, nou misschien ook niet de normale Efteling-bezoeker, maar ergens daartussenin. De frequente Efteling-bezoeker? Mm, misschien gaat het steeds meer wel echt richting de dagjesbezoeker. En ik moet eerlijk bekennen dat ik me al vrij lang niet meer richt op die Diehard-fan. Uh, dat is al een tijdje niet meer, maar misschien nu op pretpakkets.nl krijgt een wat duidelijker beeld, zeg maar. Uh, ja. Is dat bij jou een bewuste keuze geweest om, om weg te bewegen bij die die-hard-Efteling-fan... en meer richting de algemene Efteling-bezoeker te gaan? Ja, um, ja. Uh, ik, ik vind alle Efteling-fans natuurlijk fantastisch. Alleen ik merkte zelf wel erg dat ik niet op dat niveau zat. Dus ik, ik vond de Efteling tof. Ik vind de Efteling tof. En ik ben geen die-hard-fan. Speciaal om te zeggen voor iemand die drie keer in de week is. <laughs> maar ik uh, zit niet zo diep in de materie. Ik lees geen geschiedenisverhalen. En dan kan je wel iemand gaan spelen die dat is... Maar als je het niet bent, ja, waarom zou je het dan gaan doen, weet je wel? En ik had veel meer feeling bij de mensen die het leuk vonden te weten. Hé, hey, waar kan ik lekker eten in de Efteling? Of uh, uh, waar kan ik een goed kaartje kopen? Of wat zijn de leukste hotelkamers in het Efteling Hotel? Daar had ik ook zelf veel meer feeling bij. Dus dan is het ook veel fijner en leuker om die content te maken. Dat is nog steeds wel heel veel uitdiepen natuurlijk. Maar je zit wel minder op het, gewoon het dagelijkse. Ja, ik laat het gewoon heel simpel plat slaan. Het blokje van Kleine Boodschap of de vlog van Niels. Ja, precies. En dat is ook... Denk ik, waarom Niels en ik echt compleet anders zijn. We doen het wel in hetzelfde park filmen. Maar ja, wij zijn echt peper en zout. Je kan echt niks met elkaar vergelijken, denk ik toch? Nou, het enige wat, wat wij hetzelfde, doen is uh, wij pakken hetzelfde park. Maar verder, we vliegen het heel anders aan. Allebei op onze eigen manier. Ja, ja, ja. Misschien een keer een openingetje of zo, dus het zit misschien wat overloop. Hm, ook bijna niet. Want ik de, de inhoud die ik aan vragen stel aan de mensen en ook de mensen die bij Bart baan naar voren komen, dat zit een heel ander soort. Gedachte achter. Vind ik, ja, ik. Ik denk inderdaad: de, de laatste opening uh, die wij uh, samen ook opgenomen hebben was uh, Zwarte Kat. En uh, wat grappig was, we hebben allebei dezelfde. Nou ja, we hebben allebei een video gemaakt over de opening, maar ze zijn allebei compleet anders. Ik ben echt heel erg gestort op het verhaal van de charlatans en hoe dat terugkwam uh, in, in de Zwarte Kat. En uh, jij hebt ook heel veel nadruk gelegd op joh, wat wordt er nou verkocht? En hoe smaakt dat? En is het lekker? en, en Dus je hebt twee, t, twee uh, hele andere concepten over hetzelfde onderwerp. En daarom ja, het, denk ik dat we elkaar alleen maar versterken. Ja, ik denk dat jij echt laat zien van hé, hey, wat heb je hier? En bij Bart Barendsbeeld beleven het echt zoals iemand het ook echt zou beleven ja. als die daar staat. Ja. Dat en is eigenlijk het verschil. En ik ik mik dan meer op de op de diehard fan. Van joh, uh, hier zit. Dit is heel de backstory erachter. Ja, dat moet je maar net trekken. Ja, want je er wordt wel eens geroepen in, in de, de de fanwereld van Niels en Bart zijn elkaar als grootste concurrenten en die kunnen elkaar's bloed wel drinken. Maar uh, we hebben hier nog geen uh, beveiliging te zien ja, in. Ik vind ik echt een enorme grote klootzak. Ze <laughs> nee, nee, is... ja, dus hebben ons ook expres naast elkaar gezet, hè, nu vanavond. Dat, ja, uh, ja, ja, ja. ja Waarschijnlijk ja. ook... Nee, nee, nee ja. dat was een heel gek iets. Um, wij merkten toen nieuws wat groter werd: dat er in de fancommunity een soort afweer kwam naar. hé, hey, hun hebben ruzie, hun mogen elkaar niet. Terwijl ja, wij, wij appen, we zien elkaar veel. En, ja, weet je wel, prima. Ja. En dachten we, eigenlijk moeten we een keer een video maken samen. Gewoon lekker gaan vloggen. Gewoon heel laagdrempelig, leuk, gezellig. En dat bleef maar een beetje. En toen hebben we een tweede video gemaakt. En nu gaat dat steeds meer een beetje weg ofzo. Omdat de kijkers ook steeds meer echte verschillen zien. Heeft ook denk ik weer te maken met pretpakketjes. Dat je echt ziet, hey Bart Baan die is nu een andere koers aan het varen. Die gaat echt de andere kant op. En dat gaat nu steeds beter. Maar dat was op het duur een hele gekke ontwikkeling, was dat toen? Hè? Ja, ja, wij hebben toen al heel snel gezegd: van jongens, dit gaan we, dit gaan we de kop indrukken, want dit slaat helemaal nergens op. Uh, wij, wij kennen elkaar en uh, we gaan gewoon heel goed samen. Dus uh, joh, laten we gewoon, inderdaad, wat jij zegt, een hele luchtige video maken. Die heb je toen ook echt Niels Kooijman op date genoemd. Dat ja, uh, ja, was echt heel, heel hilarisch. We ja. hebben ook echt een ijsje gegeten en zo. Het ging echt, uh, ja, was wel heel tof. Maar uh, inderdaad, en toen hebben we die rivaliteit toch een beetje aangegrepen. Uh, om, om dan een, uh, een quiz uh, video te maken. Die, ja. die ik uiteindelijk ook nog verloor. Want ja, dat was wel een dingetje. Maar dat was, <laughs> dat was wel een mooi verhaal over die date video. Dat is, denk ik, al twee jaar geleden of zo. Ja, dat kan best. En Niels ik tegen mij van ja, Bart, maar gaan we nu ook echt vloggen door de menigte? Want daar vind ik helemaal niks. Ja, weet je dat, ja, ja. ja, ja. En ik dacht, ja, stel jij eigenlijk niet zo waar, man. Weet je wel. <laughs> Toen uh, dacht ik van joh, weet je wat ik ga doen? Ik ga een tussenweg zoeken. Dus we gaan op een bankje zitten. Dus we gaan niet lopend vloggen. Nou, we gaan daar gewoon heel ongemakkelijk daarbij de kombuis zo Fantafrozen daar binnen lopen weg, weet je wel. En ik zie ons ook toch zitten met die, met die twee Fantafrozen. Ja, maar ik heb <laughs> echt onwijs veel geleerd van, van dat moment met jou. Omdat ik. Uh, vanaf het moment, vanaf het begin vond ik het altijd een beetje ongemakkelijk. Ik ging altijd een beetje in de hoekjes zitten van de pleinen. En een beetje uit het zicht. Want ik vond het altijd een beetje ongemakkelijk. Want ik zit er in de camera te praten. En dat heb ik eigenlijk nog steeds wel een beetje. Maar uh, toen ik met jou aan het opnemen was, heb ik daar echt wel heel veel van geleerd. Van joh, laat dat los. Weet je. Ja, ja weet je wat? Wat ik ook altijd tegen anderen zeg: van hey, zodra je een camera uit je tas pakt, kijken mensen naar je. Dat je hem naast je hebt, dat je hem op, je, op een harnas hebt. Mensen kijken naar je wanneer je een kamer vast hebt. Ook al gebruik je hem niet. Dus dan maakt het uit. Dan kan je hem net zo goed gewoon nuttig gebruiken en nuttig maken. En ga er wat tops mee doen. Want mensen kijken toch wel ja, ja en, en ook een beetje van weet je uh, mensen kijken naar je en denken het oh, is dat voor mijn loodje en die lopen twee meter verder denk ik Hé, hey, de python weet je, die jullie <laughs> zijn alweer vergeten nee joh, je, het, het er gebeurt iets op een, op een dagje weg van de mensen nou, prima toch ja nee ja. maar daar heb ik al heel veel van geleerd dus bedankt daar ben ik je nog steeds dankbaar ja, voor dank je geen rivaliteit dus tussen Bart en Niels dat is goed om te weten en uh, jullie komen stiekem uh, best wel vaak dus met z'n twee ergens terecht als uh, die twee YouTubers nou dat valt op zich wel mee wij komen elkaar niet zo gek vol tegen in het park. Nee, eerst uh, kwamen we elkaar iedere woensdag tegen. Ik ja. had, ik, ja, ah, Niels op woensdag, mag ik dat zeggen? Ja, hoor jij. Ja, ja. Uh, <laughs> en ik uh, liep gewoon stage volgend. Ik zat gewoon op school en toen had ik woensdagmiddag was mijn had ik twee uurtjes tijd om een video te maken. Toen, toen, ja, toen kwamen we elkaar vaak tegen. Maar tegenwoordig ging het ook lekker op de dinsdagochtend te filmen, weet je wel. Dus... Nou, we komen elkaar niet zo heel vaak mee tegen. Nee, dan ben ik er ook nooit. Nee, dus, uh, nee, ja, nee. Een opening of zo, hè? Ja, met, uh, ja, dat Bellen ja. Ja, vaker dat we elkaar in het echt zien. Ja, ja. ja, ja, ja. ja, 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 ja. En, en nog even terug naar jouw, jouw huidige video's, Bart. Hoe, hoe bepaal jij dan nu de onderwerpen? Wanneer is iets nou typisch een onderwerp voor een Bartbaan-vlog? Uh, Oeh, dat vind ik lastig. We hebben sowieso een aantal factoren die altijd terugkomen in de video. We hebben een aantal vrienden die altijd voorbij komen. Menno, Damiano, Marvin, ze is genoemd. Um, die alle drie super tof zijn, maar die moet je wel in een, in een sterke punten zetten. Dus we hebben met Marvin heel de attracties ontdekt. Villa Volta, uh, Fata Morgana, dat soort dingetjes. Daar heb je een aantal video's die je per jaar met Marwin hebt. En met Menno heb ik heel erg een soort, een hele bijzondere band heb ik met Menno. Menno ken ik al vrij lang en ik spreek Menno eigenlijk bijna niet. Uh, door de week of in de weekenden. Maar we vinden alle twee één keer in de maand gewoon heel leuk om een video samen te maken. En dat doen al echt al vijf jaar. Dus toevallig hebt die mij vanochtend wanneer gaan we weer. En ik weet altijd als ik een video uit ga schrijven, van hey, dit gaat hij zeggen. Dat weet ik altijd al in mijn hoofd. Dat we zo goed op elkaar zijn ingespeeld. Dus dan ga je vaak een, een challenge doen. Of je gaat net even iets gekkere dingen doen. Bijvoorbeeld, dat weet je zelf nog niet. Maar we gaan volgende week een video maken van uh, je hebt nu toch op de warme winter die glittertato's. Ja. We gaan de tato zetten in de Efteling. En dan weet ik al, de reactie <laughs> van Mano. En daarop, dat is gewoon goud. Weet je wel. En dan hebben we nog Damiano en daar gaan we vaak echt de, de challenges mee doen. Dus alle attracties op één dag. Uh, uh, ja, meer die hoek zeg maar. En als ik vaak alleen ga, dan toevallig heb ik vandaag de video opgenomen Max Morten ontdekken. Dan kan ik veel meer voor de Baan in de diepte gaan zeg maar. Ze dus dan kan ik veel sneller schakelen, veel meer uh, variatie in de beeld in inhouden. Dat ik dan alleen ben en dan kan ik veel sneller go, 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 go zeg maar. Want dat is ook het verschil tussen de video met Niels... En bij Buitbaan, denk ik, bij Buitbaan is alles snel. Alles moet snel gaan, alles moet dynamisch zijn, alles moet lekker losjes zijn. En zijn uh, momentjes ga je in de Buitbaan-video's niet vinden, als het goed is. Nou, het is dus meer dan alleen een videocamera pakken, iemand uitnodigen en het park gaan. Dat is ook ah, voorbereiding. Ja, 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 ja. Ik heb eigenlijk, probeer ik, um, aan het begin van het jaar, heel het jaar uit te werken. Dus je hebt een aantal punten op een jaar waarvan je weet, oké, okay, winter Efteling, zomer Efteling... Grote onderhouden die opengaan. Dat zijn vaste momenten waarvan je weet, dan moet je er zijn. Nou, en zo ga ik altijd dat jaar invullen. Met een beetje andere parken en een beetje hoogtepuntjes. Weet je wel, ik weet vaak of hey, in deze periode brengen we een nieuwe pin uit. Of in deze periode gaan we een serie uitbrengen. Want dat, dat, dat bepaalt niet op de een of andere dag. Het is dan al vaak maanden van tevoren. Is dat vaak al afgesproken. Nou, en dan heb je een soort skelet. Heb je staan. En daaromheen heb je een aantal dynamische momenten. Want het kan ineens zijn dat de Efteling iets nieuws goed aankondigt. En heb je daar ruimte voor in contentplanning? En zo ja, puzzel dat een beetje bij elkaar. En heb je dus die, 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 die video's. En wat ik eigenlijk doe, bijvoorbeeld het voorbeeldje van vandaag van Max Moritz. Ik werk eigenlijk op papier mijn dagje uit. Dus ik heb geen draaiboek van dit ga ik zeggen of dit moet ik doen. Maar ik bedenk van tevoren gewoon steeds een dagje weg op papier, zoals iemand anders dat ook zou doen in de Efteling, dus we starten hier je begint zoals met een kopje koffie bij Fabula, daar gaan we naar Vogel, vervolgens Droomvlucht, Ravelijn. en ook altijd begonnen een manier, dus je zal maar nooit van de piet ineens bij uh, Droomvluchtje staan, weet je wel in de ochtend, want dat, dat gaat gewoon niet mensen moeten zich kunnen inleven in de weg en de route die Bart zeg maar, ja, aflegt tijdens zijn dagje Efteling en dat is ook om te voorkomen, denk dat je steeds hetzelfde rondje doet wat je dus in het verleden ooit hebt gehad. Exact. Ja, ja, ja. ja, ja. Want het is heel makkelijk. hè. zo pakken pakken, even een gauw voorrokje of uh, drooggelukt, dat is rustig. Maar op een duur heb je dat gewoon gedaan. Dus zo'n video met Menno, dan weet je dus nu al wat je gaat doen. Dus ook daar heb je gewoon het idee van: dit is denk ik, dit gaat gewoon werken als wij dit samen doen. Ja, maar het mooie van het verhaal met Menno is is dat Menno weet van tevoren niet wat we gaan doen. Dat, dat, dat wilt hij ook gewoon niet, zeg maar. Want we zetten de camera aan en het, het gebeurt, zeg maar. En dat is zo tof. Als de camera uitgaat, dan gaan wij verder met dat gesprek wat we hebben gehad. Dus het is allemaal heel puur, heel spontaan. Uh, dus ik weet gewoon, hey, hij gaat dadelijk zo reageren of dit ga ik op hem zeggen, weet je wel. Alleen dan in praktijk is het altijd nog ja, net zo spontaan, ondanks dat ik het gewoon al weet. En in die voorbereiding daar, hoe ver zit dan nog een wisselwerking tussen jou en Bjorn? Doe jij vandaan die voorbereiding? Of... Uh, in principe uh, is vaak de voorbereiding echt mijn dingetje. want ik het ook film. Dus het werkt aan rechts als ik tegen iemand anders zeg: Hé, hey, werk het werkt uit uh, en ik, ik film het. Ik doe dat echt zelf. Soms heb ik natuurlijk wel uh, uh, brainstorm dingetjes... want je zit bij elkaar, dus het snel schakelen om het net even wat beter te maken. Uh, en Bjorn zit vaak aan de achterkant, dus meer het technische stuk. En aan de voorkant is natuurlijk veel redactioneel werk. Als dus voorbereiding is grotendeels ja, mijn dingetje, bijvoorbeeld zoals bijbaan, dan ben ik echt degene die alles uitwerkt. Ja. En bij de meer de specials? Nou, wat eigenlijk heel erg tof is, is wat we eigenlijk doen, is, en dat is ook leuk, de wisselwerking tussen Bjorn en mij. Ik uh, pak een voorbeeldje, Bart Bijwaan, als ik een, als, 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 als voorbeeldje mag pakken. Ik heb een idee in mijn hoofd, van hé, zo wil ik die aflevering hebben, dit wil ik erin voor laten komen, et cetera, et cetera. Dat stuur ik naar Bjorn, via uh, een document, koeke documentje, en hij gaat daarmee aan de slag om te zorgen dat het technisch kan. Dus er wordt een uh, echt een, 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 een draaiboek gemaakt. Een schema. Technisch gaat hij dus met de andere cameramensen afspreken. Dit en zo zus en zo gaan we doen. Um, dus hij pakt het eigenlijk op en giet het in zijn straatje. Zodat dat, dat binnen zijn specialisme goed wordt uitgevoerd. zeg maar. Ja, hij is eigenlijk een beetje de producent van badbaan. Ja, op technisch vlak inderdaad. En dan nemen we op, en dan is eigenlijk tijdens de opnames. Uh, uh, heeft Bjorn dan de leiding, want weet je, uh, je moet niet kap twee kapiteinen op één schip hebben, dat, dat gaat niet. En het gaat de edit in en daarna, wanneer het af is geëdit, dan komt het weer bij mij, want dan gaat het online. En ik zorg weer dat het online staat, dat de socials worden bijgewerkt, dat uh, de video van tevoren op de juiste plekken komt om. Eens zorgen gecheckt te worden als er wat gevoelige dingetjes in zitten. Zo hebben we heel mooi die wisselwerking in, uh, ja, in een special, maar ook in een standaard vlog, zo gaat het eigenlijk altijd. Ja, en volgens mij moeten mensen ook niet onderschatten hoe uh, druk Bjorn het af en toe kan hebben. Ik kan me herinneren, volgens mij was dat bij de opening van een Even een heel ander park. Mm -hmm. Toen uh, liep het ook rond met Bjorn dan als cameraman. En die zat daar. In, hoe uh, dat ding, dat kiprestaurant. De koek, Hoe, uh, dat weten jullie vast dan ik. Koeken-doodle-doo. Nee. koeken doodle tim koeke doodledoe. Doodledoe? Ja. Ja. Doodledoe. ja. Ja, heel goed. Heel nee, goed. Vier man komen er net achter. Maar dus dat hij er al uh, op z'n laptop alles te editen en zo. Zodat het misschien diezelfde avond nog zelfs wel online komt. Ja, uiteraard. Nee, we hebben gewoon beide een enorme grote discipline en een drive van... Weet je, op dat moment moeten we pieken en op dat moment moet het live. Leuk voorbeeldje, we hadden... Vorige week waren we in, in, uh, voor pretparkjes Nisland-Parijs om te filmen in het resort. En we hebben daar uh, drie dagen lang, ja, bijna vier dagen lang, met drie man los van elkaar, alles gefilmd wat je maar ja, in gedachten hebt: uh, hotels, attracties, uh, restaurants, winkels, nou, noem maar zomaar op. En we, hadden, we sliepen op Centerparks en we hadden dus in ons huis een soort mobiele studio gemaakt. En we kwamen s'avonds super laat terug. En toen moesten we per se meteen alles extra uh, 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 op de dropbox zetten, weet je wel. Dat, we, ja, dat kan eigenlijk achteraf, weet je wel, Je kan de plekjes op een harde schijf zetten en dan doe je later op het kantoor wel extra backuppen. Nee, we moesten ter plekke moesten we dat diep in de nacht, moesten daar gebackupt worden. Dat is een beetje een soort, ja, ja drive Toppen. die we hebben van hey, het moet gewoon goed zijn. En ochtends weer fris aan de start. Om half acht stonden we netjes in het parkje, ja, uiteraard. Oef. Ik even terug naar zo'n opening, want daar ben ik nog wel benieuwd naar. Hoe eh, tijdkritisch vinden jullie zelf dat jullie dat bepaalde afleveringen rondom evenementen zijn, moeten die snel online staan of mag er even tijd tussen zitten? Um, ja, daar ben ik niet heel consistent in. Uh, dat ligt er een beetje aan. Uh, openingen gaan over het algemeen wel redelijk snel online. Maar uh, ik hanteer een beetje de dagen woensdag zondag als uploaddagen. Uh, dan kijk ik even naar zwarte kat. Die heb ik wel de dag zelf online gezet. Maar bijvoorbeeld de opening van het uh, Anton Pieckplein, uh, het vernieuwde Anton Pieckplein, die heb ik uh, volgens mij uit mijn hoofd pas op woensdag online gezet. En ik weet eventjes niet wanneer het opent, mij op een maandag. Dus het hangt denk ik een beetje ervan af. Joh, hoe belangrijk is het voor de community? En Dans Macabre is natuurlijk best wel een ding, uh, dat houdt heel veel mensen bezig. Dus daar had ik wel eens iets van, dit wil ik zo snel mogelijk online hebben, uh, want het is actueel, mensen willen dit weten. En uh, dat was toevallig ook in hetzelfde weekend dat bij Toverland uh, de vernieuwde Avalon opening Dus uh, ja, dat was wel even een, een dingetje. Maar ja, daar ben ik niet heel, heel consistent in. Ik denk daar enerzijds van anders over. Um, ik ben van mening als een kijk. Stel zo in een zwarte kat. Vind ik een goed voorbeeld. Als een kijker heel graag wil weten hoe het eruit ziet, dan zijn er andere medie, medie, media platformen die zijn altijd sneller. Je kan nooit de allereerste zijn, dat gaat gewoon niet. En vooral uh, YouTube video moet je edit worden, et cetera, et cetera. Maar mensen zijn vooral benieuwd wat jij ervan vindt. Dus wat vindt Niels ervan. Uh, hoe kijkt Niels zeker in een Zwarte Kat aan? Ben ik van mening. En um, dan is het wel lekker dat je wel binnen een bepaalde tijdsrange bent. Dus mensen zijn twee weken na de opening van in een zwarte kat. Ja, leuk dat je nou vertelt wat je ervan vindt, maar. We hadden we liever dezelfde dag of de dag erop uh, uh, eh, willen weten, zeg maar. Want mensen volgen je omdat ze op een of andere manier vinden ze de persoon van het kanaal. Die vindt ze op een van die vinden ze het interessant. Want anders gaan ze wel op een YouTube-kanaal abonneren. Waar ze alleen de sfeer zien. Uh, ja, een beetje van beide. Ja, maar het is geen druk om het dezelfde dag nog per se online te krijgen. Jawel, dat heb ik wel. Mijn oh, bij de opening moeten dezelfde dag online staan. Ik zit, ik zit daar, zou je denken, moet een beetje terugkabbelen wat ik net zeg mensen zijn niet benieuwd wat jij ervan weet, misschien ook wel een beetje, maar mensen willen vooral zien op de manier hoe jij het overbrengt, wat er te zien is. Ja, Snap je een manier. beetje wat ik bedoel? Ja. Een beetje ja. lastig te verwoorden, maar ja, dat. En ze willen weten, wat, wat gebeurt er in de Efteling, wat is er geopend? En ze kiezen er natuurlijk bewust voor om dat op jouw kanaal eh, te bekijken, met jouw mening en de manier waarop jij het vertelt. En je moet natuurlijk voorkomen dat er niks staat op jouw kanaal en dat ze uiteindelijk switchen naar iemand anders. Ja, precies. En nogmaals wat ik zeg, je kan nooit de allereerste zijn. Dat gaat gewoon niet met, met YouTube. Dan moet je Twitter of TikTok of weet je wel, het, dat moet je gewoon... Verliezen. Ja, in ieder geval niet met ons format. Nee, nee, gaat gewoon niet. Er zit te veel edit-tijd in. Inderdaad, je hebt ook youtube kanaal zoals Wesley, die, die is altijd als eerste, weet je wel. Uh, en logisch. Ja, maar je hebt tegenwoordig ook gewoon Instagram-stories en die worden live opgenomen. En die worden meteen zonder ook maar enige editor ja. op online geknikkerd. Ja. ja. Daar kan je niet tegen opboxen inderdaad, Ja. Ja. En nu we het toch weer over format hebben, Bart. Je hebt het net al, uh, al goed uitgelegd. wat, wat nu heet ten dagen. jouw format is en jouw doelgroep. Hoe, hoe zit dat bij jou? Uh, Niels, als je even kijkt naar je Efteling video's. wat is op dit moment. een beetje jouw format en jouw doelgroep? Nou, uh, het, 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 uh, de nieuwsvideo's. die zijn eigenlijk. Uh, uh, heel duidelijk uh, vormgegeven. Uh, er zit natuurlijk altijd een kop en een staart aan. Maar ik uh, heb elke keer praten. en dan afwisselend b-roll. En dat hou ik op die manier vast. En uh, ik had altijd verwacht, omdat ik heel diep ga op alles... dat ik juist uh, de wat oudere doelgroep zou aanspreken. Maar eindelijk is het heel vergelijkbaar met, met, met wat jij zegt, Bart. Ik heb dus echt van, van kleine kinderen tot aan... Ja, gewoon gepensioneerde mensen eh, die, die naar de video's kijken. En ik hoor ook wel eens gezinnetjes die tegen mij zeggen: Ja, wij zitten dus gewoon op zondagavond met de hele familie op de bank om jouw video te kijken. Ja, dat vind ik gewoon onwijs gaaf. Om dat te is horen. geweldig. Hè, ja. ja, dat is ja. echt heel tof. Echt een nieuwe tv. Hè, wat, ja, wat je ook vaak hoort, en ik ga hier niet die losse cases hier uh, zeggen, want, maar ik heb wel eens in het verleden een paar keer gehad waarvan ik weet dat mensen echt diep in die s ja. zaten, maar echt heel, heel diep. Waarvan je dus later van de ouders of van de persoon zelf hoort van... Hé, hey, ja, die video... En dan hebben ze dan ook over jou gezegd, maar... Weet je, dat gaf hun een soort lichtpuntje in de week, weet je wel. En als je dat ook maar één keer in het jaar hoort of één keer in zoveel tijd... Dan weet je al van, ja... Prima dat er uh, iedere week x-aantal duizenden mensen naar kijken... Maar daar doe je het gewoon voor. Ja, maar dat doet echt wel met je. Ja. Ja, dat... dat uh, ja. Ik, ik, ik uh, denk dat... Ja, ik, ik snap die situatie zo. Ik heb dat ook meegemaakt. En ja, dat, dat, dat blijf je wel bij. Ja. Ja, die reacties die uh, hebben wij in uh, zes jaar kleine boodschappen ook al een heel aantal keer gehad. En dat, uh, dat raakt je wel. Ja, dat mensen dat blijkbaar zo belangrijk vinden in hun leven, dat ze zich daar echt aan optrekken. Ja, weet je. En uh, ik had het toevallig vorig jaar een keertje. En we, um, we zaten een beetje, ik zat een, we zat een beetje in de COVID ook. En met de Efteling, weet je wel. De Efteling lag een beetje onder druk. En het was hing niet zo lekker sfeer in die Efteling. En um, toen kwam er ook een uh, moeder namen toe van een kindje die echt echt flink in de... Ja, ik zou het echt niet willen. En die van, ja, weet je, die dinsdag en die, die vrijdag, die zijn voor hem zo belangrijk. Ja, ik denk, ja, maar wat ben ik me eigenlijk druk aan het maken over zoveel x-aantal abonnees en zoveel views. Als je toch één iemand maakt op de, de wereld die blij mee maakt, weet je, prima, fijn. En zo denk ik, ik er ook steeds vaker tegenaan, weet je wel. Kijk, we kunnen ons eigenlijk wel heel druk gelopen maken over, uh, we moeten zoveel views, zoveel abonnees, inkomsten, maar ja, daar gaat het helemaal niet om, joh. Niels, jouw, jouw nieuwsvideo's zijn ook heel erg gestructureerd en dat gaat netjes op rijken en allemaal ja. op volgorde. En uh, dat is ook gewoon omdat jij een heel gestructureerd persoon bent, dan, uh, denk ik. Ik ben zo warrig als het maar zijn kan. Ik oh. <laughs> alles, alles, ben altijd alles kwijt. Alles, nee, ik ben vreselijk warrig. Dus ik kom ook heel vaak thuis dat ik gewoon hele delen van het Draaiboek gewoon gemist heb. Ik denk, het stond er wel, maar ik heb het gewoon niet meegenomen. Uh, of dat ik dingen vertel en er geen opnames van gemaakt heb. En nee, dat, dat gaat altijd van alles mis. Maar goed, dat weet ik altijd wel een beetje. Technisch weg te werken. Maar inderdaad, we zijn wel qua video's gestructureerd. Maar uh, ik merk ook dat mensen het heel prettig vinden. Uh, kijk, wij komen heel vaak in de Efteling. Maar er zijn ook heel veel mensen die niet heel vaak in de Efteling komen. En ik had verwacht dat er alleen maar abonnementhouders zouden kijken. Maar er zijn ook echt heel veel mensen die gewoon maar één keer in het jaar naar de Efteling gaan, die kijken. En die vinden het heel fijn om elke week even een rondje door het park te kunnen lopen. En daarom pakken we ook echt rijk voor rijk. En gaan we dus een heel rondje, net zoals wat jij doet, Bart, hè, in chronologische volgorde. En mensen vinden dat heel prettig. Aan het begin ging ik wel eens van, van Ruigrijk naar Maarrijk en dan uh, naar Anderrijk. Ja, daar kreeg ik best wel eens wat commentaar op. Van Joh, dit kijkt heel onprettig. En nou ja, hè, op die manier ga je er dan ook, ook iets mee doen. En uh, ja, ik, en het, het, qua opname is het ook fijn om gewoon dat rondje te lopen. Want als je van hot naar her gaat, ja, het park is daar veel te groot voor. Ja, want jij loopt ook echt in diezelfde volgorde dan? Ja, zoals die opgenomen wordt, zo, uh, zo loop ik ook inderdaad. Of tenminste, zoals je hem ziet, zo loop ik ook. Ja, dat klopt. Mijn, mijn favoriete momenten in jouw, jouw nieuwsvideo's is altijd uh, het humoristische filmpje aan het begin. Uh, vertel, hoe zit dat? Wat is daar het verhaal achter? Ja, nou ja dat, dat is dus ondertussen niet meer. Uh, maar dat was inderdaad wel, aan het begin, uh, toen ik het kanaal startte, uh, toen, uh, ik, ik vond het leuk om met video's bezig te zijn. En aan het begin zat altijd een soort sketch. En die sketch die sloeg dan op het onderwerp van die week. Ja. En uh, dat was altijd hartstikke tof om te doen, maar het kostte ontzettend veel tijd. En uh, het was ook heel moeilijk om elke keer weer iets origineels te bedenken. En vaak was de video al af en dan zat ik eigenlijk tot aan zaterdagavond met mijn handen in mijn haar van, oh wat moet ik nou, wat moet ik nou? En uh, het idee was heel leuk en de vaste kijker vond het ook heel leuk. Ja. Maar ik zag ook aan de statistieken uh, dat 60% van nieuwe kijkers gewoon eigenlijk instant wegklikte op het moment dat die sketch begon. He, ik zeg altijd van oké, okay, dan kom ik met uh, de Droomvlucht is weer open. Mensen klikken erop, die hebben een bepaalde verwachting. En uh, er is een soort van regel op YouTube. Binnen vijf seconden moet de kijker aangehaakt zijn. Uh, anders dan klikt hij weg. Het is heel makkelijk om door te klikken. En ik zag gewoon dat mensen die klikten op een video. En dan dachten ze dat ze iets kregen. En dan zagen ze een of andere langharige gek een of andere sketch doen. En dan dachten ze, waar zit ik nou weer naar te kijken? Weet je? Dus dat werkte heel erg averechts. Dus één, het was heel veel werk. En twee, het was eigenlijk nadelig voor de video's. Dus op een gegeven moment heb ik dan de stap gezet: oké, okay, we stoppen ermee. Daar heb ik best wel wat commentaar op gehad en dat snap ik ook. Maar ja, ik ben er heel blij mee dat we dat niet meer doen omdat het gewoon zo arbeidsintensief was. Misschien dat dat dan vooral alleen leuk was voor de Niels kooijman fans. Ja, maar dat dat was inderdaad. Ik krijg nu nog steeds wel eens berichten van mensen: "Joh, waar zijn die intro's? Dat was zo leuk." Ja, dat snap ik, maar het was gewoon niet echt haalbaar. En als we kijken naar, uh, naar de videocontent die jullie in het algemeen maken, even los van de Efteling. Wat zijn dan de onderwerpen en, en de parken die jullie naast de Efteling uh, vaker belichten op jullie kanalen? Bij mij is het Disney. Maar dat is nu nog steeds op één hand te tellen uh, uh, per jaar. Wat wel meer gaat worden de komende tijd. Dus daar zijn we nu ook echt wel stappen aan het zetten tot Disney wel uh, ja, een soort tweede park gaat worden naast die Efteling op, uh, op buitbaan. En dan een specifiek Disneyland Parijs, denk ik, hè? Ja, ik zou heel graag Amerika willen tip, maar... Uh... Ja. <laughs> um... Nee, Disneyland Parijs, want ik van mening ben dat daar echt een enorme gave wereld achter zit, waarvan ik denk nog veel meer mensen in Nederland en België niet weten hoe dat nou echt zit dan de Efteling. Uh, ja, een stukje Toverland, een stukje Bobbialand, stukje Thijsland, maar Disney, ja, die is wel de boventoon daarin. Ja, wij uh, gaan vooral ook voor nieuws en andere parken. Uh, niet zozeer uh, kapotte bankjes en uh, losse lampjes, maar meer uh, uh, grote dingen. Dus nieuwe attracties die openen, maar ook events die plaatsvinden. Uh, we gaan dit jaar ook voor het eerst inzetten op de winter events. Uh, daar had ik het eerder ook al over, daar pakken we heel veel parken mee. Goed, Halloween hebben we dit jaar voor het eerst aangevlogen. Dat was voor ons echt een soort pilot. Kijken van, uh, ja, wat vinden mensen hiervan? Slaat dit aan? Nou ja, voor een eerste jaar vond ik dat dat heel goed liep. En ik merkte ook dat parken daar ook heel erg voor openstaan. Vooral de kleinere Halloween-events vonden het heel leuk. En kregen ook echt aan de lopende band. Kregen we uitnodigingen: van, Joh, kom ook bij ons. Dus dat was wel heel erg tof. En uh, ja, wat ik zeg: we, we willen gewoon uh, de Nederlandse. Of gewoon de, de Europese parken. Willen we, willen we gewoon gaan bezoeken. En mensen daarover kunnen informeren. Van, Joh, als je daar naartoe gaat, doe dan dit en dit. Want daar wordt je dag gewoon beter van. En wat Bart heeft met Disneyland, dat heb ik met Europa Park. Uh, is gewoon mijn guilty pleasure. En uh, daar maak ik graag video's over. Gaat niet 50-50 worden bij mij, want daar, daar, daar kom ik gewoon niet vaak genoeg voor. Maar ja, ik vind het gewoon heel tof om uh, content te maken over Europa Park, dus dat doe ik er ook gewoon naast. En daar is ook niks, niks mis mee. Maar wat is dan juist koop? Alle parken in West-Europa of echt gewoon heel Europa? Ja. ja, gewoon zoveel mogelijk parken zien. Uh, ik, heb, ik heb net als Bart Disney, Amerika staat heel hoog op de bucketlist. Uh, dan moet ik toch iets gaan doen aan mijn financiële management, want uh, dat uh, gaat niet helemaal naar behoren. En je moet even gaan studeren aan de universiteit. om te kunnen doorgronden. hoe dat hele systeem met reserveringen en uh, tickets. en. Uh... nou, ik denk dat ik dan gewoon. rol bel van details. die ja. kan dat veel beter. denk ik. ik zeg ik joh. hier heb je zak geld. regelt even. Dat, uh, alleen die zak geld ontbreekt nog steeds. maar dat. Uh... wat dat betreft kunnen we ook elkaar de hand schudden. ja. Nee, maar goed, uh, in Engeland. zijn ook heel veel toffe parken. Scandinavië is heel veel toffe parken. Uh, we hebben dit jaar. hebben dan Polen gedaan. en uh, ik heb nog ergens een legendia video liggen. alleen de audio is daarvan mislukt. dus die moet. Ja, in een soort talkshow-achtige manier opnieuw opgenomen worden. Maar dat is er nog steeds niet van gekomen. Het... Na synchronisatie. Ik heb nog wel het je liggen van een talkshow, als je wilt uh, lezen. <laughs> ja, ja, ja. ja. ja ik, kwam, ik kwam thuis van de vakantie en ik zag dat, uh, dat de audio van Legendia gewoon mislukt was door een kapotte kabel. En dat was echt uh, ja, huilen. Maar uh, die content, uh, ja, ik, kom, ik ga niet meer naar Legendia, want uh, spoiler, ik vond het niet zo goed park. Dus uh, die, die video moet er ooit nog komen. Nou, als ik even mooi mag inhaken nog op die park. Kijk, wat we heel erg zien, bijvoorbeeld met Halloween... heb ik mijn pakken gedaan. Ik, dat, dat, dat liep niet lekker. Ik vond die combinatie vond ik gewoon niet oké. Okay. En nu hebben we bijvoorbeeld met pretparkgids... hebben we nu kijk maar jongens... we kunnen nu in alles wat we willen. Dus we zijn gewoon alle parken afgegaan. Toverland, Halloween, Wallyby uh, Friday uit uh, sorry. Fri uh, Bobbejaarland zijn we afgegaan. En daar hebben we heel mooi... dus die experience van die walkthroughs... mooi kunnen laten zien. Zodat we toch op een mooie manier Halloween... Ja, op onze manier uh, naar voren hebben laten komen. Omdat ik vond dat dat een zwakte was van Bart Baan. Halloween. Maar dat is toch een groot ding in die petpark. Dus die moet je toch meepakken. Ja, vond dat is toch helemaal niks, Halloween? Ik moet je heel erg stiekem zeggen. Ik ben dus nu twee jaar zonder kamer met vrienden geweest. Ik begin het best wel leuk te vinden, stiekem. <laughs> Zitten er hier meer aan tafel? die dat? Ja, 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 ja. Ja, ik denk dat het punt ook gewoon is dat het bij de sfeer die een Bart Baan video uitstraalt, dat het daar misschien niet helemaal mee matcht. Nee, nee het is een mismatch. En dan moet je gewoon eerlijk zijn en moet je het gewoon niet doen. Want anders dan uh, wordt het geforceerd en dat is gewoon niet leuk. Nou, ik, ik vond het bij mij wel apart, want het, het format is compleet anders dan de zondagvideo's. Want het is echt een vlog en uh, je ziet ons Halloween beleven, ik en mijn vriendin. Uh, en toch slaat dat om de een of andere reden toch goed aan en er is heel veel positieve feedback op, dus uh, dat is wel heel leuk en ja, toch bijzonder hoe een ander format toch ook wel kan aanslaan op die manier. Komt door uh, die hartslagmeter. Uh, ja, ja, die <laughs> hartslagmeter, dat is iets waar we in Tovelo mee begonnen zijn en uh, dat was voor ons idee was dat uniek. Ik heb niemand dat ooit eerder zien doen. Ondertussen zie ik wel meer mensen dat oppakken, maar uh, dat, dat, de, ja, dat idee dat kwam van mijn vriendin af. Van, joh, we mogen niet filmen naar nou, huis, hoe gaan we dat oplossen? Nou, misschien met een hartslagmeter aan de gang. En dat eh, kregen we ook heel veel positieve reacties op. Ze dus zoiets van, nou, oké, okay, dan gaan we eens kijken of we dat kunnen uitbouwen. Dus, eh, ja. Eigenlijk moet er nog een keer een overzichtje komen van alle spookhuizen en experiences die jullie hebben gedaan. aan de hartslag per ding. Gewoon een mooie website waar het allemaal op uit is gewerkt. Een database voor ja. jullie hartslag. Ja, ja, precies. Nou, we hadden eigenlijk een overzichtvideo willen maken van alles wat we dit jaar gedaan hadden. En een soort van uh, terugkijken van wat vonden we het beste, wat vonden we het slechtste. Maar uh, ja, tijd was wederom de, de falende factor. Dus dat is, uh, dat is niet gelukt. Ook dat herkennen wij. Ja, we hebben ook nog wel eens een ideetje wat <coughs> niet per se altijd vervolg krijgt. <coughs> Heer, ik denk dat we naar een blokje gaan, waarin we eens wat de statistieken gaan doornemen. Dus ik hoop dat jullie de cijfers paraat hebben. Want waar ik eigenlijk in het algemeen wel benieuwd naar ben, waarschijnlijk staat het gewoon een getaltje ergens op jullie kanalen. Maar hoeveel vlogs hebben jullie inmiddels over de Efteling gemaakt, ieder? Of video's, laten het in het algemeen video's, op video's houden. Nou, ik, ik, uh, ik, ik wist dat deze vraag ging komen, dus ik ben het eventjes gaan uitzoeken. Want ik had zelf geen flauw idee meer, maar ik schrok er zelf een beetje van eigenlijk. Nou, oh, daar ben ik ook wel benieuwd. Ik heb uh, ondertussen uh, 121 Efteling nieuwsvideo's gemaakt, 45 Efteling specials en 46 specials van andere parken. Dus ja, alles bij elkaar, gewoon meer dan ruim meer dan 200 vlogs. Dus het is echt dat ik dacht van wow, dat, dat dat ik me eigenlijk niet besef, maar dat is echt bizar. En dan staan heel Efteling, dus uh, tegen de 80%. Als ik het ja, 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 sowieso. Die andere park is natuurlijk pas later erbij gekomen. Want in eerste instantie deden we alleen Efteling. En we deden het eerst maar één in de week. En dat sinds een half jaar twee in de week. En ook dat is niet helemaal vast. Want ja, ik kan dat niet altijd waarmaken. Maar uh, ja, bizar. Echt bizar, maar Bart, ik denk dat jij, uh, jij bent hier wel uh, de, degene die de troon gaat uh, stegelen. Ja, ik ben de taal kwijt. Ik, ik heb het nu toevallig even opgezocht. Mijn kanaal zit in totaal op 847 video's. Oei, oei. Waarvan ik er vanuit ga tot 90% misschien wel iets meer Efteling is. Er zijn cijfers waar wij ook niet tegen op kunnen boksen. Nee. nee, precies. Op naar de duizend video's, Bart. Ja, ik moet, ik moet alleen even afvragen of ik daar trots op moet zijn of niet. Nee, nee, schat. Nou, dat zou ik wel zijn mag je wel een speciale video maken. Wat heb je gedaan? Was het de vijfhonderdste video dat je ging vliegen over de Efteling? Ja, dat is een heel mooi verhaal. Dat was heel lang geleden. Daar heeft ook niemand naar gekeken, maar prima. <laughs> um, <laughs> wij waren in Disney geweest met onze vriendengroep. En um, die, die video, dat idee was van die honderdste video. Maar ja, dat hadden we denk ik 800 de abonnees of zo, weet je wel. Dat was de hondste video? Ja, ja, ja. Dat is echt heel lang geleden. Oh, dat voelde niet eens als heel lang geleden trouwens. Nee, de, toen was ik echt een heel Bye, klein Paul. Yeah. En uh, het was, ik weet nog zo, goed, het was tweede Pinkse dag. En ik zou om 12 uur, zo, mijn vriendin zou bij mij zijn, want wij zouden naar de kermis gaan in Drunen. Ja, ik kan er niks moois van maken. En op klokslag 12 uur gaat die bel. En ik loop naar de voordeur toe. En ik zie daar een soort zwart iets. Ik dacht, ja, dit, dit is raar. Dat is niet mijn ik doe de deur open. Ik <laughs> had gewoon een hele kamer gekruist voor mijn neus, weet je al. Dus ik was dit nou weer, joh. En ze zei, ja, een verrassing. oké, okay, ja, prima. Ja. Ik, ga, ik ga wel mee of zo, denk ik, weet je wel. En uh, bij een vliegbasis. ik denk, wat we gaan we nou weer voor gekkigheid beleven? Het was dus geregeld dat we in een privé-vliegtuigje echt een vlucht gingen maken over de Efteling. En uh, dat was ook wel een mooi verhaal, want het was van tevoren volgens, volgens mij, en ik, ik heb het zelf niet geregeld, afgesproken met de Efteling. Alleen... Wij vlogen zo ontzettend laag over dat park... dat de beveiliging toch wel dacht... ja, dit is niet heel handig of zo, weet je wel. Dus dan was ik wel een beetje soort spanning... alleen toen ze erachter kwamen van... Hey, dat wij het waren, was prima. En toen probeerden ze nog vanaf de grond contact met ons te maken. Maar ja, we hebben natuurlijk geen breik in dat vliegtuig. Maar ze achteraf is allemaal goed gekomen, hoor. Dus daar verder daar niks over. En toen daarna hadden ze van die... Je had vroeger van die drakenkeekjes, weet je wel, in de Efteling. Uh, dat ja. ze nu de paddenstoelen keken. Wat hadden ze nou gedaan? Ze hadden bij diezelfde bakker, hadden ze dus een x aantal van die keetjes besteld met een fotootje erop en die hebben toen dan Efteling-medewerkers uitgedeeld en we kwamen met Tessa en Maurice trouwens van van Teamtal kwamen nog tegen. En, uh, dat was een heel bijzondere dag, een heel bijzonder moment. En uh, ja, die beelden zijn trouwens gewoon op, op YouTube en sowieso. Uh, het is gewoon heel bijzonder om de Efteling te zien vanuit een vliegtuigje. Dat is echt heel gaaf. Ja, als je dan naar dadelijk naar de duizend video's toe gaat, dan moet je Jeff Bezos bellen of Elon Musk, dat dus ze een plekje hebben voor in een raket of zo, dat je de ja. Efteling vanuit de ruimte, ja. buiten de dalkring, kunt ja. bekijken. Dus uh, ideeën zijn altijd welkom. Uh, hier heb je er in ieder geval Ja, een thanks. <laughs> ja, want dat is denk ik wel iets typisch voor, voor de, de, de YouTube-wereld. Uh, altijd iets leuks doen met mijlpalen, hè? Dat doen wij nooit. Ja, <laughs> ik moet wel zeggen dat ik er steeds vaker van afstap. Omdat, ja, daar kan je aan de gang blijven, zeg maar. Uh, doe jij eigenlijk veel met mijlpaaltjes? Ik ben er helemaal mee gestopt. Ik, uh, ik heb inderdaad uh, bij de duizend abonnees heb ik, uh, een korte special gedaan. Bij het eenjarig bestaan van het kanaal heb ik een korte special gedaan. Uh, 10.000 heb ik toen een Q&A gedaan. Een livestream waarvan ik dacht van nou een half uurtje... wat ongeveer 2,5 uur duurde. Dat was echt uh, <laughs> dat is... iets wat aan de gekke kant. Ik dacht heel even nou, even een paar vraagjes beantwoorden. En na twee uur zaten er nog 700 mensen in de, in de livestream. Dat ik dacht van ja, ik moet een keer stoppen. Dit, uh, echt bizar. Maar daarna uh, heb ik nog geprobeerd... om op 20.000 abonnees iets te gaan doen met de Efteling. Uh, maar dat, dat, dat kregen we niet voor elkaar. En uh, dat, dat, dat ging te lang duren. En uh, ik heb nu eigenlijk gezegd... weet je, laat het... We maken twee video's in de week en uh, we steken er heel veel tijd en liefde in. En uh, we maken genoeg content. En daar leggen we gewoon de focus op. En uh, laten we ons vooral gewoon focussen op wat we doen. En uh, niet te veel afleiden met andere dingen. Want dan gaat andere content daar weer onder lijden. Oké, okay. niet te veel poespas. Ja, precies. Het scheelt ook ja. dat wij natuurlijk onze afleveringen gewoon letterlijk nummeren. Het is dus bij ons is het wel makkelijker om in de gaten te houden wanneer we een, een mijlpaal doorheen gaan ja, maar wij kunnen we niet zo makkelijk het aantal views of abonnees bijhouden. nee, dat is dan niet te doen. nee op YouTube kijk je vooral denk ik echt naar abonnees qua uh, mijlpalen. ja, met jullie is echt hoeveel uitgebrachte afleveringen. Tot, tot aan vanavond had ik geen flauw idee hoeveel afleveringen ik uitgebracht had. dat is echt uh... ja, het levert toch wel op hè? Die ja, nou, absoluut. <laughs> ja. en wat ik denk ik ook is, weet je wel, kijk je, het vaak is het uh, die mijlpalen rondom een x aantal abonnees of weet ik het, weet je wel. en ik, ik zal voor mezelf spreken, mij My... Doet het ook steeds minder, dus dat ik uh, zoveel views heb, of dan de 5000 minder? Weet je wel, het, het, het doet me ook steeds minder. Dus Dan is de kick van de mijlpaal. Is er ook het? Staat leuk, maar voor de rest maak je niemand zijn dag beter of minder? Weet je dat? Jij toevallig dat mijlpaal dat cijfertje hebt gehaald? Weet je wel, dus en Marvin die heeft daar een keer tegen mij gezegd en dan vond ik een hele goede video gemaakt van Joost en draakbeklimmen met de 10.000 abonnees en toen zei hij, ja, maar Bart, dit was een leuke ervaring voor jou. Jij bent die jongens in draak op geweest. En kijk ze hebben wel een paar leuke beelden zien van... Hè, weet je wel, hè, van, van de lifter. Maar het is vooral... Volgen voor van hoe leuk jij het hebt. Maar de kijker... Die ervoor heeft gezorgd dat jij die mijlpaal haalt... Ja, die, heeft, die, die heeft daar helemaal niks aan, weet je wel. Oh, weet ik niet, je hebt wel een heel deel achter de schermen laten zien. Ja, natuurlijk, misschien is dat een uitzondering, weet je wel. Maar vaak is dat wel de algemene dance over zo'n video. Van, We volgen hoe leuke dag die, die YouTube heeft. En wat, we, wat ik nu steeds vaker doe, is: ik heb met mijn verjaardag een soort verjaardags gehouden. Ben ik ben met uh, 100, 150 mensen in de Villa Volta gegaan, weet je wel. Of de Polonaise en de Effling. Langs Effling Polonaise ooit. En binnenkort komt er weer een nieuw dingetje. Dan heb je een fysiek iets waar ik vind dat de kijker ook plezier aan beleeft. Uh, en dat, die gedachte van man die vind ik, vond ik een hele goede wijze les. Waar hey, ja, de kijker die moet er ook wel wat aan hebben. Ja, daar ben ik het volledig mee eens. Maar ergens is er ook wel een bepaalde band die jij natuurlijk ontwikkelt met je fanbase. En uh, er zijn ook heel veel mensen die, die het oprecht leuk voor jou vinden dat je dan zoiets haalt. En die dan oprecht ook blij voor je zijn dat je uh, daar iets mee kan. Dus ik snap, ik snap inderdaad wat je bedoelt. Maar ergens zal er ook wel een bepaalde beest zijn die, die het dan ook weer oprecht heel leuk vindt. Ik heb op, op het buitenleven mijn tweede kanaal. Waar ik eigenlijk. Nou, ja, laten we het heel oneerbiedig zeggen. Dat is gewoon de plek waar ik mijn vakantievideo's dump. Want ik, eh, ik kan ze nergens kwijt. En ik vind het voor mezelf makkelijk. Maar eh, er zijn dan toch weer 5000 mensen die daarnaar kijken. Ja, het is, denk ik denk, meer hoe je ernaar kijkt. Ja, natuurlijk. En uh, ja, dat. Maar goed, ja, om even aan te haken op wat jij zegt. Uh, een van de dingen ook van, van de video's die ik maak is: uh, het, het gaat nooit om mij. Uh, dat is heel gek om te zeggen, want ik zit constant in beeld. Maar het gaat om het park. Het gaat altijd om de plek waar ik ben. Uh, ik praat het aan elkaar. Maar de video gaat over het park. Het gaat niet over mij. En dat is iets wat ik altijd uh, wel probeer te doen, zeg maar. Op die manier. Dus ja, wat dat betreft klopt het ook wel wat jij zegt. Hè? Uh, de, het moet uh, iets, uh, iets zijn voor de kijker en niet, niet voor mezelf. Nee, maar ik denk dat, juist, dat zeker voor YouTube wel typerend is dat mensen natuurlijk uiteindelijk wel voor jullie kijken. Misschien nog wel meer dan dat ze echt naar jullie content kijken, puur voor de informatie. Nou, dat denk ik niet. Als ik kijk naar uh, de video's die ik op woensdag plaats, um, die worden toch echt wel aanzienlijk minder bekeken dan de video's op zondag. Uh, nou, la laat ik het zo zeggen: uh, niet Efteling gerelateerde video's, die doen het veel slechter. Dus, dus ze kijken niet per se omdat wij zo leuk zijn, hoor. Ze kijken ook vooral gewoon voor de informatie die wij verstrekken. Tenminste, dat denk ik. Ja, eens. Uh, wat, wat, wat je bij mij heel erg ziet, sinds ik dus die switch heb gemaakt, weet je wel. Dus naar een andere, andere benadering zie je dat bij mij Efteling wordt... Ja, het wordt gewoon bekeken, want eigenlijk alles is Efteling. Maar als je dan toch een keer zo'n uitstapje doet, vinden mensen dan ook wel heel erg leuk, zeg maar. Dus het is heel erg dat Toveland dus kort ook heel erg goed, terwijl, ja, barbare toverland, ja... Het is leuk, alleen het is niet iets wat ik iedere dag doe, zeg maar, weet je wel. Dus uh, toch wordt dan bij mij dan zo'n uitstap juist wel heel erg gewaardeerd. Ja, je krijgt er veel positieve feedback op. Maar als je, als je echt uh, de cijfers gaat analyseren, dan zie je wel van oké. Okay, dus uh, als ik dan uh, voor mezelf praat van oké, okay, uh, er is duidelijk wel een verschil in wat uh, Efteling en niet Efteling. Dat, uh, ja, dat is logisch, dat is de Efteling. Ja, Efteling verkoopt. Dat ja. is gewoon heel simpel. En Als we het dan toch over de cijfers hebben, kunnen jullie een beetje een, een, een indruk geven van... Uh, hoe zijn je nu cijfers? Hoeveel abonnees heb je? Hoeveel views krijgt een gemiddelde video? Nou, de, de buurman naast me heeft mij de afgelopen maanden echt, echt knijt knijthard ingehaald. Nog bedankt daarvoor, Niels. Uh, nee negatief. Ik... Goed met rivaliteit, hè? Yep. Uh, nu doen we het zelf aan, wacht. Ja. Uh, nee, ik heb op dit moment bijna, op dit moment dat opnemen, bijna 17.000 abonnees. Sorry, nog een keer, 27.000. 17 bijna 17.000 abonnees. En rond de 500.000... Unieke views per maand. De ene maand zit het rond de 800.000. Nu is het wat minder. Ja, altijd rond die 500.000 zitten we altijd. Allemachtig. En ja. gemiddeld per video? Ja, rond de 10. 10, 15. Maar wat bij mij dus heel, heel erg is. En omdat ik heel veel video's van Baan zijn non-actueel. Dus als je een video kijkt van twee jaar geleden, is die vaak nog heel relevant. Dus we zien vaak dat video's die bijvoorbeeld in de eerste maand niet lopen. En dan kijk over een jaar. Dan nou zijn ze ineens om, kaart omhoog geschoten. naar 30, ik views. Weet je wel. Omdat het. Ja. Het is niet actueel. Dus anders is op het begin. Misschien wel minder interessant om naar te kijken. Maar dan weet ik toch. Weet je. Die loopt later. Loopt die toch wel door. Weet je echt wat de, de topvideo is op jouw kanaal? Jep. Uh, dat is uh, Yo, sowieso de Joris en Draak video. Oh dat toch wel. Uh, ja. Ja. Oh. ja. Uh, alle attracties op één dag. Video. Van vijf jaar geleden. Die heeft ook. Heel goed gedaan. Ja, je ja, ook die heel die... veel media aandacht gegeven. Ja, die tweede ook, want ik heb hem twee keer gedaan. En ik denk dat de video van Bart Bijbaar van de attracties. Potentieel in de toekomst ook wel een uh, ja, zeker, ja. Uh, uit, uh, deel uit gaat maken van die strijd. Ja, wat voor views is zo'n topvideo? Zou ik even voor je, weet ik niet uit mijn hoofd. Boven de 100.000 views, in ieder geval. Zo. En bij jou, Niels, wat zijn bij jou de statistieken? Uh, ik zit even te kijken. De best bekeken video is. Uh, de Vater Morgana moet maanden dicht. En dat is gelijk wel een beetje pijnlijk. Want dat is gelijk een video die gewoon niet klopt. Want uh, ik had me toen laten vertellen dat de Vater Morgana. afgelopen uh, omhoudsperiode heel lang dicht zou gaan. En dat bleek dus achteraf helemaal niet te kloppen. Dat, is, dat was. Dat is volgend jaar. Dus de video die het meest bekeken is, is gelijk gebaseerd op een leugen. Dus sorry daarvoor. <laughs> uh, de opening van de Zwarte Kat zit er trouwens uh, eigenlijk op een gedeelde eerste plaats. Allebei uh, 79.000 weergave. Uh, dus dat is uh, best wel serieus. Uh, het is wel grappig, want mijn cijfers zijn uh, vergelijkbaar met die van jou. No, uh, je nee, nee, ook nee, ben nee, wacht <laughs> even, wacht even. Uh, ik zit uh, bijna op 29.000 abonnees. Zo. Uh, en mijn uh, cijfers uh, zijn dus ook inderdaad tussen de 500 en de 600.000 kijkers per maand. Uh, en inderdaad ook met uitschieters. Een maand geleden zat ik op uh, 880.000 weer Dus dat is maar net als iets viral gaat. Uh, soms heb ik een short die ineens keihard viral gaat, ja, dat, dat, dan ga je cijfers omhoog. Maar uh, mijn ge gemiddelde cijfers op de Efteling liggen, liggen een beetje tussen de 30.000 en de 50.000 per video. Uh, maar ik heb dus ongeveer dezelfde Wegenhaven per maand als jij, want jij had het over uh, ongeveer 10.000 per video. Maar ik heb geen actuele video's. Nou ja, ik zag net dat ik er 45 heb, maar... Uh, geen non-actuele. video's geen, geen non ja, ja, ja. uh, Bijna al mijn video's gaan over nieuws. En na een week is dat nieuws op en dan komt er weer nieuw nieuws en dan kijkt er niemand meer naar de oude video's ja een enkeling die dan toch alles wil bingen en die gaat het dan kijken maar daarom ik heb op de achtergrond eigenlijk niks wat doorloopt dus ik moet het echt hebben van die eerste drie vier dagen en daarna dan sterft het eigenlijk een beetje uit dus wat, wat jij uh, in de long run doe je dat beter omdat jij gewoon uh, dingen hebt die gewoon blijven doorlopen bij mij is het na een week gewoon klaar dat ze yeah. ja Trouwens, om nog heel veilig te zijn, de Joris en video zit op 158.000 views. Sorry. Ja. Oh. Ja. ja. Ah, het was ook gewoon een goede video, Laten we eerlijk zijn. Het was leuk. Ja, nou, nou, ik vond het leuk. <laughs> ik heb met plezier naar gekeken. Ja. Bizar hè, het is 158.000 mensen in een zaaltje. Tim, zo, als je zo gaat nadenken, dan wordt het eng en dan ga je nachtmerries krijgen. Dus het is <laughs> dus, 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 zo... Nou, ik vind het altijd bizar... Als je dan zo zo, ik heb dan af en toe doe ik dan zo'n meeting in het park, weet je wel, en dan, dan laatst ook, ook dan kom je aangelopen bij die villa volt en dan staan er zoveel mensen en dan denk je, ja wij zien gewoon die die cijfertjes met een kater achter, maar dat zijn gewoon echt ja, het is heel raar om te zeggen, dat zijn echte mensen. Je kan wel een stadion mee vullen, hè? Nou, ik had toen een keertje als toen oh trouwens een sluiting zak van van spookslot. En uh, in die zomer ging bordbaan best wel lekker, uh, hoge kijkcijfers, uh, je weet hoe dat gaat. En ik had een keer in een videoetje gezegd van hé, hey, op de laatste van het spookslot gaan we samen afscheid nemen. Half drie buiten spookslot. En dan gaan we met een groepje afscheid nemen. Maar ook voor de rest helemaal niet aandacht aangeven op social media. Weet je wel, gewoon één keer gezegd. En ik ging samen met een vriend van mij, en wij liepen naar het spookslot toe. En ja, Wij kwamen daar aan en wij zagen op het plein, zeg maar, uh, bij Oompje Gijs, zeg maar daar zo. Ja, wij zagen een te staan, maar wij dachten, ja, dat zijn van die meusjes of zo. En op een duur gingen die mensen allemaal met twee ogen naar ons kijken. Ik zeg tegen Bart, ik zeg nee, dat meen je niet. Hadden we gewoon zeg maar vanaf het moment dat je zeg maar de, uh, de hoofdshow inging bij die deuren, tot aan de put buiten, was één rij met Bart <laughs> oh. ah, dat, dat was echt krankzinnig. Toen werd ik, ik ging zweten, en ik dacht echt, wat, wat, wat gebeurt hier? Want we waren al met we waren ook wel met z'n twee. Want we dachten ja, tien, twintig mensen, weet je wel oh, prima. Ja, dat was echt krankzinnig. Daar heb ik ook echt wel een paar dagen moeten bij komen, van Wat was dit nou? Heb je ook de show meermaals moeten kijken? Zodat iedereen wel het gevoel had dat ze met jou ook naar die show zijn gegaan. Um... <laughs> Oké, okay, we, uh, we gaan verder. We gaan verder. En Niels, we weten bij jou dat jij twee kanalen hebt waar jij video's op post. Ja. Dus, dus uh, het buitenleven en uiteraard gewoon het, uh, het main Niels Kooijman kanaal. Hoe zit het bij jou, Bart? Heb je ook meerdere kanalen waar je post of is het gewoon puur barbaan? Ja, Pratpakket is nu oh, vertaald. Ja, ja, en daar hebben we iedere week, ik om vier uur, dan een video vanuit een park. En dat, dat is dan alles behalve mijn gezicht. Dus iedere werkdag? Iedere werkdag ik om o, vier uur. Ja, 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 ja. We doen het wel goed, de als We doen ja, Dat blijkt wel. Hoor. Ja, nee. En jullie zitten allebei ook volop op social media. Hè? Ja. ja, zeker. Ja, ik, uh, ik ben dat steeds verder gaan uitbreiden. Uh, de focus blijft op YouTube, want daar, daar gebeurt het. Maar je merkt gewoon dat andere social media platformen sterk zijn. Hebben veel bereik. Uh, zitten weer andere doelgroepen op die, die je graag zou willen bereiken. Uh, bijvoorbeeld TikTok. Daar ben ik vrij recent mee begonnen. Uh, ik doe geen dansjes. Geen zorgen. Daar begin ik niet aan. Niet? Maar, uh, ja, jammer hè. Nee, maar uh, ik, uh, ik pak gewoon korte fragmentjes uit de, de weekvideo. En die gooi ik op, uh, op TikTok. En uh, ik zie het echt als een, als een verlengstuk van het kanaal. Om op die manier uh, ja, wat meer exposure te creëren. Zodat mensen je misschien ook weer tegenkomen. En het werkt wel. Want ik krijg steeds vaker mensen naar me toe die zeggen: Oh, je bent die gast van TikTok. En, uh, ja, ergens ook wel weer een soort van. Maar ja, dat, uh, ik, ik zie TikTok meer gewoon als extraatje. Dus dat uh, vind ik altijd wel bijzonder mensen dat mensen het op die manier je aanspreken. Dat is uh, wel apart. Maar ik heb laatst een TikTok gehad die ging over de miljoen views. Dus op zich, dat je denkt van: Oké, okay, dat werkt dus ook. Ja, ik heb zelden, die shortjes doe ik ook gewoon. Uh, YouTube shortjes op TikTok uh, of andere dingetjes knallen. Al probeer ik steeds vaker unieke content te maken voor de socials. Uh, Echter, in de praktijk uh, is tijd natuurlijk de boosdoener die dan ja. vaak uh, zegt: van hey, YouTube gaat altijd voor. Ja. Uh, en uh, helaas moet, nou helaas, we moeten ons af en toe misschien iets meer gaan. Uh, pou nu als echte influencer in nieuws. Effling influencer. Ik ga dat woord echt nooit gebruiken. Nee, nee, niet. nee prima. Eftel, Eftelfluencer, president, ah, toch? zo, die is heel. Laten goed we daar, daar Eftel, even naar kijken. Hoe zeg je dat? tongbreken. Eftel. Eftel. Eftelfluencer. Ah, dat gaat mijn spraakgebrek ja, niet signature euh, niet snack slecht was. Rol bij overvloed van de tong. Ja, dat uh, laten we het maar niet over Signature Snacks hebben. Nou, hey 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 hey. Ja ja. ja. Hé, hey, heren, als we als jullie terugkijken op de honderden uh, video's die jullie gemaakt hebben, op welke video ben je dan het meest trots? Absoluut spookslot. Sluiting van spookslot. Dat was. Uh, vanaf dat moment is, is het kanaal ook echt ontzettend gegroeid. Dat uh, het, het, het hele spookslot dat heeft iets gedaan met Nederland. Dat had niemand voorzien. En wij hebben zoveel tijd en liefde in die video gestoken. En daar zijn we zo lang mee bezig geweest. En we, de, we, we zijn al de woensdag voor de sluiting begonnen met de opnames. Want we wilden heel graag mooie beelden vanuit het spookslot. Nou, we hebben de hoofdshow hebben we vijf keer gefilmd. Vanuit vijf verschillende hoeken. En we wilden heel graag uh, gewoon blijven staan. Want het was op een doordeweekse dag. Er stond helemaal niemand in dat spookslot. Maar er was een, uh, ja, niet zo'n gezellige medewerker. Die zei, nee, je mag niet blijven staan. Dan blijft iedereen niet staan en dat kan niet. Ik denk, Wie dan? Nou, oké, okay, best. Dus elke keer als de show afliep, dan we snel alles inklappen. Snel naar beneden rennen. Terug de show in rennen. En dan de eerste de beste show gewoon weer daar staan. Maar ja, we moesten elke keer rondrennen. Het was heel leuk voor de medewerker die bij de Witte Walver stond. Want die lachte zich helemaal dood na vier keer. Maar uh, daar hebben we heel veel uh, lol aan beleefd. Ja, en toen, toen, toen de echte sluiting ging met, met, met de eerste spooknacht. Ja, dat was, dat was ontzettend bijzonder. En toen uh, ja, een heel, heel kort nachtje gemaakt. Want ik geloof dat ik om vier uur het park uitliep s'nachts. En uh, overdag geëdit. En toen Saal zit terug voor de echte sluiting. Ook weer lang bezig geweest. En toen zelfs ook nog maandagochtend weer terug naar het park. Om uh, de eerste bouwwerkzaamheden <laughs> ook nog erin te verwerken. Dus dat was ook weer een heel kort nachtje. En uh, met die video's is het uiteindelijk op woensdag pas online gegaan. Gewoon, uh, ja, we wilden hem gewoon goed af hebben. En ja, misschien had hij eerder online gemoeten. Maar ja, we zijn gewoon onwijs trots hoe dat, hoe dat eruit gekomen is. En we hebben ook heel veel positieve reacties gehad op die video. Iedereen vond het echt heel tof. Dus uh, ja, daar zijn we wel echt en trots op. Het is snoeihard aangewerkt. Ja, echt oprecht. Ja. Ik heb er zelf drie. Ik, ik kan gewoon niet kiezen. Ik zal ik vertellen waarom. Voor uh, mij is de eerste uh, het interview met Jonas Vindegaard in de Efteling. Um, ik ben enorm wielren fan. Dus toen Jumbo Visma met Vindegaard of met uh, de Efteling dat shooting ontwerp. Ja, daar werd ik natuurlijk al helemaal vrolijk. En uh, bij mijn, bij mijn stageplekken ben ik eigenlijk een jaar lang ook alleen maar bezig geweest met Jumbo Visma. Dus mijn stage was niet bij Jumbo Visma, maar bij een partner van Jumbo Visma. Dus ik was bijna alleen maar daarmee bezig. En toen hij dat dus won en ik dus de kans kreeg om in de Efteling hem te interviewen. Ja, dat was voor mij gewoon, ja, gewoon top. Niemand heeft er naar gekeken, maar ik vond het gewoon, gewoon fantastisch. Um, en dan ook de by met de attracties, want ik daar echt denk dat we voor de Effling-fans echt gewoon ja, echt een heel mooi uh, uh, geheel hebben laten zien van uh, een aantal attracties. Gewoon ja, een gewoon mooi product. Ja, en, de, en voor wie niet heeft gekeken, uh, daarbij liep je ook rond door de decors, door de scènes in de Vaten Morgana. En je ging naar de toplift van uh, Baron 1898. Ja, ja, nee, ja, heel bijzonder. Ja. Beetje jaloers. Ja? Oh, ja? Ja, natuurlijk. Hallo. Ja, nee. Ja, nee ja, ik kijk er zelf... Ik, toen ik er stond, toen dacht ik... ja We moeten gewoon even een videootje opnemen. Dus ik heb er achteraf... Had ik er meer van willen genieten. En toen ik s'avonds terugreed naar huis... Dacht ik Ja, dit was toch eigenlijk best wel... <laughs> ja, best wel heel erg bijzonder. Maar dat is altijd wel een dingetje. Hè? Met openingen en sluitingen en eigenlijk al dat soort dingen. Je bent zo gefocust uh, op, op het product dat je wil maken dat je eigenlijk uh, minder meekrijgt van alles wat er gebeurt. Dus dat heb ik al erg. Dat ik dan uiteindelijk terugkijk en ik denk van, oh maar ik heb dat heel anders ervaren of helemaal niet ervaren of omdat ik dan zo bezig ben met, oké, okay, uh, we willen graag die video hebben en we moeten dit, we moeten dat, oh we moeten dit nog opnemen. En heb jij dat niet? Ja, absoluut, absoluut. Uh, en dan denk je vaak nog zelfs als je die video kijkt van, hey, heb ik dit meegemaakt? Ja, heb ik, ja, ik, ja, ik daar staan, weet je wel. En met een stukje om te vertellen hoe dat tijdens die dag ging bij het bijbaan. We hadden best wel veel tijd, de Fata Magana, Dus we hebben ook best wel rustig aan alles kunnen doen, weet je wel. Het was niet gehaast, niet gestrest. En dan toch, weet je wel, dan denk je achteraf... ja, ik had misschien toch iets langer bij die popstil moeten staan... of net even nog een stapje in die scène moeten zetten, weet je wel. Maar uh, uiteindelijk denk ik dat de video gewoon heel, uh, heel tof is geworden. Kan ik beamen. Zeker, ja. ja. En het derde wat ik heb, en uh, daar ben ik zelf echt trots op, dat is het uh, Slow-mo-camera-project wat ik met de Efteling heb ontwikkeld oh, ja. bij Bron 1898. Uh, volgens mij hebben wij het op diezelfde avond ja, toen we lopen, klopt, pitje. Ja. Um, uh, wat eigenlijk het verhaal was in 2019. Uh, belde de Effling me op en zeiden: hey we, willen, we hebben een afdeling innovations, heet dat bij de Efteling. Die is eigenlijk alleen maar bezig met ja, wat het woord ook zegt, innoveren. En we normaal gesproken hebben we van die. Themaavonden waar medewerkers hun inbreng kunnen uh, uh, ingeven. Nou, en ze hadden toen een avond geor georganiseerd voor uh, stakeholders van de Efteling. Dus fans, uh, 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 klanten, noem je dat, leveranciers, sorry. En Paulje was ook uitgenodigd ja, uh, uh, uh. en wij hebben daar toen een speech gehouden. En toen nog Koen Bettens, dus toen nog uh, de directeur van Park, die was zijn enthousiast over het idee van die slow-mo-camera... En ineens ging dat heel snel. En de Effeling betrok me overal bij. Ik mocht overal bij zitten. En ik werd ja, heel nauw betrokken bij dat project. Het was heel tof om daar vanaf de achterkant te zien hoe zo'n Efteling werkt. Zeg maar. Ja, toen kwam COVID. Dat project dat, dat, dat stond stil. En de mensen die toen voor de COVID daarover gingen, waren weg. Dus er zaten nieuwe poppetjes op nieuwe plekjes. En nou, je weet hoe dat gaat, dan, dan zijn er andere prioriteiten. En vorig jaar in september werd ik gebeld door iemand die er nog wel zat. En zeg maar. zei: Ja, we gaan het oppakken. We hebben samenwerking met een x aantal partijen en we gaan het doen. Ja, toen hebben we daar echt tot en met juli heel dat proces mee mogen maken. Wat dingetjes mogen filmen. Uh, en dat was heel bijzonder dat dat nu ook daar draait, zeg maar. En dat is een heel, heel gaaf project, was dat. Ja. Toch een beetje jouw kindje dus. Ja, en het is niet uitgelekt. Dat is ook wel een uh, pluim voor ja. ons. We ja. hadden over camera's die opgesteld stonden daar. Ik weet weten ja. dat ik ja. de ja. testkamera's had? Ja, de kabels. En wat ja, ja, ja. En wat heel tof was, was dat je natuurlijk zelf de scoop had. In je op YouTube. Ja, ja, dan was toch wel even spannend, maar uh, nee, dat was ook wel tof inderdaad. Want, uh, en ik moet ook wel heel eerlijk zeggen dat de Efteling daarin echt onwijs, onwijs, ja, meehelpend is geweest, want uh, dat was voor mij persoonlijk een privé-situatie, een velende periode waarop we dat hebben opgenomen. De Efteling heeft echt Enorm goed meegewerkt. En daar uh, weet ze ook. Dus ja, kan ik ze veel bedanken. Maar dat weet ze ook echt. Dus dat was echt heel bijzonder van de Efteling, Dat ze ook die, die ruimte gaven om dat op te nemen. Want hé, hey, dat is ook niet vanzelfsprekend hè. En dan hebben jullie zo eigenlijk ook een video waarvan je zegt van nou, uh, daar, uh, daar schaam ik me kapot voor. Uh, die heb ik zo snel ook van YouTube afgetrokken. Want uh, dat was echt verschrikkelijk. Ik weet dat bij, bij ons, een team dat de video's van Vinekaagt. Het Dus de enige reden waarom die niet lang zat, is, omdat ik een pers heel lang wil hebben. Weet je wel. Uh, jij, Niels? Ja, ik heb er wel een, maar niet zo erg zoals jij het omschrijft, hoor. Het is niet uh, dat hij staat ook gewoon nog online. Uh, hij is eigenlijk wel heel recent. Wij, uh, wij, wij zijn uh, Halloween wezen vieren in de uh, woenderland uh, ja, Koker. En daar waren we op uitnodiging. En uh, dat event hebben wij op een bepaalde manier neergezet. Ehm. Um, het was, het was lang zo goed niet zoals wij het neergezet hebben. En daar heb ik nog steeds spijt van. Want ik heb nu voor mijn gevoel iets verkocht. Uh, wat gewoon niet, niet waar was. En, en uh, da, daar baal ik gewoon nog steeds van. De video aan zich was niet per se slecht. Was op zich gewoon een leuke video. Maar we hadden gewoon toch iets kritischer moeten zijn. op hoe dat event neergezet was. Want dat was gewoon lang zo best niet. En, en, en daar baal ik nog steeds een beetje van. Want ik heb gewoon te, nog steeds het gevoel dat ik een beetje de boel op lopen voorliegen. En dat vind ik gewoon heel erg jammer. Ik zit even te ja, we hebben ook toen de, de serie gemaakt, het vriendenboekje. Nog in de, in de COVID-tijd hebben we dan nog even doorheen gefietst. Daarvan heb en echt een vriendenboekje ontworpen en dus met mijn vrienden langs geweest. En ik mocht toen uh, von Seurus interviewen in de Villa Volta. Dus we hadden de Villa Volta als decor. En toen, toen wist ik nog, toen stelde ik hem de vraag van hey, waar ga je liever in? Water of vuur? En die, hij dat niet omheen. Maar het, het, het antwoord kwam er ook niet uit, weet je wel. En toen dacht ik heel dat in mijn hoofd: oké, ik moet die vraag stellen, ik moet die vraag stellen, ik moet die vraag stellen. En daar is er niet meer van gekomen. En dan heb ik toen best lang zat ik mijn hoofd van: ja, wat, 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 wat is het nou, weet je En iedere keer als ik me dan tegenkom, denk ik: ja, ik moet hem nog even opgooien. Maar ja, ik hoop dat hij luistert. Dan ben ik heel benieuwd wat het antwoord is. <laughs> Maar die mensen, die, dat is wel leuk, een klein leuke anekdote, ik had laatst een video gemaakt over wie is de baas van de Efteling, want er was er net een nieuwe RWC voorzitter, of hoe je het ook noemt, en ik had die video gemaakt en ik kreeg een paar dagen later kreeg ik een berichtje van de Efteling met een reactie van hem, weet je wel, van uh, nou, bedankt voor de uitnodiging, het is nu nog te vroeg om een dagje mee te gaan naar de Efteling, maar uh, wellicht volgend jaar uh, sluit ik aan, nou, vond, vond ik wel heel leuk. Ja, heel gaaf. Heren, jullie maken graag video's in de Efteling. En we weten dat jullie het bij doen, wat jullie het gewoon super tof vinden. Maar wat maakt het nou zo bijzonder om. Dan laat ik hem nog verder plaslaan. Waar zit voor jullie de lol in? De lol zit er voor mij in nog steeds met dezelfde uh, boodschap waar ik ooit met ben begonnen. Omdat ik zoveel mogelijk mensen ervan wil overtuigen hoe gaaf die Efteling is. En uh, daar zit voor mij de lol in. En dat, dat, dat je dus op weet dat. Thuis mensen op de banken te waarderen dat je het doet. En daar zit voor mij de lol niet. Uh, uh, zelfverheerlijking of geld. Want er zijn heel veel. Dat is echt nieuws dat we aan. Voor geld hoef je het niet te doen hoor. Nee, <laughs> nee echt niet. Uh, ieder zomer, iedere zomer uh, in juli als hoogzomer Efteling begint, dan zijn er weer tien nieuwe vloggers die beginnen. En met de winter Efteling zijn er uh, negen. Ervan zie je niet meer. Omdat het heel vaak wordt gedacht. Nou, we gaan ze even heel snel. heel makkelijk geld verdienen. Ja, natuurlijk alles behalve. Um, dus ik denk dat echt, dus echt pure liefde, liefhebberij. Ja, dat is het, denk ik, toch? Tenminste, als ik voor mezelf spreek. Ja, liefhebberij sowieso. Maar ik, ik, ik ben altijd al groot fan geweest van de Efteling. En ik vond het altijd. Ik, ik ben een beetje van mening dat als je ergens fan van bent, dan wil je gewoon alles weten. Of dat nou een serie is, of een film, of, of muziek. Of een, je wil gewoon alles weten. En dat had ik met de Efteling ook. Ik, kom, ik stam nog uit het tijdperk van het Forum van de Vijf Sintuigen... toen dat nog helemaal hot en booming was. En uh, de, de, dat er dus ook gewoon nog sms'jes naar het Forum gestuurd werden... van joh, hoe druk is het in het park? Of hé, hey, er is wat veranderd. Want je, je had nog geen smartphones. Internet was nog een beetje een dingetje. Dus dat was de enige manier om live verbinding met het park te hebben. En ik vond het altijd zo vet als er dan weer wat nieuws binnenkwam... dat ik op school zat en dat kon zien van... oh, het is, het is, het is druk in het park. Dat, dat, dat kon je op geen enkele andere manier zien. En ik vond dat heel interessant... En dat is ook een beetje toen ik begon met de video's. Van oké, okay, ik vind het heel interessant. Maakt niet uit wat er gebeurt. Nieuw straatje erin, nieuwe lamp of nieuwe muziek. Eh, misschien vinden andere mensen dat ook wel interessant. En nou ja, is ondertussen wel gebleken dat andere mensen dat ook interessant vinden. Ja, en voor mij blijft die drive ook echt van zoveel mogelijk nieuwe dingetjes boven, boven water halen. En, zoveel, en zo compleet mogelijk zijn over alles wat er in de Efteling verandert. En ja, je ziet gewoon dat heel veel mensen dat ook gewoon super interessant vinden. Ja, en we ook bij mij ook wel aanvulling... Wat wij heel erg tof vinden is, oké, okay, je hebt je camera, je hebt de Efteling. Je kan de makkelijke weg kiezen, dus je maakt een vlog. Of ga daar toch nou net even wat gaves van maken dan de dan gemiddeld iemand. Dus een serie, een pinnetje, een vriendenboekje. Weet je wel, altijd jezelf uitdagen in je creativiteit. Van, hey, hoe ver kan je gaan met de beperkte middelen die, die je hebt. En daar zit mij ook altijd de uitdaging van, hey, weet je ook, vandaag zoals mijn pretpakgids. Je hebt gelanceerd, geloofd zin denk, ja, hey, weet je, we hebben toch wel weer... Toch wel weer gedaan. En dan geeft het altijd wel een kick, vind ik. Ja. En jullie hebben net al een paar keer aangegeven: oh, ik, ik zat er met die persoon te praten en uh, toen hebben we er echt veel van geleerd. Dus ik denk dat jullie sowieso heel veel nieuwe kennis hebben opgedaan. Zo. Maar wat was nou echt het grootste leermoment wat jullie betreft, wat jullie hebben ja, meegemaakt tijdens je, laten het YouTube-carrière noemen? Check altijd je audio tijdens opname. <laughs> dat is echt. Ik he, er zijn dus al drie video's van mij gewoon de prullenbak ingegaan omdat de audio gewoon niet oké okay was. Dus echt. Check gewoon je audio. Praktische tip. Heel goed. Ja. Daar hebben ze koptelefoons voor uitgevonden. Ja, ik Kortman. heb dus op mijn simpele cameraatje. heb ik dus gewoon geen koptelefoonaansluiting. Het is echt super slecht. En het is ook mijn vlog niet zo handig. Zorg dat je gewoon jezelf bent. En niet een, 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 een rolraad spelen die lijkt op jouw persoonlijkheid. Gewoon altijd jezelf zijn. Oeh, dat is een hele diepe, maar ook wel een hele ware. Ja, ja. ja, want anders dan, dan hou je dit niet vol. Eens. Zeker. Ja, nee, eens. Je moet, je moet het doen omdat je het leuk vindt. En wat ik ook heb geleerd, want ik op, op vrij jonge leeftijd al begon met YouTube. En helaas ook de, 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 het leuke social media de, de donkere kanten heeft. Accepteren dat niet iedereen je leuk kan vinden. Want als je ergens mee start en denkt, hey, iedereen moet mij leuk vinden. Begin er maar goed niet aan. Gaat okay. niet gebeuren. Ja. Nee, absoluut. Dat, ook dat herkennen wij wel, ja. ja? Dat is wel een pittig leerproces trouwens, dat je de haat en zo ook moet kunnen leren accepteren. Dat, uh, ja, dat uh, vond ik wel lastig. Nog steeds aan wel. Laten we er even naar het positieve draaien. Wat denk je dat de reden is van jullie succes? Ja, ik vind succes altijd een beetje lastig. Nou, dat kunnen we wel definiëren. Jullie doen het altijd twee heel goed op uh, YouTube. <laughs> nou ja, dankjewel. Um, ik denk dat de reden dat er uh, best wel wat mensen kijken, dat uh, het totaalplaatje is van het concept wat ik neerzet. Dus de sfeerbeelden vanuit de Efteling, het rondje wat je door het park loopt. Eh, en daarbij ook alle informatie die ik meegeef, die je anders gewoon niet kan krijgen. Ik denk dat die cocktail samen, dat dat een beetje, ja, hè, zoals jij zegt, het succes is van uh, de video's. Ja, weet je, ik, ik denk dat, uh, weet je, een kapot lampje, dat zal niemand per se heel erg interesseren. Maar alles eromheen en alles dan bij elkaar, ja, dat maakt het dan wel weer leuk. En iets wat ik vaak terughoor als ik, als ik jouw naam laat vallen, is dat mensen zeggen. Oh ja, dat is die metalhead, toch? Die over de Efteling praat. Zou dat ook nog een rol spelen? <laughs> nou, het, het grappige is dat ik inderdaad altijd gezien ben als die metalhead of die visicot. Ik er zit altijd zo'n zo'n stigma aan vast. Maar sinds ik deze video's maak, krijg ik dat eigenlijk nooit meer te horen. En lijkt het wel alsof mensen daar dwars doorheen kijken of zo. En ik vind het juist wel tof. Kijk, ik ben gewoon mezelf. En dat, dat ga ik ook niet veranderen. En dat ben ik ook helemaal niet van plan, want ik ben gewoon wie ik ben. Maar wat ik ergens wel een soort representeren, is dat de Efteling is voor iedereen. Voor kinderen, voor ouderen, maar ook voor metalheads. Noem maar wat. He? Het is gewoon een plek waar iedereen gewoon lekker zichzelf kan zijn en gewoon lekker kan genieten. Ja, ik denk als er één community is waar je echt jezelf kunt zijn, dan dat wel de Efteling fan community is. Ja, absoluut. Ja. Bij Bart Baan is, en dat is denk ik één dingetje, dat je nu kijkt naar een Bart Baan video van zes jaar geleden, dat Bart Baan in de Fatal staat, dat hij een, een deugd nietje aan het eten is. Bart is Bart. En... Ik ben gewoon mezelf, en dat maakt niet uit in welke setting en waar in de Efteling. ik ben mezelf, en ik denk dat dat gewaardeerd wordt: die puurheid en die spontaniteit. Als ik denk aan Bart Baan, dan zie ik ook die uh, licht hyperactieve intro van uh, alle Bart Baan video's. Voor ja, het mooie van het verhaal is dus, en ik denk dat veel mensen dat niet gaan geloven, is dat ik zeg maar buiten die effing ben ik voor mezelf, ben ik dus geen grap, een heel rustig persoon. Um, maar zodra ik in die Efteling ben dan, dan gebeurt er iets met me een bepaald soort lampje gaat aan in mijn hoofd van hey, weet je we zijn er weer we, zijn er. we gaan we ga, lekker, we gaan gas geven weet je wel en um, ja, dat is gewoon leuk mooi, schitterend ik kan overigens bevestigen dat Bart buiten de Efteling een stuk rustiger is ja, ik zie hem alleen altijd in de Efteling. En daar vind ik je altijd gewoon net als op beeld. Mensen zeggen wel eens van ja, maar dat is allemaal nep. Nee, als ik met jou praat, maar dat is altijd in de Efteling. Ja, En dan zit je dus gewoon nog in die bubbel. Ja. Dus ja. Ja. Dan is het uh, Bart Baan staat aan. Bart Baan staat aan. Oh, inderdaad, oh, zo, dat is een slogan. Hey, wat voor reacties krijgen jullie eigenlijk doorgaans op jullie, uh, jullie video's? Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik bijna geen tot nauwelijks negatieve reacties meer krijg. Dat is heel bijzonder. En ik denk dat dat ook echt te maken heeft met de Efteling fan community. Ik, en, ik denk dat dat voor jou ook zo is. Ja, ja uh, ik had het net natuurlijk over haat. Dat gebeurt gelukkig niet heel veel. Maar inderdaad, uh, heel veel positieve berichten. Uh, hartverwarmde berichten die je krijgt van mensen. Uh, dat je echt, echt het idee krijgt dat je mensen echt iets, iets, iets geeft, waar, waar ze echt iets aan hebben. En dat ja, het is eigenlijk ongelooflijk dat, dat, dat zulke video's dat teweeg brengen. Het is echt ongelooflijk. Wat ik ook altijd heel erg mooi vind, je hebt natuurlijk ook altijd de grote stille meerderheid. Ik ben zelf ook geen persoon die snel op een YouTube-video reageert of, of dingetjes liked. En als we dan zo die dat soort fysieke dingen doen in de Efteling, dan komen vaak dat soort mensen naar je toe. En dat vind ik heel tof, want vaak zijn het altijd dezelfde die reageren, weet je wel. En, maar heel veel mensen kijken en die, die vinden het tof en die waarderen het, maar die reageren niet. En als je dan in het echt tegenkomt, vind ik ook het wel heel leuk. En we grapten net in de, de intro van deze aflevering al een beetje... dat jullie echte beroemdheden zijn hè, in de Efteling-fanwereld. Maar even alle gekheid op een stokje. Eh, ik denk dat jullie niet echt eh, onherkenbaar meer door de Efteling heen kunnen, toch? Nee. Nee, ja, simpel nee. Uh, er zijn heel veel mensen die je aanspreken. Heel veel mensen die, uh, die even een foto met je willen. Of die gewoon alleen even tegen je zeggen hoe, hoe leuk ze het vinden. Ja, dat is fantastisch. Dat is, die respons is zo leuk. En dat, dat zei je net ook al gewoon... Dat, je, ja, dat mensen de moeite nemen om je daarvoor aan te spreken. Ja. Ja, ik, ik vind dat nog steeds uh, heel, on, heel, heel bizar. Denk je dan niet af en toe van... ik ben net een, een boyband in mijn eentje die hier rondloopt? <laughs> nou, dat had ik op de Eftelingbeurs wel, ja. Dat, 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 daar kwam, kwamen zoveel mensen op af... die uh, heel graag even op de foto wilden. Wat ik alleen maar ontzettend leuk vond. Maar eigenlijk wat jij eerder al zei, Bart... dan moest ik even van bijkomen. Ik zat s'avonds echt op de bank. En ik, ik dacht echt van... wat is er gebeurd vandaag echt? Zo bizar veel respons en echt ja, ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Nou, wat ik ook erg heb in het park is: ik blijf gewoon Bart, die fans van de Efteling en daar gewoon lekker uh, filmpjes maakt, zeg maar. Zo, Zo zie ik het ook echt. En ik had al het begin heel erg dat ik heel veel, ja, je ziet heel veel vaak vast gezicht in die Efteling lopen, ga je met me kletsen, weet je wel. Dat kan vaak een half uurtje duren. En dan, dan zeg je af en toe dingen die misschien voor het beeld natuurlijk niet, uh, niet uh, gepast zijn. En op het begin keek ik er nog heel anders naar en ging dacht ik, we gaan veel mensen tegen mij kletsen, weet je wel, uh, gewoon gezellig kletsen. En toen duurde dacht ik, ja, maar volgens mij zijn dit niet mensen die ik leuk in de Efteling tegenkom, maar die mij vanwege een andere reden aanspreken, weet je wel. En uh, nou, ik vind het alleen maar leuk, joh, ik vind het super. Je zegt net helemaal grappig erover in. Volgens mij heb ik hier met jou staan praten, Niels was bij. De uitgang. Eh, tenminste, volgens mij, ik weet niet of dat het toen al gebouwd nee, ik was ik op het uh, uh, op de oude Brink. En het stond er even te kletsen en volgens mij wij in die tien minuten waar stonden te praten, vier keer aangesproken. Of zo <laughs> ja, dat ja, dat, dat zou kunnen. Dat uh, de, de, de zitten dagen tussen dat ik uh, op een uh, dat ik een, een, een nieuwsvideo opneem, dat ik nou ja, in de tussentijd uh, 20-30 keer op de foto uh, moet. Dat moet ik, moet helemaal niks, natuurlijk, Maar dat, dat dat dan gevraagd wordt. Ja, dat is uh, ja, ik, ik ja, ik elke keer als ik als ik daarover begin of als ik erover nadenk, ik vind het nog steeds heel bizar. Ik kan nog steeds niet bevatten hoe dat dat gelopen is. Ik, had, uh, ik was een tijdje terug was ik met twee vrienden een uh, Curaçao op vakantie. En dan uh, ga je was aan een feestje toe. Een leuk uh, strandfeestje heb je daar natuurlijk. En wij stonden aan een bar. En er was een jongen die was steeds aan het kijken. Ik deed die vriend van mij. Ik zei ja, wel, wat moet hij, Weet je wel, op die manier. Geen één seconde denken ervan. Oh, Bart Baan ze, zo, weet je wel. Hij komt naar me toe en ja, "Ik ken je van de Efteling bij de baan en uh, ik kijk iedere week super tof." Uh, toen dacht ik ja, maar in Curaçao, dit is, dit is heel gek, weet je, wel, <laughs> dit is heel raar, weet je. Wel, dus ik was, moest ik echt even schaken "Oh ja, wij doen ook nog wel eens een keer iets in de Efteling." Uh, ja, dat was een uh, gek moment was dat. He, heeft dit alles nou ook effect op jullie dagelijks leven? Ja, ja, zeker wel. Ik uh, ben natuurlijk uh, wat wat Bart al een paar keer gezegd heeft. Je staat altijd aan. Je bent altijd uh, alert op dingen die gebeuren en uh, altijd het nieuws in de gaten houden. En uh, nou ja, naast dat een video opgenomen wordt, zit er ook nog heel veel edittijd in. En dat doe ik allemaal naast mijn werk s'avonds in de avontuurtjes. Dus ja, dat heeft wel heel veel invloed op, uh, op het gewone leven. Zeker weten. Nu je het er toch over hebt, kan, kan je enig inzicht geven in hoeveel uren in de week dat, dat jij, want het geldt ook voor jou, Bart, dat jullie bezig zijn met deze passie? Nou, ja, je moet, zoals ik al eerder zei, je bent sowieso een uur per dag bezig uh, met het, het uh, checken van de socials om, om nieuws bij elkaar te verzamelen. Uh, een video opnemen, een nieuwsvideo duurt ongeveer vijf uur uh, en de edit tijd zit al gauw op zes uur. Uh, en dan hebben we nog niet eens gehad over social media bijhouden. Want uh, ik, ik ben groot voorstander van als mensen de moeite nemen om te reageren, dan wil ik graag ook daarop reageren, want ja, inderdaad. persoonlijk, ik reageer nooit op iemand. Sterker nog, ik abonneer niet eens op dingen. Dus ik vind het nog steeds ontzettend tof dat mensen die moeite überhaupt nemen. Dus dan wil ik dat graag ook mijn waardering laten blijken door allemaal daarop te reageren. Maar goed, als je dan 300 reacties krijgt, dat, daar gaat best wel wat tijd in zitten. Dus uh, dat, er, zit, ja, er zit minstens een fulltime baan uh, in de week uh, aan, uh, ja, aan tijd aan het kanaal. Zeker minstens. Ik vind het heel lastig om te zeggen, omdat. Mijn werkzaamheden die ik doe, die overlappen heel veel met Bart Baan. Dus daar kan heel vaak snel even tussendoor, weet je wel, op een, op een werkdag. Dus dat, dat is heel relaxed. Dus ik vind het lastig om daar een tijd aan te geven. Dus mijn dagelijkse leven wordt door Bart Baan niet echt beïnvloed. Want weet je, ik doe mijn ding en uh, we doen heel veel dingetjes naast... wat heel veel overlapping heeft in elkaar. En wat ik sowieso een beetje heb is... dat dat vind ik wel lekker, omdat wij content maken in de Efteling. Als je lekker op terras zit s'avonds... Er is niemand die zich druk maakt over Bart Baan... die in de Efteling filmpjes maakt, weet je wel. Soms zie, denk, zie je al mensen kijken van... hé, hey, daar gezicht ken ik van... en dan uh, gaan we rustig verder, weet je wel. Dus dat is denk ik ook wel. Dat mensen buiten de Efteling... staan zich helemaal niet meer stil dat je dat, dat, dat je dat doet. En dat is ook wel fijn, vind ik. En hoe, hoe zit dat met je naam? Want ik denk dat de meeste mensen uit de zien kennen jou als Bart Baan. Heb je ook wel eens dat, uh, dat mensen zeggen... dat jij je voorstelt als Bart van Eerst... en de mensen zeggen, nee, nee, jij bent Bart Baan. <laughs> ik heb een heel gek... Ik heb dat ooit een keer, toen ik nog heel jong was, een keer aangemaakt, die naam. Arbaan Barbaan, dat is gewoon letterlijk de idee erachter. En op een of andere manier is dat een eigen leven gaan leiden, ook helemaal niet bewust. En um, mijn, <laughs> mijn broertje, die ging een paar jaar geleden ging naar de brugklas toe. En uh, ik had op diezelfde school gezeten. En die docent, die, zijn mentor, die stelde hem voor aan zijn klas op de eerste school. Ik van, ga eens baan. Ja, dat is best gek. Toch? <laughs> ja, gewoon ja, ja, dat was mooi. Maar jij, krijgt geen, jij krijgt geen post uh, gericht aan de Heer B-baan. Dat uh, is wel een paar keer voorgekomen, ja. <laughs> ja, 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 ja. Maar het is ook wel mooi. Ik vind het zit gewoon mooi. Ja, nee, het zit zeker. prachtig. Hey heren, we zijn uh, heel van terugkijken geweest. Misschien ook even mooi om te kijken naar de toekomst. Hebben jullie nog bepaalde toekomstplannen of ideeën of wensen die jullie uh, willen delen met ons? Nou ja, qua, qua Efteling wil ik gewoon vooral... Lekker doorgaan met wat ik nu doe. He, ik vind het ontzettend leuk om het nieuws te, te verzamelen. Ik vind het leuk om te delen met de mensen. En dat wil ik gewoon heel graag lekker blijven doen. Ik denk dat daar ook uh, ja, da, dat maakt ons ook sterk voor het kanaal. En we willen wel heel graag die woensdag verder gaan uitbouwen. Dat dat echt een vaste dag gaat worden. En dat we dat ook echt uh, elke woensdag een ander park pakken dan de Efteling. Zodat we echt een beetje van twee werelden samen gaan voeren. Dus mensen die de Efteling kunnen waarderen. Kunnen gewoon lekker blijven kijken. En mensen die uh, attractiesparken in het algemeen heel leuk vinden. Ja, die kunnen daar ook gewoon bij aansluiten. En zo kan je zelf ook kiezen van waar kijk ik wel naar, waar kijk ik niet naar. Vooral hele mooie dingen blijven maken. Uh, maar bij ons ligt de komende tijd echt de focus op pretparkgids. Daar gaan we echt flink mee aan de gang. Uh, Efteling. De pagina's uitbreiden, de content uitbreiden. Andere parken erbij. Dus dat wordt echt uh, ons, uh, ja, ons nieuw hoofdpaandossier, moeten we dan zeggen. Daar gaat veel tijd in sluiten. Ja, <laughs> En uh, op Baan gaan we komend jaar de switch maken naar meer uh, Mar de pari, Paris. Um, dus we gaan meer de combi zien op Bartbaan tussen Disney en Essling. En ik denk dat dat een hele mooie combi gaat worden. En het is uh, aan ons uh, de taak om dat op een mooie manier uh, op beeld te brengen. Eén voordeel, als je de challenge hebt, alle attracties van de Walt Disney Studios op één dag, dat uh, <laughs> heb je in drie uur afgetikt. <laughs> <laughs> nou ja, nou, behalve... dan ben je niet in de, in de, in de hoe heet het, crushcoast. Nou. Coast, ja. Dan moet je het ja, even ja. buiten beschouwing laten. Ja, ja. Hé hey mannen, wij hebben ook af en toe een vaste format met vaste onderdelen. En een van die vaste onderdelen in onze interviews uh, zijn de uitsmijters. Dat zijn vragen waar je in principe snel antwoord op moet geven. Uh, dat lukt niet altijd. Uh, maar wij hebben ook een, uh, wat uitsmijters voor jullie. We noemen hem de Uitsmijter luxe, Want uh, nou, omdat we nou twee Efteling personalities aan tafel hebben, hebben we natuurlijk veel uh, extra vragen. Dus uh, kijken hoe jullie er doorheen uh, rollen. Allereerst, wat is je mooiste Efteling herinnering? Interview met Jonas Vinegaard. <laughs> Ik voel ah, me terug. Hij <laughs> komt een paar keer terug. ja. Nou, mijn mooiste Efteling herinnering is ook een van mijn oudste Efteling herinneringen. Uh, als kind zijnde kon ik eigenlijk niet slapen als ik naar de Efteling ging, zo enthousiast was ik. Dus mijn ouders vertelden het ook op een gegeven moment niet meer. En ik kwam als kind, ik zou echt niet meer weten hoe oud ik was, maar ik was jong. Ik kwam uit bed en mijn broer die zat in de woonkamer. En ik ga met mijn slapige hoofd naast hem zitten en hij zegt heel enthousiast: Weet je wat we gaan doen? En ik zeg: Nou, naar de Efteling. Ja, inderdaad. En dat, dat, ik was toen zo ontzettend hyped en zo blij. En ja, ik zeg, ik weet niet hoe oud ik was, maar de, het was nog buiten de Efteling. Maar dat was wel een van de mooiste herinneringen: dat ik als kind daar zo intens gelukkig van werd. Ik snap het, ja. En nog steeds wel een beetje, denk ik. Ja, ja, jawel. <laughs> ja. Hey, wat is nou voor jullie echt Eftelings? Efteling is een bepaalde vorm van elegantie. Uh, er is uh, iets aan de Efteling wat je in een ander park niet vindt. Uh, een bepaalde manier van afwerking. De kwaliteit van afwerking is vaak echt topnotch, echt superhoog. Uh, geen kitsch, want dat zie je natuurlijk in andere parken heel veel. En heel veel dingen staan daar ook met het idee... dat het daar echt gestaan heeft kunnen hebben. Gewoon, ja, ik weet niet, het straalt gewoon uit van... ja, dit had zomaar echt kunnen zijn. En dat maakt voor mij wat echt Efteling is. Plus, eigenlijk bijna alles wat in de Efteling staat... heeft wel een duister kantje. En dat, dat maakt voor mij ook echt iets helemaal af. Nou, het dans elkaar is natuurlijk wel een heel duister kantje. Maar joh, neem de zes zwanen, er zit een duister kantje aan. Assepoes zit een duister kantje aan. Alles heeft wel een duister kantje. En ja, dat, dat maakt voor mij wel echt, 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 echt Eftelings. Nee, dat is voor mij de, de rust die in de Efteling hangt. Natuurpark. En altijd, er hangt een bepaald soort rust in die Efteling vergeleken met andere themaparken. en uh, voorbeeldje, als je dan in Disney bent geweest, natuurlijk alles Amerikaans en groot en uh, immens is. En je komt dan een dag later in die Efteling, dan is het net een soort, ja, een soort bibliotheek. Het is rustig, het is, het is relaxed, weet je wel. Je zou bijna je yogamatje willen neerleggen op de bluespromenade. Gewoon, dat vind ik heel tof, die sfeer. Ja, die snap ik wel. Zeker als je op, op een doordeweekse dag bent in het laagseizoen en het park is... Uh... Uh, lekker rustig, dan, dan straalt dat inderdaad echt iets van een uh, heel rust uit. Ja, ja. Ja, ja, Mooie antwoorden, heren. De, een aantal invalshoeken die we nog niet eerder van andere gasten hebben gehoord. ben ik ook benieuwd wat dan jullie meest ondergewaardeerde element is in de Effling, wat jullie betreft. Dat is voor mij Caro. Mm. Ik vind Oeh, Karo ja. echt een show van absoluut niveau. Ik vind dat zo ontzettend goede show. Vind ik echt, ja, vind ik echt fantastisch. En ik vind echt dat die ja, in dat Effling Theater wordt gepropt. En uh, ik vind echt dat dat, ja, dat vind ik bij Falk de allerbeste show die ik ooit in de Efteling heb gezien. Dat vind ik echt zeer dit in de Efteling. Een goede ja. muziek. Ja, die is echt zo goed. Dat dat moment dat op het begin, dat ze ineens die ogen maken, dat die waar is op ja, ik vind haar gewoon prachtig. Joh. Ik vind haar schitterend. Goeie, goeie. Bij mij is dat uh, de natuur. De natuur is in de Efteling echt thematisatie. En dat wordt denk ik heel vaak vergeten. Want ja, groen is groen, maar in de Efteling. De Efteling is, is, is nog steeds een natuurpark. En ik heb eigenlijk nog nooit een park gezien waarbij er zoveel groen is. En zoveel natuur is als, als in de Efteling. Er wordt heel vaak gezegd: Efteling had heel veel weg. Maar als je, als je het vergelijkt met andere parken, er is zoveel groen. En neem nou alleen de Sprookjesbos al, dat ze gewoon het groen gebruiken. Uh, om uh, het, het volgende uh, tafereeltje zeg maar, uit het zicht te ontnemen. Ja, dat vind ik echt fantastisch. En ik denk dat heel veel mensen dat maar voor lief nemen. Dan kan ik mijn groene anekdote wel even hierin gooien, denk ik. ik uh, wij, wij kwamen vroeger heel veel op twee liezer plekken. En de ene was de Efteling en de andere was Centerparks, want daar gingen we altijd op vakantie vrij standaard. En uh, mijn pa die komt uit het groen, die, die groen onderaan en zo. En, en wij liepen toen een keer door, door Centerparks zijn of zo. En toen had ik zelf dan in mijn hoofd de, de connectie gelegd dat die beide plekken dan ook wel iets met groene natuur hadden. En dat het dan uh, beide plekken wel mooi was. En toen stond ik mij hard op af te vragen waar dan de natuur het mooist was van die twee. En toen begon mijn pa wel elkaar te lachen. Want die snapte wel dat in de Efteling er echt ontiegelijk veel meer aandacht werd besteed dan bij Zendepark. En toen, uh, toen ben ik er ook wel op een heel andere manier naar gaan kijken. Ja. Hé hey, mannen, misschien een vraag in het verlengde daarvan. Maar ik ga hem toch stellen. Wat vinden jullie nou echt goed aan de Efteling? Wat doet de Efteling nou echt goed? Wat de Efteling echt heel erg goed doet? Uh, misschien een ander antwoord dat als je, als je maar had verwacht. Ik vind het horeca aanbod in de Efteling goed. Vorige week was ik in Disney. En ik wil om een uur of acht wil ik iets snacken. Buiten popcorn gaat niet. Efteling is heel. Je kan alle kanten op uh, snackbuur, worstenbroodjes, uh, hamburgertje. Het snelle impuls, het snelle, dus snelle aankoop, snel iets pakken, vind ik echt heel, heel strak geregeld bij de Efteling. Ik, uh, ik krijg honger van je uh, verhaal. Mark. <laughs> het is uh, ongeveer 12 uur s'nachts en ik. Uh, Tijd voor midnight snack. Ja, Hoopsie. precies. <laughs> ja, uh, in mijn geval is dat de kwaliteit van oplevering. De, de kwaliteit uh, die ze de laatste jaren neerzetten bij uh, Wereld van Simbad, bij Dans Macabre, bij uh, Zes Zwanen. Dat ligt zo hoog en uh, het hele verhaal wordt zo ver doorgevoerd. En, ja, ik vind dat ze dat echt fantastisch doen. En Nest? Ja, hey, er zit altijd ergens een misstapje. Hè? Okay, nee, nee maar Even zonder gekheid, ik vind Nest, uh, daar krijg je natuurlijk heel veel haat. Uh, maar Nes doet wel wat het moet doen. Nee, dat was super. Dat, dat was uh, het is, het is, het is Het is voor de kinderen bedoeld. Huh? Het gaat om de kinderen. Maar uh, <laughs> gooi hem er even in. Nee, maar uh, het doet wat het moet doen. Is het mooi? Mm, het had mooier gekund. Maar het doet wel wat het moet doen. Het is doen. een mooie speeltuin. Ja, nou goed. Het ontbrak heel erg in het ruigrijk En ik snap op zich wel dat de fans zeggen: ja, het is niet mooi. Nee, ik had het zelf had ik het ook niet gekozen. Maar goed, het doet wat het moet doen. En het niveau van afwerking wordt geval ook gewoon goed. In Nes bedoel ik? Ja. ja, vind ja, ik wel. Prima. Zijn er ook dingen die wat jullie betreft de Efteling juist niet goed doet, of die ze beter zouden kunnen doen? Ja, ook hier vind ik de horeca op een andere vlak. <laughs> ik vind echt, uh, als ik s'avonds lekker iets wil eten in de Efteling, uh, dan, 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 dan dat gaat niet. Ik vind echt uh, het stukje dining, dus echt het, 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 het uh, tafelbediening en lekker eten, dat vind ik bij de Efteling echt ondermaats. Ze is een op matig tempo daar iets uh, aan, het, uh, aan het doen het hotel. Ja, maar daarmee ga je ook niet het problemen mee oplossen, denk ik, volledig. Ja, er komt in ieder geval een optie bij, hopen maar precies, we. Maar weten ook we nog niet exact, natuurlijk. Dus, uh... nee, nou, ik was laatst op een uh, drukke weekenddag in de winter Efteling. Uh, het was echt goed druk vanwege een aantal bedrijfsevenementen. En het regende de hele dag pijpen stelen. En het was inderdaad echt schrijnend op uh, hoe de horeca overvol zat. En hoeveel mensen inderdaad ja. buiten in de regen en, uh, een kroketje weg moesten En moesten ik denk hoppen. dat dat, niet, dat probleem niet alleen te maken heeft met kort. Dat heeft gewoon te maken ook met de keuze die de Efteling maakt in de horecaformules denk ik. Waar We een beetje uit, maar ik vind de laatste tijd, eh, tenminste, ik vind de horeca en Efteling namelijk ook best wel prima, ook vergeleken met andere parken. Ik hoor heel vaak de loslangen over het, het Toverland. Ik heb daar zelf dus bij de Fleming verder wat iedereen helemaal in prijs, eh, juist niet zo'n goede ervaring gehad, maar dat was maar eenmalig, dus dat is ook een incident misschien. Um, maar wat het Toverland bijvoorbeeld heel goed doet is, ik denk dat die namelijk in het algemeen een matiger aanbod hebben dan de Efteling. Alleen als we dan tijdelijke horeca hebben, dan is het natuurlijk vrij compleet en divers, zeg maar. En bij de Efteling dus kunnen ze daar nog wel wat... De kwaliteit van het eten en drinken in Toverland is vaak net wat hoger, net als fashion in de Efteling, hoor. vind ik. Die ervaring heb ik, zal ik zo zeggen. Ja, nou, ik moet zeggen, ik ben, ik ben over het algemeen best wel erg tevreden over de horeca en Efteling op alle vlakken. Maar ik, uh, ja, ik mis voor de, de slechte dagen gewoon overdekte zitcapaciteit. Maar je had het helemaal niet over nee. de week af. Uh, Niels, heb <laughs> ja, ook iets? Ja, bij mij is dat uh, de omgang met fans en de organisatie van events. Ik vind dat ze daar echt wel een balletje laten vallen. Er is heel veel behoefte aan dingen met fans. Dat zie je aan alles wat de Vijf sint organiseert. Dat is altijd ontzettend populair. Uh, kijk naar uh, de, de, de ja, rel rondom het spookslot en de souvenirs daarvan. Uh, dat, dat, was, dat was gewoon slecht. Dat kan, dat kan niet anders zeggen. Dat was gewoon slecht. En dat. Ja, net zoals dat de Vijf Sintuigen die beurs organiseert. Hè, de Efteling en Antipiek Verzamelbeurs doen ze helemaal het eigen initiatief. Uit eigen zak. Alles wordt door fans georganiseerd. En Efteling komt niet eens kijken. Ja, dat vind ik heel slecht. Dus je zegt eigenlijk dat de Efteling haar fans in sommige mate niet waardeert. Ja, zover zou ik niet gaan. Maar eh, dat ze het een beetje voor lief nemen, denk ik. Heb je nog een bepaalde wens of toekomstbeelden? Misschien zelfs wel een droom voor de Efteling? Ja, ik hoop echt, en daar kom ik misschien een beetje terug op mijn vorige antwoord, dat de Efteling dadelijk met de opening van het Efteling Grand Hotel echt een nieuwe stap gaat zetten in tot de Efteling meer is dan een dagjespark. Als je s'avonds nog even ergens wilt gaan eten, dat je die kant op kan. Ik denk echt dat, ja, het is misschien makkelijk, maar een uitruik, Dat is denk ik echt de meest gouden fonds van de Efteling die ze ooit nog kunnen, kunnen gaan maken daar. Ik hoop echt dat de Efteling meer naar zo'n ja Disney-concept toegaat, om het toch met de naam even te noemen. Ik hoop echt dat dat is echt mijn droom met de Efteling. Zo'n Disney Village bij de Efteling dus. Nou ja, maar wel tot weet je, de Efteling blijft een soort voor de mensen hier uit de buurt een soort ja een park, weet je, een, een vrije tijdsgelegenheid. En als wij op vrijdagmiddag, op vrijdagavond even lekker willen eten, ja dan moeten bij Efteling bosrijk gaan zitten, weet je. Maar maak dat park nou toegankelijk voor ook mensen die geen kaartje kopen, vind ik. Ja, zeker, goeie. Ik ja. hoop dat ze die stap, dat ze die gaan zetten de komende jaar. Dat hoop ik echt heel erg. Ja, ik sluit me hier volledig bij aan. Ik uh, had ook Second Gate uh, erop staan. Maakt de Efteling meer dan een dagtrip? Nou, kan natuurlijk dis discutabel of het al meer is dan een dagtrip. Maar uh, dan grijp ik toch even terug naar Europa Park. Uh, het meeste geld wat ik uitgeef in Europa Park is als het park dicht is. Op het moment dat het park dicht gaat, ga ik naar de hotels. Ga ik daar eten, ga ik daar drinken. En dan wordt het grote geld uitgegeven. In het park valt het mee. Is dus het sowieso. Ik denk dat ze heel veel geld laten liggen uh, door daar niet flink op in te zetten. Maar aan de andere kant is het ook lastig, want ze hebben natuurlijk uh, een bungalowpark. Dus hè, die mensen zitten al in hun eigen, op hun eigen plekje, met hun eigen keukentje. Met, dus dat maakt het al lastig. Uh, Europark en Disney, ja, Disney heeft ook een bungalowpark, maar Europark heeft alleen maar hotels. Dus mensen zijn ook aangewezen op het horeca ook? Ja, camping hebben ze ook. Maar goed, ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Nou, ja, die heeft ook zijn eigen horeca en zo die. Heeft, ook, heeft ja. inderdaad ook zijn eigen horeca. Maar goed, ja, en een cocktailbar. Ja, ik mis dat heel erg. Maar ik had het, ja, maar ik had het er thuis eventjes over. Ja, ik drink gewoon heel graag cocktails. Ik vind dat lekker. Maar ik had het er thuis even over. En... Ik vrees toch dat de Nederlanders daar iets te nuchter voor zijn. Ja, begin van de avond Ja, begin van de avond. Nee maar, nee, maar een Nederlander vindt dat al gauw te duur. Efteling is te duur en eten is te duur en drinken is te duur. En cocktails zijn over het algemeen niet goedkoop. En je ziet ook de meeste mensen die uh, lekker boegondisch dineren of uh, lunchen in de Efteling zijn vaak... Belgische mensen, Duitse mensen en niet Nederlanders. Dus ik vraag me af in hoeverre dat een markt voor is. Ja, ik, ik weet ook niet of een cocktailbar nou heel erg uh, op zijn plek is in de Efteling of in Brabant in algemene zin. Maar ik denk dat een bruin café, een beetje zoals de Gelachkamer, uh, dat nu ook al is dat daar wel markt voor is. Ah, weet je, zo'n gelagkamer, leuk dat het er is... maar kom op, dat zou ook in 1970 blijven hangen, joh. Nou, ja, maar ik denk dat het punt is... wat jij ook een beetje bedoelt... een centraal uitrijk, dat zou ideaal zijn. Exact, nu is het ja. zo verspreid je hebt wel mogelijkheden om wat te gaan eten... maar de capaciteit is eigenlijk overal te laag. Ik bedoel, Bosrijk, als het park gewoon vol is en mensen gaan er eten, dan is het restaurant gewoon volgeboekt. Op de pond voor de natuur, dat gaat dan gewoon niet. Maar ja, ja Paul, en... Tim, jullie doen dan bij een kaart, zover. zeg je Je wilt een keer op vrijdagavond met een paar vrienden... met je gezin wil je gaan eten. Ik ga niet op vrijdagavond in het Eftelinghotel zitten. Als terwijl ik geen hotelgast ben. Niet? Oh, dus bij mij, nee. bij mij is het juist de enige mogelijkheid om inderdaad uh, op de Bonnefoy in de wereld van de Efteling te gaan eten, is, uh, is in de gelagkamer eten. Of, of Bosrijk of Loonsland, weet je wel. Ja, ja maar daar, daar kom je vaak al niet binnen. Hè? Want uh, als, je, als je geen verblijfsgast bent en je hebt niet gereserveerd, dan, uh, dan heb je pech. Uh, dat, eigenlijk de enige laagdrempelige ja, plek om te eten in de wereld van de Efteling als k Van naar of als. Uh, niet verblijfgast is, ja, is voor mij de gelachkamer. Maar dan moet je inderdaad ook nog zorgen dat je er liefst voor of na etenstijd zit. Ja, het liefst ook voor het park dicht is. Ja, weet je, je hebt natuurlijk ook steeds meer hotels en vakantieparken rondom de Efteling, waar mensen zitten voor de Efteling. Weet je, zorg dus dat er een algemene plek is waar ook die mensen kunnen eten, wa waardoor je toch die inkomsten in je eigen bedrijf houdt. Ik denk dat er nog echt heel veel te halen valt voor de Efteling. Ja, ik vind het wel een mooie uh, verlengde inzitten van, uh, van wat Niels net zei. Want... Ik denk dus dat er wat behoudheid is binnen de organisatie om zo te gaan beginnen. Als ze ook bang zijn dat de Nederlander en misschien ook de mensen in de buurt die hier expliciet op hebben geroepen, al bij verschillende uh, buurten, hoe moet je zeggen, bewoners overleggen, zeg maar. Maar dat ze uiteindelijk toch wel bang zijn dat, ze, dat de Nederlander daar toch te nuchter is of toch te snel de hand op de knip houdt en dat ze niet komen. Ik denk dat, ik denk dat daar wel wat behoudheid ligt bij de organisatie. Ik zou het zelf toejuichen ja, hoor, maar en ik zou zelf ook absoluut heen gaan. Ja, maar wij zijn natuurlijk niet heel representatief. Nee, dat is wel echt het puntje. Ja. Maar die. Die hotels in Kaatsheuvel en die vakantieparken in Kaatsheuvel en om me die zitten vol. Ja. Dat is een harde feit. En die mensen moeten ook uh, aan het eind van de middag een keer iets te eten hebben. En in de winter is het park gewoon om zes uur dicht. En de meeste mensen het liefste gewoon tot zes uur dan attracties en zo doen. En daarna nog wat willen eten. Maar dat kan dan eigenlijk niet. Ja, het kan net iets meer in de Efteling dan voorheen. Maar... Ja, en wat je, wat je nu heel erg ziet, denk ik. Maar goed, nu gaan we heel erg op de commerciële Efteling. Dat de restaurants vijf kilometer van de Efteling vandaan hier aan de snelwegen liggen... Ja, die halen die mensen binnen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar ik ga rond dat tijdstip in het weekend ook niet daar waar die restaurants eten. Want dan weet ik dat het gewoon vol zit met ja. hersteling. Als ik op zondagavond om 9 of zeven denk, hé, hey, ik ga naar Studio Sport even een hamburger bij McDonald's. Ja, dan ga ik echt niet heen. Want ik weet dat ik gewoon een uur in de file sta bij McDrive. Ja, moet gewoon voor vijf uur er zijn eigenlijk. Ja, exact. Ja. Um, nog even, we hadden het over <laughs> een toekomstwens een tijdje geleden. Uh, <laughs> ik, ik zei Second Gate, we wil ik nog even aan toevoegen. Uh, ik vind ruantica zwembadpleisterroepark vind ik fantastisch zet dat alsjeblieft neer uh, en een flinke achtbaan die mis ik ook maar echt een volwassen achtbaan eentje waarvan je denkt van uh, zo dat ja, is een achtbaan daar, daar ga je voor naar de efteling toe nou ik denk dat dat ontbreekt in het aanbod ja dat hebben we het wel eens over gehad de pieton was het vroeger natuurlijk hè. ja maar was... is het al lang niet meer nee al lang niet meer hè. en nu uh, je hebt een dagje uit voor heel de familie maar ik denk als je nog een flinke achtbaan neerzet dat je dan ook die jeugd prikkelt maar als je kijkt hè, je hebt een baron je hebt een ja, maar ja, baron joh, is, een, is geen ja, flinke nee, afwands. Ik snap je, ik. Maar je hebt een baron die toch echt wel mate heftiger is dan de python, toch? Ja, voor het oog wel. Maar ik vind ja, de python okay. heftiger. Ja, oké. Okay, okay. Maar je hebt een jongens en een draak. Wat moet er dan volgens jou bij in de efting, wat binnen de efting past? Een taron, bijvoorbeeld? Oké. Okay. Nou, ja, Klaar. Taron. Als je taron inzet, klaar. Proef nu toch een beetje rivaliteit eh, tussen <laughs> ja, de plom en hey, de plannen. Ja, ja, nee, oké, okay, prima. Ja, oké, okay, ja. Mooi verlanglijstje zo, alles bij elkaar optel, geteld. Schrijft u mee? En waar, ik denk dat wij het er alleen maar mee eens kunnen zijn, toch? Nou, als we, we moeten even een andere vraag doen. Want als we het dan hebben over, uh, over droomzaken. Wat is nou echt jullie mooiste plekje in Efteling op dit moment? Herhoutenplein. Classic. Ja, ik ook. Dubbel ja, classic. Het, maar ik heb, ja... Oké, okay, ik heb er dus drie, eigenlijk. <laughs> heel veel vermeldingen. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, Herhoutenplein staat, staat op één. Maar dat is eigenlijk stevast. En dat vind ik altijd heel, heel stom, want dat hebben... Alle fans. Maar ik vind uh, de uitkijk bij de uitgang van Vliegende Hollander, de uitkijk op Jorzen en Draken en Pieton, vind ik een hele mooie plek. O, ja. Dat is een mooi uitzichtpunt. En uh, in de zomer, als het donker is, het Piranje-eiland. Dat je s'avonds oh, ja. nog mensen kan nadspuiten. Dan heb je de muziek en die verlichting ja, daar. Die is vet, dat vind ja. ik ook een hele toffe plek. Nou. Hopen dat u er net zo mooi terugkomt. Ja, of weer. Ik hoorde, ik hoorde mensen al uh, met wishful thinking van... doen maar een soort uh, African trail. Nou, uh, count me in. <laughs> Wij zijn er inderdaad voor. Ja. En dan naar de favorieten toe. Wat is jullie favoriete attractie in de Efteling? Oogrok. Oh, Bijvaag. Lafstand. <laughs> Vater ja, ja. ja, ja. Morana. Maar moet ik wel zeggen, het is af en toe wel een beetje is met Droomvlucht. Maar Vater Morana staat al heel lang op één. Vooral na de docu van uh, Vijf sint Ja. 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 En dan nu een vraag waar we eigenlijk het antwoord al op weten, maar we gaan het toch gewoon stellen. <laughs> is wat is er wat... van de twee wel. <laughs> ja, precies. Wat is nu jullie favoriete park naast de Efteling? Uh, Drievliet. Nee, nee, nee. Ik nee, wou nee, dat uh... ook zeggen, <laughs> Heel slechte grap, dit het is, het is veel te laat. Uh, nee, Disneyland Parijs. Ja, het Open Park. Kijk, die zagen we aankomen. Ja, dan ben ik wel benieuwd naar de volgende vraag. Van, want wat is dan jullie favoriete attractie buiten de Efteling, die dus niet per se in die park hoeft te liggen? Ik heb een vorige week nog gedaan. Ik ben heel erg fan van Black Mamba. Ik vind oh, het echt een hele ja. leuke, fantastische, gave akman. Oh, die snap ik. Ik durf wel te zeggen dat Black Mamba wat mij betreft nog steeds de allerleukste achtbaan in Het is. Leuker dan Fly, leuker dan Taron. Ah, ik schaam me er heel erg voor, maar dat denk ik ook, Tim. En dat denk ik ook. Ik ga voor Taron. Oeh, we hebben ja. één afvalling natuurlijk. In, in het gezelschap. Uh, <laughs> ik, ik ga dan ook eventjes voor de niet heftige variant. En dat is voor mij het Volatarium in Europa Park. Die heeft, mij, die heeft mij zo van mijn sokken geblazen toen ik daar voor de eerste keer in ging. Dat, ik ging daar compleet blind in. Ik denk, oh, stel een lange rij, het zal, het zal wel leuk zijn. Ik wist helemaal niet waar ik inging. En ik kwam er echt uit en ik dacht, wow. En toen hoorde ik later nog dat hij in principe ooit een keer bedacht was voor de plek van Pandedroom. Toen dacht ik, waarom? Ja, zo gaat het. Ik weet van jullie. Wat is jullie lievelingsattractie buiten de Efteling? Buiten de Efteling? Oeh, ja, buiten de Efteling. Uh... Oeh, daar moet ik even over nadenken. Want daar zit wel wat ontwikkeling in de laatste jaren. Mm. Eervolle vermeldingen zijn toegestaan. Ja, ik denk dat ik... Denk dat ik, uh, ik denk dat ik op dit moment voor Big Thunder Mountain in Disneyland Parijs ga. Ook okay, erg goed. zat ook twijfel tussen Phantom en trouwens. Van Disneyland Parijs. Vond ik ook erg goed. Ja, als Dark Rise ben ik wel meer Pirates. Dat was, dat was denk ik... Die had ik op één kunnen staan. Ja, ik ook Paul. Ja. Eigenlijk denk ik toch voor Mystic Manor. Oeh, heb je ook echt gedaan? Ja. Echt ja, ja, echt acht keer of zo. En dat, ja, ik mag de vergelijking niet maken, want dat is echt heel gevaarlijk. Maar Mystic Manor of Symbolica? Absoluut Symbolica. Ja? ja. Echt waar? Ja. Hoezo ja. dat dan joh? Qua grootsheid. Oké. Okay. Bij Mystic Manor zijn toch ja, kijkdoosjes waar je doorheen rijdt. Qua, joh? Een aantal dingen in Mystic Manor zijn wel beter dan in Symbolica. Namelijk de, 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 de voertuigen zijn veel bewegelijker en veel heftiger. En er zit misschien een net iets krachtigere verhaallijn in... Maar de grootsheid van de scènes... Ja, wat dat betreft wint Symbolica het wel echt okay, van Oké, oké, oké. Dat had ik niet ja. verwacht. Leuk. Ja, ja Mystic er is op plekken toch meer een trucendoos. Ja, toch ook wel de forbidden journey trouwens. Maar die... ja. Ja. En natuurlijk Mystery Castle. Ja, ik snap dat echt niet. Ik snap daar echt niet. <laughs> ik heb je dat al zo vaak horen <laughs> zeggen. En ik vind dat zo'n waardeloze attractie. Echt. Ik durf daar echt niet in. Ik ben bang voor dropdorgers. Ga je ook niet ja, in Tower Dit is een space shot. <coughs> Eén keer per dag. Oh echt? Ja. Ik vind Tower of Terror wel heel fijn. Oh, ik heb het er niet eens meegenomen. Ja. Oh, een mystery castle. Sorry, voor gaande, Glory. Sorry. Nee, heerlijke attractie. Oké, okay, Die komt op mij trouwens ook nog in. Tower of Terror zit ook zeker in de top 5. Misschien dus moeten we hier een keer een aparte aflevering over maken, Paul? Uh, aflevering, uh, ofzo. ik heb geen idee. <laughs> in het begin hebben we het al een keer gedaan. Nou, nou dat het zou paar. zomaar kunnen hoor. Uh, ik, uh, maar we kunnen hem wel weer een keer uh, afstoffen en dingen veranderen. ergens ja. rond de 50 geloof ik. Oh, zo laat pas? Ja. Oh, Oké. Okay. Hey, het is ongelooflijk heren, maar we zijn er gewoon doorheen. Ja, Mensen die op een klok zitten te kijken, die denken, uh, nu pas. Hoek, hoek. Ja, we weten niet waar we op uitkomen, want we hebben tussendoor nog ontzettend veel zitten kletsen. Maar uh, laten we zo zeggen, de recorders is aan zijn tweede setje audiobestanden begonnen. Nou, Oké. Okay. Het, ja, okay. het is een klassieke uh, kleine boodschap zo, hè? Ja, zeker. Ligt daar volledig aan jullie? Uh, hier? <laughs> ja, het mooie was, jullie konden op sommige momenten gewoon met elkaar door blijven praten zonder dat wij de vragen te stellen. Dat was voor ons wel een luxe positie vandaag. Gewoon pro's in de studio. Ja, dat helpt, dat helpt. Heren, we willen jullie echt ontzettend bedanken dat jullie de moeite hebben genomen naar de studio te komen. En onze luisteraars en waarschijnlijk ook een groot deel overal op jullie eigen kijkers. Meer hebben kunnen vertellen over wat er nou precies achter de schermen allemaal gebeurt. En wat er, ja, eigenlijk hoe jullie YouTube carrière zich heeft gevormd. Ja, jullie bedankt. Ja, ontzettend bedankt. En bedankt dat ik deze bucketlist kan afstrepen. <laughs> ja, eigenlijk veel te lang op moeten wachten. Ja, dus, ja, ja. Sorry, sorry, dat ligt helemaal aan ons. Dit is echt een enorm schot voor open doel. Mensen die jullie ergens online willen vinden of volgen, waar, waar kunnen ze terecht? Ja, in mijn geval is het gewoon Niels Koyman. En dat kan je op elk social media platform vinden. Ja, Snapchat zit ik daar niet op, maar ik <laughs> zit overal. Instagram, Twitter, of ik zit het dan tegenwoordig, Facebook, TikTok, YouTube uiteraard. Daar, daar gebeurt het allemaal. Ja, ik ben overal. Dus uh, Niels Kooijman. En anders Niels Efteling, als Koyman ingewikkeld is. <laughs> daar kom je er net ook wel uit, ja. Maar YouTube is wel de place to ja, be. Ja, YouTube natuurlijk. is de place to be, daar gebeurt het. Ja, als je mij op uh, YouTube en banen, TikTok, kom je vanzelf vrij terecht. En ook zeker op uh, pretpakets.nl. Dat, uh, dat is ook wel ja, een moeite goed. waard om een uh, bezoekje aan te brengen. Ik we moeten vanaf vandaag een consistent gaan noemen. Het zit er niet helemaal in mijn systeem dat die, uh, dat die er is. Dat hoeft ook niet, Paul. Dat is ook nieuw, hè? Het is, ja, uh... het is letterlijk, Het we opnemen, ik denk dat ik letterlijk een uur of zeven van het bestaan af weet of zo. Nee, vanochtend, vanochtend is het gelanceerd, maar ik zag het pas in het begin van de middag. Dus ja, moet je even ja. wennen. Volgens mij is de, de link vaak genoeg gevallen in deze aflevering. Ja, ja, inmiddels wel inmiddels. jullie nog nee. rekening? Nee, we ja. nee, doen al, alles met gesloten beurzen. <laughs> Oké, okay, heel goed. En mensen, als jullie contact met ons willen opnemen of ons eens willen volgen, als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je alle social media kanalen waar wij te vinden zijn. Ja, dan heb je in dat geval ook meteen de website gevonden. Dus dan kun je daar het contactformulietje checken. En dan kun je waarschijnlijk ook wel gokken dat info.kleineboodschap.com dan ons e-mailadres is, waar je er wat langere verhalen of voiclips naartoe kunt sturen. Ja, en Kleine Boodschap luister je natuurlijk in je favoriete podcast-app of op Spotify. Luister je ons daar nou, zorg dan dat je je abonneert. Uh, maar je kan ons dus ook gewoon ouderwets luisteren op de website en dat is kleineboodschap.com. Luister je ons nou op Spotify of in uh, Apple Podcasts, dan vinden we het ook altijd heel erg leuk als je ons reed of reviewt. En heb je nog uh, vrienden of bekenden die nog nooit van Kleine Boodschap hebben gehoord, maar die wel dol zijn op de Efteling? Ja, tip uh, ons ook eens. En mag ik iedereen nog op attenderen dat wij ook een YouTube-kanaal hebben met wel... Eén hele video erop. Maar staat er wel in. Allerbeste kleine boodschap video is toch die van Niels. Dat is absoluut ja, waar. Als je die niet gezien hebt, ga je schamen en gaan we gelijk kijken. Kunnen wij die eigenlijk linken vanaf ons kanaal naar jou toe? Ik heb er eigenlijk nog nooit in verdiend. Uh, ik heb geen flauw idee. Nou, daar gaan we eens even uitzoeken, want die verdient daar zeker een plekje. heren, nogmaals, enorm veel dank dat jullie wil aanschuiven. Ja, nou nogmaals bedankt. We gaan lekker slapen. Uh, daar moeten we nog heel even op wachten, want we moeten nog afsluiten. Bart. Dus oh. let goed op. Oh, Luisteraars, het was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren tot de volgende keer en houdoe, houdoe waar, doei, doei. doei.